We gaan na de vakantie de draad weer oppakken. Ik hoop dat iedereen van een goede vakantie genoten heeft. Ik wil namens deze plek op voorhand... ik was erbij, hè. Carla. Meneer Scholte, in ieder geval beterschap wensen. We hebben een kader rond die we naar hem toe willen sturen. Dus, we hebben vanavond 7 onderwerpen. En ik wil beginnen met nummertje 1. Het gaat over stand van sociale domein, zomer 2019. Dit is aangemeld door een viertal partijen, waarbij de GVT-fractie zich heeft teruggetrokken. En de indiener is de Partij van de Arbeid GroenLinks en ik geef de heer Russens hierbij het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is mooi om weer het seizoen te starten en hier weer te zijn en met elkaar het politieke debat te gaan voeren. En zeker over een thema wat voor de Partij van de Arbeid GroenLinks van belang is. Maar niet alleen maar voor de Partij van de Arbeid GroenLinks, maar ook voor de gemeente. Omdat het gaat om haar inwoners en toch ook al gauw 50% van de begroting. En we vinden ook de raad de plek waar we over het sociaal domein geïnformeerd moeten worden, maar ook met elkaar over moeten debatteren. En dan moet het inderdaad niet gaan, zoals ook in de rapportage staat, over de technische uitvoering, over de technische vragen, maar vooral over waar willen we naartoe met het sociaal domein. Op welke manier willen we daar met elkaar vorm aan geven. Verderop, vanavond hebben we nog een tweetal onderwerpen, dus die zal ik nu niet direct gaan benoemen. Dan gaat het over de knelpunten in de jeugdzorg en over het scheidingspunt en het financiële preventie. Maar ik al zei, daar ga ik verder niet op in. Allereerst wil ik toch het college, maar ook de medewerkers, een compliment te maken voor de notitie. Omdat de notitie een goed inzicht geeft waar de gemeente Twente-Rand nu staat en waar het naartoe gaat. Het geeft helder inzicht in de stand van zaken. Wat wij nog wel toegevoegd zouden willen zien aan deze notitie, en dat is ook een vraag die ik heb aan de wethouder, is er is een goede beschrijving van de inhoudelijke ontwikkelingen, wat de stand van zaken is, maar waar ik graag nog een toevoeging zou willen zien, is dat wij, ik noem het maar even, een risicoanalyse krijgen aan het eind van zo'n notitie, van dit zijn de risico's waar wij tegenaan lopen. En dit zijn de vragen die wij graag met de raad zouden willen bespreken. Omdat we dan ook wat gerichter met elkaar over daarin wat debat kunnen gaan. Want mij is gevraagd om een toelichting te geven op dit agendapunt. Nou, dan kan ik al gauw, denk ik, een half uur tot drie kwartier elk punt doorlopen. Maar dat is ook niet de bedoeling. Want ik heb maar, hoeveel minuten, voorzitter? 5 minuten. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dus ik moet de punten eruit pikken. Dus ik zou het prettig vinden als dat toegevoegd zou kunnen worden. Ik heb toch een paar punten uitgelicht. Ik ben benieuwd hoe het staat met de aanpak voor de nieuwe route. Dat zie ik in de notitie niet terugkomen. Daar hebben we het met elkaar over gehad. Dat zal opgepakt worden en ik ben benieuwd op welke manier dat opgepakt gaat worden. Een ander punt, dat heb ik ook in de toelichting aangegeven. Kernteams, toegang, blijven belangrijk. En wat ik me afvraag, is dat ook nog voldoende bekend? En ik heb begrepen dat inmiddels de kernteams wat hervormd zijn van een drietal of viertal kernteams naar 2 kernteams voor ieder 2 kernen, 1 kernteam. En ik ben benieuwd of dat ook voldoende bekend is bij de inwoners. Als het gaat om het innovatiefonds ben ik verheugd om te zien dat er zoveel aanvragen zijn. We hebben daar met elkaar in de vorige raadsperiode een motie over aangenomen, ingediend door de Partij van de Arbeid GroenLinks. En het is mooi om te zien dat het opgepakt wordt. We gaan de evaluatie nog krijgen, maar wat ik heel erg belangrijk vind dadelijk in de evaluatiewethouder, is dat er ook gekeken gaat worden hoe gaan we het borgen. Want je kunt nieuwe initiatieven ontwikkelen met elkaar, maar dan gaat het vooral erom van kunnen we dat ook omzetten in borging en in zorgen dat de initiatieven die ontwikkeld zijn niet aflopen en vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag, maar de goede zaken ook blijven behouden. Op welke manier gaat dat gebeuren? Daarbij wordt tenslotte, voorzitter, ook nog gesproken over schulden en er wordt aangegeven dat er een vervolg komt met betrekking tot hoe de aanpak in Twente-Rand zal gaan. Daar wordt in deze notitie over gesproken. Ik weet niet of er een link is met de notitie
met betrekking tot het scheidingspunt en financiële preventie. Maar ik ben daar ook nog wel benieuwd naar wanneer wij als raad daar meer tegemoet over kunnen zien. Tot slot, toch nog één punt, voorzitter, over de jeugdzorg. Daar wordt een constatering geplaatst in de notitie zonder dat daar geduid wordt wat dat betekent voor Twenterand. Daar wordt aangegeven dat als het gaat om gebruik van jeugdzorg, dat het landelijke gemiddelde 7,5% is, maar in Twenterand 15,7%. Wat betekent dat voor Twenterand? En wat betekent dat voor de inzet en aanpak binnen het sociale domein? Want dat is nogal een verschil, 7,5% gemiddeld en 15,7% in Twenterand. Ik ben benieuwd wat het college daar aan wil gaan doen en op welke manier ze dat oppakt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reusjes. U had nog precies 4 seconden over, dus heel perfect getimed. Ik ga door naar de SGP-fractie, de heer Jonker. Als u het ook zo kort kan houden, meneer Jonker, dan beginnen we deze ronde perfect. Ik doe mijn beste, voorzitter. Dank u wel. We hebben de stand van zakenbrief ook gelezen en ik wil één punt eruit pakken en dat is de situatie van de laaggeletterden. Er staat ook in de brief helemaal achteraan dat dat opgepakt wordt met de VVE-activiteiten. En we hebben ook vragen gesteld vooraf, daar hebben we ook antwoord op gekregen en er loopt ook een pilot. En daar zou ik toch wel nader over geïnformeerd willen worden dat ook de scholen die kansen in Den Brede in Twenterand ook krijgen om die activiteiten op te pakken, om daar programma's voor op te zetten. Daar is in het onderwijsveld voldoende voorhanden. En ik zou graag daar een reactie van de wethouder hebben. Dat is het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker. Dan ga ik door naar de PVV-fractie. De heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ik heb zelf problemen om IBAFs te openen, maar ik weet niet of anderen dat ook... Ja? Oké. Voorzitter, na het lezen van de stand van zakennotitie hebben wij een aantal vragen. Er wordt geschreven dat 70% van de criminaliteit ontstaat door draaideurcriminelen. En dat betekent dus dat het huidige beleid faalt. En nu komt er een huis van herstel waar Twenterand ook aan meedoet als enige kleine gemeente met wat grotere gemeentes. En de vraag is, waarom doen wij hier aan mee? Het is weliswaar gefinancierd door de landelijke overheid met ons belastinggeld. En het is dezelfde overheid die duizenden criminelen los laat lopen of uitkeringen verstrekt aan vastzittende of loslopende voortvluchtige criminelen in binnen- en buitenland. Maar wat is de meerwaarde voor Twenterand hiervan? Want deze overheid is niet eens in staat om de rechtsorde te handhaven. Tweede vraag, voorzitter. Er wordt geschreven, ik zag laatst een artikel in Tumantia, dat de wachtlijsten zijn ingekort door het aannemen van een aantal consulenten. En dat met de mensen op de wachtlijsten contact is geweest, telefonisch. Maar met één belletje zijn de lijsten toch niet ingekort. Wat zorgt er met name voor dat de wachtlijsten aanzienlijk korter worden of zijn geworden? Dat komt toch door de instanties die daadwerkelijk hulp verlenen. En zijn die wat ook op orde wat personeel betreft? Of zijn 4 nieuwe consulenten voldoende om de wachtlijsten in te korten? Derde vraag, voorzitter. We zien inderdaad in Twenterand een toename van ruim 15% van jongeren met jeugdhulp in de periode 2016-2018. Terwijl dat voor gemeentes van vergelijkbare grootte tot 50.000 inwoners 7,5% bedraagt. Dus ruim 2 keer zoveel jongeren hebben in onze gemeente jeugdhulp nodig. Hoe kan dat nu? Verlenen wij te snel jeugdhulp? Pamperen wij niet te snel? Voeden wij onze kinderen überhaupt goed op hier? Of hebben kinderen in onze gemeente meer psychische problemen of stoornissen? Wat is het nu? Graag een antwoord. En kan de wethouder iets vertellen over het project bij voorwaarts? Want er staat dat bereikt is dat er een grotere bewustwording is bij jongeren met het gebruik van alcohol. En dit leidt naar een gezondere levensstijl. En de vraag is, hoe wordt dit gemeten? Het zijn mooie woorden, maar hoe concreet zijn deze woorden? En tenslotte, voorzitter, de gemeentepolis. Er staat dat in 2019 het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt
ten opzichte van 2016 is gedaald. Dus het aantal mensen dat gebruik maakt van de gemeentepolis is gedaald, maar het aantal polissen is gelijk gebleven. Kunt u dit uitleggen? En klopt het ook dat wij polissen betaald hebben als gemeenschap of nog steeds betalen aan mensen die niet in Twenterand wonen of woonden? Hoe kan dit? En er wordt gezegd dat er naar verwachting 300.000 euro bespaard gaat worden op deze kosten van de gemeentepolis. Dus de vraag is dan, wat is er fout gegaan in het verleden? Of wat, als je positief benadert, wat gaat er nu wel goed? En hoe komt deze besparing precies tot stand? Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Ik kijk even naar de wethouder nu. Ja. En wethouder Paters aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Dank voor de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de laatste stand van zaken notitie sociaal domein. En ik deel met de heer Reusken de complimenten die gegeven zijn voor de totstandkoming. Want er is elke keer weer een heel veel job, maar er zit heel veel tijd en energie in om het te doen op de manier zoals we het doen. En Twenterand is daarin een van de weinige gemeenten die dat op deze manier doet. Dus die complimenten die deel ik en ik zal ze ook doorgeven. U stelt een aantal vragen of wij bereid zijn om toe te voegen aan de notitie een risicoanalyse en vragen aan de raad. Nee, dat ben ik niet. Want een risicoanalyse, daarvoor zijn andere momenten. De BRAP is er daar een van. Dat gebeurt bij de katernota, dat gebeurt bij de begroting. Bovendien zou het risico van het toevoegen van zoiets aan zo'n notitie zijn dat we echt heel erg ad hockerig bezig gaan. En we zijn nu juist bezig om op langere termijn verandering te bewerkstelligen. En ik denk dat het toevoegen van zo'n risicoanalyse daar niet aan bijdraagt. Dus die bereidheid heb ik niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor vragen aan de raad. Want het zou een beetje de omgekeerde wereld zijn. Wij brengen nu juist de stand van zaken notitie uit, zodat u kennis kunt nemen van alles wat er gebeurt op het sociaal domein, in het sociaal domein, in de volle breedte. En dat u hem agendeert, dat is hartstikke goed. En dat er vragen komen vanuit de raad, ook dat is hartstikke goed. En ik ben ook graag bereid die te beantwoorden. Maar ik denk dat we er niet naartoe moeten dat het college vervolgens na gaat denken over wat zouden wij nu van de raad willen weten. Weet je, als het gaat over controleren, kaders stellen, dan lijkt me de rolverdeling zoals die bekend is, lijkt mij de enige juiste, voorzitter. Meneer Paters, het goed dat u even stopt. Meneer Reusers wil daar graag gelijk op reageren. Meneer Reusers. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik snap vanuit de rol die de wethouder heeft zijn beantwoording. Er zijn ook andere momenten waarop we met elkaar daarover in debat kunnen gaan. Maar we hebben het hier wel over het sociale domein. We hebben hier het over een hele brede notitie. Ik gaf net al aan van op het moment dat die weer voorbij komt, 1,5 jaar als ik het goed heb. Meestal agendeer ik hem dan. Maar ik weet tegelijkertijd dat ik er niet overal over kan spreken. Dus ik zou hem graag dan ook willen toespitsen op de punten die echt spelen. Dus de achtergrond van mijn opmerking is veel meer. Hoe kunnen we zorgen dat we hier in de raad tijdens het raadsdebat het goede debat kunnen voeren over de goede punten. Want u weet net als mij, voorzitter, dat het een heel erg breed onderwerp is. En dat ik wel 50 punten kan agenderen en met u over een debat kunt gaan. Maar dat zou ik niet willen. Dus ik zit te zoeken hoe we dan tijdens het raadsdebat het goede gesprek kunnen voeren. En misschien heb ik dan niet de goede woorden gebruikt, maar dan zou ik graag met u willen kijken hoe kunnen we hier over de goede punten het debat voeren. En niet alleen maar tijdens de BRAP of tijdens de behandeling van de kadernota. Dus ik zou graag daar misschien wel op een ander moment met u over van gedachten willen wisselen. Voorzitter, ik snap wat de heer Rutger zegt en ik snap ook de achtergrond van waarom u het zegt. En inderdaad, het is heel erg breed. Dat geeft tegelijkertijd aan hoe moeilijk het is om vanuit onze rol te zeggen van welke vragen gaan we dan stellen. Ik denk dat iedereen in dit huis ten alle tijde bereid is om uw vragen te beantwoorden, ook meer in de diepte te beantwoorden. U bent welkom, u kunt een afspraak maken, dan reserveren we een uur, twee uur, drie uur als het moet om echt de diepte in te gaan om andere vragen te beantwoorden. Maar ik denk dat als we dat doen. En ik zou het voorbeeld volgen zoals u het nu voorstelt. Dan vrees ik dat we 3 dagen debat gaan krijgen. En dan bijna non-stop debat gaan krijgen. En ik denk dat dat uiteindelijk de kwaliteit ook niet ten goede komt.
bij elke fractie afzonderlijk, en dat horen we nu al heel even in de bijdrage van de verschillende fracties. De een vindt dit punt belangrijk, de ander vindt dat punt belangrijk. En wij vinden met u sociaal domein breed alles belangrijk. Maar dat geeft meteen aan waarom wij niet kunnen voldoen aan uw vraag. Als u behoefte heeft en als de raad behoefte heeft aan een raadsinfo op een bepaald onderwerp, of u wilt wat meer diepte in cijfermatig, dan kan dat op elk moment. U weet welke instrumenten u daarvoor ter beschikking staan. Maar ik denk dat het niet aan ons is om voor u, want dat is eigenlijk wat u vraagt, de prioriteitsvolgorde te bepalen. Daar gaan wij niet over, daar gaat u echt zelf over. Meneer Ruskens. Ik denk dat u even de microfoon aan moet. Gaat het nu goed? Ja, nu gaat het goed. Als je weer wennen zo'n eerste keer, hè? Dan krijg je dat altijd. Voorzitter, ik respecteer en accepteer het antwoord van de wethouder. En dat betekent dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid, eigen rol zal pakken. En op die momenten dat ik denk dat dit gaat de verkeerde kant op. Want ik wil hebben dat het debat hierin wordt gevoerd. Ik kom echt wel langs als ik wat wil weten. Of ga met u het gesprek aan. Wees u daar vooral niet bang voor. Want het gaat vooral over het sociale domein en het debat in de raad. Maar ik zal mijn verantwoordelijkheid daarin pakken. En op die momenten dat ik denk van, hier heb ik vragen over, of dit vind ik belangrijk en ik vind dat er een koerswijziging moet plaatsvinden, zal ik hier ook terugkomen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Ruskens. Dan is mevrouw Uitslag, geeft een interruptie. Nee, meneer Ruskens moet nog afmelden, staat hier. De heer Reusken moet zich afmelden, staat hier. Nee. Doet hij het? Ja? Dankjewel. Nou, fijn dat de wethouder mij daarin ook even helpt. Ik hoop dat hij mij in het volgende ook wil steunen. Ik weet dat er meerdere collega-raadsleden een debat graag hier willen voeren. Maar ik weet ook dat de wethouder al 2 keer een oproep heeft gedaan voor de voormalige klankbordgroep. En mijn vraag is ook aan de wethouder, zou dat weer een gremium kunnen zijn waarin we met elkaar dat open debat kunnen voeren? En ja, ik zou graag willen weten wat hij daarvan vindt. Wethouder. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb die oproep in het verleden tot 2 keer toe niet voor niets gedaan, omdat juist de klankbordgroep de plek was waar je wat meer ontspannen, wat meer ontdaan van politiek, zeg maar even, de diepte in kon en waar je door kon vragen, waar we konden zorgen dat er goede mensen aan tafel zaten. Dus als de raad in haar wijsheid besluit dat het een goed idee is om die klankbordgroep weer opnieuw in het leven te roepen, dan vindt u mij daarin aan uw zij. Mevrouw Uitslag. Voorzitter, ik weet niet of ik die vraag hier mag stellen, maar ik leg hem graag, we hebben het debat vanavond, ik leg hem vaak graag voor aan collega-raadsleden en ik ben benieuwd wat zij daarvan vinden. Nou, uw vraag is niet heel helder. En mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we via presidium en altijd aan de griffie wat vragen. Dus ik ben helder, gaat u verder. Voorzitter, dank u wel. De aanpak van de nieuwe route, u weet dat wij, en dat staat ook steeds beschreven bij de moties en de uitwerking daarvan, want inderdaad, u heeft erom gevraagd, wij hebben die toezegging ook gedaan. U begrijpt dat we soms moeten prioriteren. We zijn ermee bezig en ik zeg u toe dat, dat ik daar bij u op terugkom wat de stand van zaken is. Want we moeten soms keuzes maken. We krijgen de visitatiecommissie op bezoek, zoals u weet. En ik zal u besparen wat daaraan ambtelijke capaciteit en werk aan vooraf gegaan is. Maar ik ben heel blij dat we daaraan meedoen. Maar ik kom daar bij u op terug, meneer Ruskens. Er is interruptie van de heer. Nou, het is een punt van orde, voorzitter. Okay. Even terugkomend op het CDA. We hebben het in het presidium gehad over die klankbordgroep. En ik denk dat we die discussie daar eens moeten voeren voordat het überhaupt in de raad komt. Maar goed, dat is mijn voorstel. We hebben daar toen volgens mij een beslissing al over genomen. Voorzitter, dat is heel leuk. Oké. Ja? Voorzitter, dank u wel. Dan even kijken naar de kernteams en de toegang. We zijn bezig met de kernteams. We zijn ook, er komt op een hele korte termijn een evaluatiemoment. Waarin we kijken van, voldoet het nu nog steeds?
Het voldoet, ja, maar er moet wel een doorontwikkeling komen. En toen de kentering van start gegaan zijn, hebben we... Het spookt, voorzitter, hij gaat steeds uit, maar vooruit. Hebben we gezegd van, wat hebben we nou nodig en wie moet aan tafel? Nou, we zijn nu een aantal jaren bezig en misschien moeten we kijken of er partners bij moeten of wat dan ook. Dus we gaan evalueren en dat doen we onder andere met het kernteam zelf, maar ook met de Centrale Beleidsgroep Jeugd. En met uw goedvinden, voorzitter, kunnen we de resultaten van die evaluatie en ook de conclusies die wij daaruit trekken aan uw raad doen toekomen op het moment dat het zover is. We proberen altijd de toegang via de kernteams te borgen, uiteraard. Want dat is nou juist het succes van het gebleken succes van de kernteams. We zien daarin echt de verschuiving naar het voorliggend veld. En daar is, dat is juist waar we naar op zoek zijn en wat dus ook goed gaat. Dan het innovatiefonds. U bent verheugd over het aantal aanvragen, zegt u, de heer Reusken. Ja, dat zijn wij ook. Ja, hoe je dat borgt, dat hangt er natuurlijk een klein beetje vanaf. Want uiteindelijk kan het niet zo zijn dat projecten, dat we die maar steeds door blijven subsidiëren. Er moet iets ontstaan van onderop, waardoor het bestaansrecht van een project zichzelf bewijst. En dan kun je best overwegen, als het succes er is, om nog eens een keer eenmalig een startsubsidie of wat dan ook te geven. Maar uiteindelijk moet het zichzelf gaan bedruipen. Want het kan niet zo zijn dat deze gemeente en dat deze wethouder op zoek moet naar geld om al die initiatieven in het innovatiefonds in stand te houden. Als je met innovatie bezig bent, dan weet je dat er projecten zullen zijn die niet het effect hebben waarop je vooraf hoopt. Als die effecten er niet zijn, dan is dat jammer, maar dan moeten we daar niet mee doorgaan. En bij gebreken succes kunnen we kijken of we daarin wat moeten doen en wat dat dan is. Maar ik ben blij met u dat het innovatiefonds goed gaat en ik ben ook blij dat we daar de middelen voor hebben om daar voorlopig in elk geval mee door te gaan. Dan het gebruik van de jeugdzorg ten opzichte van landelijk. 7,5% gemiddeld, 15% is het hier. En de heer Veldmeijer vroeg daar ook naar. Weliswaar vliegt u hem verschillend aan. En ik maak zo een proberen te beantwoorden. Weet je, ik heb vaak gezegd en ik heb ook in deze raad meermaals gezegd dat Twenterand een plattelandsgemeente is met grootstedelijke problematiek. En dat blijkt. Dit is een cijfer wat juist die uitspraak staaft. Hebben wij dan zoveel meer probleemjongeren? Nee. Maar leiden wij eerder toe, waardoor we uiteindelijk lagere kosten hebben? Ja, en dat is nu juist wat we aan het doen zijn. En zeker ook in de jeugdzorg. En of wij te veel pamperen, dat is een uitspraak die u doet, heer Veldmeijer. Ik laat die voor uw rekening. U kunt van mij bezwaarlijk verwachten dat ik elke ouder en elk ouderstel apart ga beoordelen of ze te veel pamperen, ja of nee. Dat we daar werk te doen hebben, dat is een ding wat zeker is. Want dat wij met dat percentage van 15%, dat ook voor ons zorgt voor extra aandacht van wat doen we nou in de jeugdzorg, waar leiden we naartoe. En het cijfer is zoals het is, maar dat betekent niet dat het per se om alleen maar de zware vorm van jeugdzorg gaat. Integendeel, ik denk dat wat wij aan het doen zijn, ook met onze externe verwijzers en dergelijke, dat dat ervoor zorgt dat heel veel jeugdigen weliswaar jeugdzorg ontvangen, maar dat we die uit de hele zware en dus dure vorm van jeugdzorg houden. Dus een interruptie van de heer Veldmeijer, PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee vragen voor de wethouder. Eerste vraag. We zijn een plattelandsgemeente, er zijn er meer van in Nederland of in Twente. Die 15% wijkt die dan niet af van Tubbergen of welke andere plattelandsgemeente in Nederland of in Twente? Dat is vraag 1. En hoorde ik de wethouder nu zeggen, voorzitter, dat ondanks dat wij twee keer zoveel jongeren in de jeugdhulp hebben, dat de kosten die wij kwijt zijn aan jeugdhulp lager zijn. Dat wilde ik nog even zeker weten of dat op de juiste manier geïnterpreteerd werd, voorzitter. Wethouder. Dank u wel, voorzitter. Nee, want ik zou niet kunnen zeggen of wij de kosten lager zijn. Ik weet in elk geval wat wij doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. En dat is onder andere wat we proberen te bereiken met de externe verwijzers en alle maatregelen die we daar nemen. En of omliggende gemeenten een lager cijfer hebben,
Die hebben waarschijnlijk een lager cijfer. Ja, maar dat betekent niet dat wij daarom het heel veel slechter doen. Dus ik wilde wel voor waken dat het cijfer 7,5 en 15... Wij hebben u dat geschetst, we hebben dat opgenomen in de stand van zaken notitie om een beeld te schetsen van waar hebben we het nou over als je kijkt naar de jeugdzorg in Twenterand en de jeugdigen die jeugdzorg ontvangen. Maar zoals wel vaker is het heel moeilijk om één op één te vergelijken, want is Tubbergen een vergelijkbare gemeente? Nee. En als je dat helemaal uit zou willen splitsen, dan moet je veel dieper kijken. Want dan moet je ook kijken van wat is nou de demografische opbouw van bijvoorbeeld Tubbergen of van bijvoorbeeld Denkeland. En pas dan zou je conclusies kunnen trekken. Moet je dan bijvoorbeeld ook kijken naar wat is het gemiddeld inkomen? En moet je dan de relatie daarmee leggen, hoe gevaarlijk die ook is? Dus daar hebben we bewust niet willen doen. We hebben wel aan willen geven, waar hebben wij het over in Twenterand? Dat is waar we ons op focussen en dat is waar we de maatregelen nemen die we nemen om uiteindelijk dat aantal en dat percentage ook te doen dalen. Maar ik wil er wel voor waken dat we dit getal gaan verheffen tot iets van wat dan een beetje rond gaat zweven. Alsof het zo is dat we alleen dat we 15% jongeren hebben die in de zware vorm van jeugdzorg zitten. Jeugdzorg is heel breed wat dat betreft. En de maatregelen die wij nemen zijn erop gericht om juist die zware vorm te voorkomen. Ja, nog één aanvullende vraag, voorzitter. Maar wat ik vreemd vind, als je beleid wil voeren op het gebied van jeugdhulp, dan moet je juist toch de oorzaak weten waarom het 15% is. Je kunt er pas beleid voeren op het moment dat jij exact weet wat nou de oorzaken zijn dat wij meer jongeren in de jeugdhulp hebben dan vergelijkbare gemeentes van dezelfde omvang. Of... Middelen? Nou, natuurlijk kijken we naar de oorzaken, maar daarvoor doen we heel veel dingen. Daar hebben we ons jongerenwerk voor, om te voorkomen dat daar wat gebeurt. Dus je probeert aan alle kanten, en niet alleen de jeugdzorg, niet alleen de maatregelen die we daar nemen, maar we kijken naar jeugdzorg, we kijken naar VVE, we kijken naar, nou, noem maar op. En dat is een totaal palet van alles wat je doet. En sommige oorzaken zijn heel simpel, en daar probeer je heel snel wat aan te doen. Sommige oorzaken vragen echt veel meer tijd en daarom doen we daar onze best voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar als je een groep waar je moeilijk grip op krijgt, als je die in één keer wil pakken, dan vraagt dat tijd. En dan hebben we daar wat meer voor nodig en dan kijken we naar alles, inderdaad. Ja, wat mij bevreemdt, voorzitter, is dat toen ik de vergelijking trok met bijvoorbeeld Tubbergen, dat de wethouder zei, ja, we gaan niet zo diep dat we naar die oorzaken gaan kijken. Nu in de beantwoording van mijn laatste vraag zegt hij, ja, er zijn simpele oorzaken, er zijn moeilijke oorzaken. Dan zou ik aan de wethouder graag willen weten, noem eens één simpele oorzaak en noem eens één moeilijke oorzaak. Nou, ik snap dat de heer Veldmeijer die vraag stelt. Eén simpele oorzaak en één moeilijke oorzaak. Weet je, ik vind dat we daarmee echt doodslaan. En ik vind dat we dat niet moeten doen. Want een simpele oorzaak, iemand die logopedie heeft, dat kan een simpele oorzaak hebben. Maar komt wel uiteindelijk in de jeugdzorg terecht. Een probleemgezin, waar stapeling van verschillende problemen zijn. Waar mijn moeder wat aan de hand is, waar mijn vader wat aan de hand is. Waar het kind mee te maken krijgt. Ja, dat is een moeilijke oorzaak en dus ook veel moeilijker op te lossen. Ja, logopedie. Dan had ik graag het antwoord willen weten dat wij meer kinderen in onze gemeente hebben die logopedie hebben bijvoorbeeld. Dat zou een indicatie kunnen zijn. Of... Meneer Veldmeijer, met alle respect, maar ik denk dat dat ook wel iets te veel gevraagd is om nu aan de wethouder te vragen om een percentage. Als u dat soort informatie wil, zijn er andere middelen om inderdaad die informatie te krijgen. Wethouder, vervolgt u. Voorzitter, dank u wel. De SGP vroeg naar de laaggeletterden en in combinatie in relatie met de VVE-activiteiten en of scholen daar ook kansen krijgen. U heeft de technische vragen gesteld en die zijn ook beantwoord. De VVE-middelen zetten wij in bij de kinderdagverblijven en u weet ook even de cijfers daarvan gezien. We zijn aan het kijken van wat moeten we nou met die doorgaande lijn en hoe kun je daar vorm aan geven. Vooralsnog zijn de VVE-middelen en ook de extra VVE-middelen die wij van het Rijk krijgen, die zijn bedoeld om in te zetten bij de voorschoolse opvang. Even kijken, waarom doen we mee aan het Huis van Herstel, vraagt de heer Veldmeijer, omdat dit nou juist een project is wat erop gericht is
om die resocialisatie en de terugkeer in de maatschappij op een andere manier vorm te geven. Waar veel meer commitment gevraagd wordt, ook van de gedetineerde zelf die daar een plek krijgt. En waar we het resultaat van willen zien, en dat is ook de verwachting, dat de recidive fors daalt. En dat is de inzet die je daarop pleegt. En voordat een gedetineerde daar überhaupt voor in beeld komt, en dan wordt hij eerst gescreend, er worden gesprekken gevoerd en iemand moet zich daarop daadwerkelijk aan committeren, en anders kom je daar überhaupt niet voor in aanmerking. Maar de recidive is de verwachting dat die gaat dalen. Dus dat is, dat is de reden dat wij daar aan meedoen. De wachtlijsten korter in de jeugdzorg. Ik zit even te dubbel of ik die vraag nu moet beantwoorden of dat ik hem straks in één keer mee moet nemen. Met uw welnemen pak ik hem straks in één keer mee, want anders dan loopt het een beetje door elkaar. En dan had de heer Ruskin zijn vraag ook kunnen stellen, maar laten we dat straks doen. Dan houden we het overzicht ook wat meer met u goed vinden. De gemeentepolis van Menzies. Ik moet u zeggen dat ik die waren wat mij betreft voor nu iets te technisch van aard. Dus die gaan wij u schriftelijk doen toekomen, wat mij betreft. En het project van Voorwaarts, samen met Tactus, is dat inderdaad gebeurd in het innovatiefonds. Er zijn goede resultaten geboekt, heb ik ook begrepen, ook van Tactus en ook van Voorwaarts. En je ziet dat daar echt een gedragsverandering bewerkstelligd is. En Voorwaarts doet daar ook zelf het nodig aan, ook door geen alcohol te schenken, daar heel strak op te zijn. En voor zover mijn informatie nu reikt, is het ook zo dat Tactus daar ook nog eens een keer weer terugkomt om een soort van herhalingslessen te geven, zoals je dat bij bijvoorbeeld de EHBO ook wel ziet, heb ik begrepen. Volgens mij heb ik ze dan gehad, voorzitter. Dank u wel, meneer Paas. Ik zie de heer Jonker nog naar de interruptietelefoon, microfoon lopen. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel. Ik zat nog even te komen op het antwoord van de wethouder. We hebben inderdaad vragen gesteld, maar daar werd ook in aangegeven dat VVE wordt aangeboden in de peutergroepen van gecertificeerde kinderdagverblijven en loopt door tot de eerste twee groepen van het basisonderwijs. Hoe moet ik dat dan zien? Want er loopt ook een pilot, begreep ik. Dus daar was ik even naar benieuwd. Dat is dus niet alleen bij de kinderdagverblijven. Meneer Paters? Nee, dat klopt. Dat is niet alleen bij de kinderdagverblijven. En we proberen dus die doorgaande lijn te regelen. Maar dan moeten scholen daar ook wel voor openstaan om die samenwerking ook te zoeken met de kinderdagverblijven. Zodat je ook echt die doorgaande lijn kan waarborgen. Want anders zou het een beetje een gekke situatie zijn dat kind gaat naar kinderdagverblijf A, gaat vervolgens naar school B en school B wil daar niks mee. Of om welke reden dan ook niet. Ja, dan helpt het niet om de doorgaande lijn die we juist met z'n allen zo graag willen, om die in stand te houden. Een aanvullende vraag daarop. Is de wethouder bereid om ook in het veld te vragen van hoe scholen dat alleen oppakken met de kinderdagverblijven, of dat ze zelf ook programma's, of dat ze daar ook wat activiteiten aan doen? Ik wil die uitvraag wel doen. Prima. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Veldmeijer van de PVV heeft nog een. Aan u het woord, de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben toch een beetje getriggerd over het korte debat wat ik had met de wethouder over die 15%. En u zegt wel, dat gaat te ver nu. Dan zou ik graag een toezegging willen hebben van de wethouder. Ik vind het toch een enorm verschil. En ik krijg nu toch ook geen duidelijk antwoord of wij daarmee volledig uit de pas lopen met soortgelijke plattelandsgemeentes. En ik zou graag van de wethouder een toezegging willen hebben of wij een staartje kunnen krijgen met hoe dat in andere plattelandgemeentes is, dit percentage. En ik zou toch aan de wethouder willen vragen, ik zou heel graag willen weten waarom, wat de onderliggende oorzaken zijn van het feit dat wij op 15% zitten en vergelijkbare gemeentes op 7,5%. Want het grappige is, als de werkeloosheid laag is, dan is het altijd de verdienste van de provincie of van een gemeente. En als de werkloosheid hoog is, dan is het de schuld van het Rijk en van Europa en van Amerika en China en noem maar op. Nou, dit vind ik heel erg hoog. En daarom ben ik benieuwd naar de oorzaken. Ik zou graag een toezegging willen hebben
maken ze een vergelijking met andere plattelandsgemeentes. Dat zou ik graag een straatje willen zien. En ik zou graag willen weten, wat zijn de oorzaken dat wij tot dit percentage komen, voorzitter. Die toezegging zouden we heel graag willen hebben van een voorzitter. Nou, dank u wel, meneer Veldenmaier. Ik kijk even naar de wethouder. Mocht dat niet zo zijn, dan staat u altijd vrij om die vragen schriftelijk te stellen. Maar ik zie de wethouder even nadenken en ik loop naar de microfoon toe. De wethouder aan u, het woord. Ik aarzel of ik de toezegging heel hard zal doen. Want op zich, zo'n staatje produceren, dat zal niet het probleem zijn. Maar ik wil dan wel graag dat we iets aanleveren wat ook hout snijdt. En een simpel Excel staatje in elkaar draaien met percentages die dan nog niet zeggen, daar schiet u ook niks mee op. Dus ik zeg toe dat wij gaan kijken of we zoiets kunnen produceren, wat dan ook daadwerkelijk iets zegt. En datzelfde geldt voor uw tweede vraag, want een beetje platitudes op papier zetten, daar wordt niemand wijs van. Dus als het hout snijdt en als u daar werkelijk iets mee kan, dan ben ik bereid om dat aan te leveren. En als dat niet kan, om welke reden dan ook, dan zullen we u laten weten waarom dat niet kan. Dank u wel, wethouder. Kijk, de heer Veldmeijer wil daar graag op reageren. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik werk in het speciaal onderwijs. En ik kan me voorstellen dat je als gemeente in kaart kunt hebben hoeveel kinderen hier zitten met bepaalde stoornissen. En stoornissen die soms leiden tot ongepast gedrag of wat dan ook. Of extra jeugdhulp of welke ondersteuning dan ook. En dat bedoel ik eigenlijk. Ik denk dat uw vraag helder is, overgekomen bij de wethouder. En ik denk dat de toezegging van de wethouder ook helder is. En mocht dat niet uit de tevredenheid zijn, dan heeft u altijd mogelijkheid om daarop terug te komen. Meneer Elzega. Ja, voorzitter, ik zeg even te dubben van wat we daar nu aan hebben. Want Tubbergen heeft een totaal andere geschiedenis, een andere bevolking dan gemiddeld Twenterand. De veenarbeiders vanuit de verleden taalachterstand, dat is hier gewoon heel anders dan Tubbergen. Dat is een katholieke gemeenschap, ik noem maar wat. Dus je krijgt sowieso al onvergelijkbare zeven. Dus ik vraag me echt af hoe je dat met elkaar wilt vergelijken. Voor mij is dat gewoon niet te doen. Maar goed, de wethouder gaat wel aan. Hij gaat erin, even dieper en kijkt wat kan. En dat zijn dingen wat u inbrengt, dat zal ongetwijfeld onderdeel van het onderwerp zijn. Ik kijk even rond. Niemand meer, dan gaan we door naar... sluiten we dit onderwerp af. Dan gaan we door naar punt 2. Pilotplan, scheidingspunt. Er zijn twee indieners. Ik begin bij de heer Veldmeijer van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er staat op bladzijde 1 van het pilotplan... scheidingspunt en financiële preventie in de aanleiding staat. Onze gemeentelijke consulenten en partners signaleren dat ouders of partners vaak niet weten wat ze moeten doen als ze willen scheiden. En aan de wethouder vragen wij, wat is vaak? Het gaat om meer dan 160.000 euro gemeenschapsgeld, dit project. En dan willen wij aantallen weten. Hoeveel mensen die gaan scheiden weten niet wat ze moeten doen als ze willen scheiden? Graag een reactie, want met het woord vaak kunnen wij niet veel, veel te vrijblijvend. En voorzitter, het is bekend dat 1 op de 3 huwelijken wordt ontbonden. Dit cijfer wordt al heel lang gebruikt en iedereen heeft wel iemand in zijn familie of kennissenkring die gescheiden is of in scheiding ligt. Hier valt dus veel informatie op te halen. En als je wat te doen bij scheiden intypt bij Google, krijg je ontzettend veel informatie te zien en ook nog eens andere zoektermen. We kunnen ons dus niet voorstellen dat er vaak of veel mensen zijn die niet weten wat ze moeten doen als ze moeten scheiden. Blijft u dus bij uw standpunt dat vaak mensen niet weten wat ze moeten doen wanneer ze willen scheiden? Ook graag een reactie. En er wordt gezegd dat 20% van die scheidingen ontaart in een vechtscheiding, 1 op de 5 dus. En er staat in het pilotplan onderaan dat op 1 januari 2019, zo lezen we, waren in de gemeente Twenterand 1672 mensen gescheiden, oftewel 836 stellen. En de vraag aan de wethouder is, zijn er nu 836 stellen gescheiden in 2018 of leven er in Twenterand 1672
gescheiden mensen. Graag een reactie. En voorzitter, wanneer een scheiding uitmondt in een vechtscheiding, zullen beide ouders een aparte advocaat inschakelen. En dat zijn professionals. En behalve een advocaat komt er ook de rechter aan te pas, die eventueel mediation toepast of voorstelt. En dan heb je ook nog de Raad van Kinderbescherming, allemaal professionals. En uiteindelijk zal de rechter een uitspraak doen. En de PVV is van mening dat bij vechtscheidingen de zaak zo is geëscaleerd dat partijen vaak niet bereid zijn om überhaupt met elkaar om de tafel te zitten. Niet bij een mediator en dus ook niet bij de gemeente. En van de wethouder willen wij dan ook graag weten, want er wordt een vergelijking gemaakt met Oldenzaal en Dinkeland-Tubbergen, want daar staat dat in een soortgelijke constructie succesvol wordt gewerkt. Moeten wij het met deze vage zin doen of heeft hij cijfers paraat waaruit wij kunnen afleiden dat daar in Dinkeland-Tubbergen en Oldenzaal succesvol wordt gewerkt? Graag een stevige onderbouwing. En wat zorgt ervoor dat u blijkbaar wel mensen in de vechtscheiding aan tafel krijgt en de zaak dus harmonieus wordt opgelost en andere professionals niet? En hoe vaak komt het voor dat de gemeente benaderd wordt per jaar? En door wie wordt ze dan benaderd? Voorzitter, we lezen dat er 161.000 euro gemeenschapsgeld wordt uitgetrokken voor een experiment. De opbrengsten kent men niet. Het is dan ook een pilot. En de zinnen, we hopen, we schatten, een groeiproces en we verwachten, staan dan ook niet voor niets in het stuk. En wanneer Dinkeland, Tubbergen en Oldenzaal zo succesvol zouden zijn, waarom dan deze vage bewoordingen in het stuk? Waarom geen concrete doelstellingen formuleren? Wanneer, stel dat er 160 vechtscheidingen zouden zijn in onze gemeente per jaar, stellen, waarom jezelf dan niet eens doelstellen dat 1 op de 4 daarvan is omgezet naar een situatie waarin men harmonieus tot een einde is gekomen? Waarom niet zo'n doelstelling? SMART heet dat ook al. En hetzelfde geldt voor de financiële situatie na de scheidingen. Waarom zijn hier geen financiële of concrete doelstellingen verwoord? En is er ook aandacht voor vaders die fulltime werken, maar nauwelijks kunnen rondkomen door de hoge alimentatielasten? Komt hier aandacht voor of gaat het alleen maar om de moeders? En waar is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders? Krijgen mensen die straks willens en wetens de zaak traineren, de vader pesten, de omgangsregeling bewust frustreren, hulp van de gemeente met belastinggeld? Graag een antwoord. Voorzitter, we snappen dat het GBT de ChristenUnie af en toe wat gunt, maar wij kennen de ChristenUnie als een zeer naïeve partij. En wij missen ook concrete doelstellingen, een inhoudelijk stuk met duidelijke plannen. Dit stuk staat vol met vage termen, bewoordingen en zinnen. En dus zullen wij, en dat hebben we al eerder gedaan, nee zeggen tegen dit plan. De gedachte is nobel, maar dan houdt het ook wel op. En met gemeenschapsgeld, daar moet je zuinig mee omgaan. En experimenteren, voorzitter, doe je maar met je eigen geld. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Ik ga door naar de PVV GroenLinks fractie, de heer Stefan Russens. Voorzitter, dank u wel. U zei PVV GroenLinks, maar volgens mij zou de heer Veldmeijer zich graag niet verbonden willen zien met GroenLinks. Want volgens mij valt hij dan van zijn stoel achterover en komt niet meer overeind. Blijkbaar zit ik nog een klein beetje in mijn vakantiemodus, meneer Ruggers. Mijn excuus. Maar de toekomst weet u nooit. Goed, dank u wel, voorzitter. Bij de kadernota is hier al een eerste debat over geweest. En leek het er sprake te zijn van een apart nieuw in te richten scheidingsloket. En de wethouder heeft op dat moment gezegd, we komen daar nog nader op terug en we geven daar nog nadere invulling aan. Er ligt nu een voorstel, er ligt een notitie. En we zijn toch eigenlijk wel blij dat dit breder opgepakt wordt dan alleen maar een scheidingsloket. En dat het ook zelfs verbonden is met financiële provincie. Om met het laatste te beginnen, uit de informatie blijkt dat 37% van de mensen in Twente Rand een laag inkomen heeft. We weten dat schulden heel veel stress veroorzaakt. Mensen leven dan van dag tot dag en hebben niet meer de mogelijkheden om echt na te denken over van hoe kan ik zorgen dat op de lange termijn ik daar uitkom. Het heeft een grote impact op het dagelijks leven. Mensen met een laag inkomen, dat bleek onlangs nog uit onderzoek, leven gemiddeld 7,5 jaar, let wel, 7,5 jaar korter dan mensen met een normaal inkomen of een hoog inkomen. Armoede heeft dus impact op de gezondheid. Dus in die zin is het goed dat dit daarin wordt meegepakt.
Let wel, als je kijkt naar schulden, is de overheid de grootste schuldeiser. Dus ik denk dat daar ook aandacht voor moet zijn. En daarom goed dat dat, wat ik al zei, wat dat hierop ingezet wordt. We vragen bij de schuldenpreventie wel een aantal zaken waarbij we zeggen van, let op de eigen werkprocessen. Hoe gaat u zorgen dat daar waar u zelf schuldeiser bent, zorgt dat daar ook aandacht voor is. Denk bijvoorbeeld aan openstaande rekeningen vanuit het gemeentelijk belastingkantoor. Meneer Ruskers, er is een interruptie van de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het heel leuk, heel goed dat mijn collega van de PvdA GroenLinks van leer trekt tegen armoede en hoe funest dat is voor de mens en geest en ook fysiek. Maar de PvdA GroenLinks is een van de oorzaken ook van de armoede, gezien de enorme hoge stijging van de energielasten. En het is jammer dat hij dat niet in zijn verhaal betrekt. Dus aan mijn collega zou ik willen vragen of hij kan wat doen aan de energiearmoede. In Duitsland zijn er al 300.000 mensen die door die energiewende hun rekening niet meer kunnen betalen. De energierekening bestaat al meer dan 50% uit ODE, energiebelasting, BTW, netwerkkosten. Om armoede te bestrijden zou die ook wat kunnen doen om die energielasten te kunnen laten dalen door minder haantje de voorste te zijn op het gebied van duurzaamheid. En graag een reactie. Meneer Veldmeijer, met alle respect, maar volgens mij moeten we wel oppassen dat we nu een discussie over onze energienoodraad gaan doen. Dus als meneer Ruskers daar genegen is om daar kort op te antwoorden, is prima, maar ik denk wel dat wij ons bij het onderwerp moeten houden. Er zijn gelegenheden genoeg om uw collega daarop verder te bevragen, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn we hier niet in de Tweede Kamer. Volgens mij zijn we hier in de gemeenteraad van Twenterand. En hebben we het hier over het voorstel dat gaat over het scheidingspunt en het financiële informatiepunt. Dus ik zou me graag daartoe willen houden. En volgens mij is de Partij van Arbeid en GroenLinks afgelopen jaren ook altijd in Twenterand bezig geweest met armoedebeleid. En heeft ze daar ook altijd voorstellen voor gedaan om dat in Twenterand op een goede manier op te pakken en op te bestrijden. En de mensen die in armoede zitten daarin te steunen. Ik ga verder, voorzitter. Eigen werkprocessen gaf ik net al aan als het gaat om lokale belastingen. Om daar ook goed naar te kijken, ook in die preventie. Dat er een goede samenhang komt. Dus daar waar er aan de slag wordt gegaan met schulden. Maar ook te kijken daar waar je mensen weer activeert. Om te zorgen dat er goed gekeken wordt van en wat voor impact heeft dat dan op die stress. Dat daar ook ruimte voor is om wellicht daar eerst mee aan de slag te gaan. Voordat je mensen verplicht om aan het werk te gaan. En als het gaat over vrijwilligers, daar wordt ook over gesproken, het inzetten van schuldmaatjes. Ik denk dat dat goed is, maar pas op, let op, daar waar je vrijwilligers inzet en je hebt te maken met mensen met schulden, gaat het vaak over problematiek die ook achter die schulden zitten. En die problematiek zijn niet enkelvoudig van het op een rijtje zetten van de bonnen waar men mee komt in de tas of de ongeopende envelop. Daar gaan ook vaak hele grote maatschappelijke vraagstukken achter. Die vragen om een professionele aanpak. En ik denk dat we daar vrijwilligers niet mee kunnen belasten. Als het gaat over het scheidingspunt. Goed dat er informatie beschikbaar komt voor de partijen in het netwerk om daarmee samen te werken. En iemand in te schakelen die daar meer van weet. En wat ons betreft moet het meer zijn dan alleen maar een informatiepunt. Want daar worden ook de signalen opgehaald. Het gaat vaak om mensen die ook andere vragen en problemen hebben. En dan is het belangrijk om direct door te schakelen. Bijvoorbeeld naar de kernteams of naar de jeugdconsulenten. Over de doelstellingen geeft u aan, en ik moet dat de PVV nageven. Die mogen wat ons betreft ook wel wat scherper en misschien ook wel wat smarter. Maar u geeft daarin aan schadelijke effecten te beperken van scheidingen. Door mensen goed te informeren en voor te bereiden daarop. En dat het kind centraal staat. Dat is ook logisch. Maar denk ook aan die ouders. Maar wat ik mis is, waarom zet u niet in op preventie? Op het voorkomen, misschien zelfs al van de scheidingen. Bij de behandeling van de kadernood hebben wij daar een vraag over gesteld. Of u van plan was om hieraan te doen. Ik was teleurgesteld in het antwoord. Want simpelweg een nee stond er bij de vraag of u daar wat aan wilde doen. Zonder enige toelichting of zonder enige motivatie waarom u daar nee hebt geantwoord. En dat met een ChristenUnie die in het college zit en dat gezin toch hoog in het vaandel heeft. Juist daar zou je dus rondom preventie ook wat kunnen doen. Wij vinden dat in samenhang met dat scheidingspunt ook ingezet zou moeten worden op het voorkomen van scheidingen. Dat kan door in te zetten op voedingsondersteuning. Want
En dat praat ik maar even uit de praktijk. Ik zie, daar waar scheidingen mogelijk gaan gebeuren, dat het vaak ook met jonge ouders, met jonge kinderen hebben te maken. En dat het vaak ook problemen zijn met kinderen die impact hebben op de opvoeding en de relatie van de ouders. En daar zou u ook wellicht maatschappelijke kosten, wat vaak ook bij scheiding al is, kunnen voorkomen. Ik ben toch benieuwd of u daar ook nog eens naar zou willen kijken. En wil kijken of we naast dat scheidingsinformatiepunt, waar ik gezien het voorstel dat wil steunen, maar ook wil kijken naar preventie, om met name ook scheidingen te voorkomen. Meneer Reuskens, ik ben vrij kwam geweest met de tijd. Maar ja, ik ben ook bij mijn laatste zin, voorzitter. Want ik zou graag een reactie van de wethouder willen hebben. Zowel op het financiële vraag als de aandachtspunten voor het scheidingsloket. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reuskens. Ik ga door naar de ChristenUnie-fractie. De heer Smelt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb vandaag Tubantia maar eens meegenomen. Een nieuwe reclame voor die kranten maken, maar goed. Een artikel ging over GHB, daar hebben we het nu niet over, maar in de krant van vandaag, misschien heeft het gezien, staat een artikel waarin zelfs Tubantia het nodig vindt om haar lezers te informeren en te helpen bij het proces rondom scheiden. U moet het artikel maar eens lezen voor degene die daarin geïnteresseerd is. En ik hoop dat ook de PVV dat wil lezen. Maar het geeft wel aan dat dit telkens in de actualiteit komt. En dat noem ik ook verre van naïef. Iets wat telkens in de actualiteit komt is zeer actueel. En dan gaat het niet aan om je collega-partij dan als naïef hier weg te zetten dat gezegd hebben. Voorzitter, ja inderdaad, uit ons verkiezingsprogramma stond en in ons verkiezingsprogramma stond dat het noodzakelijk was om te praten met een toekomstige coalitiepartner over een scheidingsloket. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen, want alle aanleidingen die daarvoor waren geweest, zijn ook door het ministerie van Volksgezondheid gerapporteerd. En ja, het mag dan oud-minister Rauwvoet zijn geweest, die ooit lid was van de regering en ook inderdaad lid was van de ChristenUnie, die de portefeuille jeugd en gezin had, die heeft lessen meegenomen voor de samenleving. En ik citeer u een klein stukje uit de Volkskrant van maart 2018, voorzitter, als u me toestaat. Als gescheiden moeder weet, en ik noem maar Petra, je moet het allemaal zelf uitzoeken. Met je scheiding en met je kinderen. Echte hulp is er niet. Ze was dan ook dolblij met het voorstel van André Rauwvoet. Vorige week donderdag, in maart 2018, keek ze een uitzending van Jinek, waarin de toenmalige ChristenUnie-voorman en oud-minister zat. En die had in de kranten een aantal dingen laten optekenen over scheiden. En ik was blij. Alhoewel ik mijlen ver van zijn religieuze gedachtegoed afstond met zijn idee over de hulp die ik zou moeten hebben. Sterker nog, schrijft ze, ik ben heel blij en ik zal ambassadeur zijn om gemeenten op te roepen om te helpen met scheidingen. Want mijn emotie en de hulp die ik nodig had, die waren onverbrikbaar met elkaar. En daar waar ik betutteling en het achter de voordeur kijken van de overheid altijd heb weggewuifd, heb ik in deze persoonlijke situatie ervaren hoe waardevol het was dat ik, maar zeker ook mijn kinderen, hulp kreeg. Voorzitter, dat gezegd hebbende, hoop ik meteen het antwoord gegeven hebben op de vraag die de PVV aan ons stelde. We hopen op een verder debat, we hopen op een reactie van de coalitiepartij. Hier staan wij en de reden waarom wij dit in het verkiezingsprogramma, in ons verkiezingsprogramma optekenen en in het coalitieakkoord meenamen, is simpelweg de zorg voor onze medemensen, de zorg voor onze burgers. En ja, dat daar dan een pilot voor komt en dat daar een aantal zaken voor voorbereid moeten worden en dat het geld kost. Voorzitter, ik ben het best eens dat er smart doelstellingen mogen komen. Ik ben het best eens dat 160.000 euro een bedrag is waar je niet zomaar van kunt zeggen, is dat het wel waard? Maar het is de moeite waard om erin te investeren, meneer voorzitter, en ik ben blij dat deze wethouder dat opgepikt heeft, dit punt uit het coalitieprogramma nu heeft uitgewerkt in het debat legt. En wij zullen hem ten volle in dit beleid en de uitrol steunen. Dat had u ook wel verwacht, maar u vroeg om een reactie en dat heb ik u bij deze gegeven. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Smelt. Er zijn twee mensen die graag interroperen willen. Ik geef eerst het woord aan de heer Jonker van de SGP-fractie. Dank u wel, voorzitter. Die heer Smelt, gehoord hebbende, we vragen hem
vindt u het ook van belang dat dit scheidingspunt moet inzetten op preventie? Nou, voorzitter, of dat scheidingspunt moet inzetten op preventie, daar wil ik niet zo scherp op antwoorden. Wat ik wel van belang vind, dat het scheidingspunt die hulp biedt die dan wel de ouder, dan wel het kind vraagt. En ik vind veel meer van belang dat het proces goed begeleid wordt. Preventie is eigenlijk zoiets waarin je een verbodsbord aan de voordeur zet en dat probeert om mensen niet voorbij dat verbodsbord te laten komen, ook met betrekking tot scheiding. Dus ik vind preventie in dit gremium een veel te moeilijke vraagstelling om te plakken op een scheidingsloket. Meneer Jonker? Ja, ik voer ook geen pleidooi om scheidingen te verbieden of een verbodsbord in te zetten. Maar ik denk dat de heer Smelt mij wel goed begrijpt. En ik onderstreep maar wat de heer Reusken net zei. Om ook de begeleiding om scheidingen te voorkomen, om zoveel mogelijk preventief ook in die fase al mannen en vrouwen, wie dan ook kinderen, hulp te bieden in zo'n proces. En misschien als je daarop inzet, blijft zo'n gezin wel bij elkaar. Ik zal het ook straks in mijn termijn zeggen. Ik vind met twee woorden spreken belangrijk, want het is ook een oorzaak, ook in de samenleving, het individu. Het moraal van het verhaal is ook dat we moeten blijven gaan voor liefde en trouw. En dat wordt tegenwoordig heel snel passé. Meneer Jonker, u krijgt straks uw termijn. Er is geen interruptie. Ja, maar voorzitter, zonder dan inhoudelijk op dat deel in te gaan, dan commentaar naar de interruptiemicrofoon. Ben ik het wel met hem eens dat er een basis moet liggen waarop twee mensen van elkaar moeten houden en investeren in een huwelijk. En als er kinderen bij zijn, dan is het de moeite waard en een hele grote ambitie, om het dan maar eens ruim te zeggen, van ouders om ervoor te zorgen dat het gezin bij elkaar blijft. Maar als je niet meer van elkaar houdt en als dan wel de man of de vrouw ontrouw is geweest in de relatie, dan helpt er geen preventie meer aan. En laten we eerlijk zijn, zo nuchter moet we ook zijn. Dat gebeurt. Meneer Jonker? Dat zijn we het ook wel met elkaar eens. Daar geen misverstand over. Want dat is de basis. En als die er niet is, en ook in de Bijbel staat dat je mag scheiden, zeker als de huwelijkstrouw verbroken wordt. Dus daar geen misverstand over. Maar het gaat bij mij wel meer om, van u mag ook het morele verhaal vertellen van liefde en trouw, dat dat van belang is, dat dat ook de hoeksteen is van de samenleving. En dat je ook niet alleen in het proces moet begeleiden, want dan zijn we al heel arm bezig, maar dat je ook die zorg kunt bieden van opvoedondersteuning, waar de heer Reusken net ook al aandacht voor vroeg. Helder. Ja, voorzitter, ik kan niet anders zeggen dat datgene wat de heer Jonker nu zegt in grote lijnen overeenkomt met degene hoe wij er ook in zitten. Maar op zijn specifieke band, wat wil je daarop inzetten? Daarvan blijf ik zeggen, dat is niet specifiek het doel. Het is een breder omvattend palet wat ons betreft. Dan is mevrouw Huisslag, heeft een interruptie of een vraag. Kijk, ik leer het. Voorzitter, wij hebben bewust eigenlijk niet ingesproken in de eerste termijn, omdat we graag het debat wilden voeren en ook bij de kadernota al hebben aangegeven wat we ervan vonden. Maar we hebben het plan gezien, want dat hadden we bij de kadernota nog niet. En wij willen echt meedenken, misschien wel meebewegen hierin. Maar we hebben daar nog wel een aantal vragen over. Misschien kan de heer Smelt daar een antwoord op geven. Want we zijn oprecht benieuwd waarom de ChristenUnie, waarom de oppositie, waarom de wethouder komt met een apart loket. Punt, hoe je het ook maar wil noemen. In onze beleving zou dit namelijk heel goed in integraliteit passen. Het heeft met informatievoorlichting, het heeft met maatwerk te maken. Dus eigenlijk mijn vraag, voorzitter, aan de heer Smelt. Kunt u mij uitleggen waarom het zo belangrijk is om dit apart te faciliteren? Meneer Smelt? Nee, dat kan ik u niet uitleggen. Die vraag moet u aan hem stellen. En de verantwoordelijk wethouder. In het collegeakkoord hebben wij een kader weggezet. En dat kader heeft hij uitgewerkt. Daar heeft hij studie naar gedaan. Daar heeft hij zich amperlijk door laten bijstaan. Daar heeft hij met het college over gesproken. Wij hebben niet tegen de wethouder gezegd, u moet zorgen voor een apart loket. Er zullen redenen voor zijn. En ik vind dat de wethouder dan die vraag dan moet beantwoorden. Dat is niet aan mij.
Meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb dat artikel in Tubantia ook even gauw bekeken. En dat komt, vrijdag is de dag van de scheiding. En een zich respecterende krant, en ik lees hem ook iedere dag, die schrijft dan, als het toch dag van de scheiding is, uiteraard een artikeltje over scheidingen. En ik heb ook een vraag. En de PVV, laat ik het anders formuleren. Als die smart doelstellingen hadden gestaan, dan zouden wij mee kunnen tekenen. Want wij vinden, en ik heb het ook persoonlijk aan de lijve ondervonden, en ik weet hoe funest het kan zijn voor kinderen. Kinderen zijn ook bij een goede scheiding sowieso beschadigd, maar dan zo min mogelijk. Ik heb gelukkig een hele goede band met mijn kinderen en het is hun goed gegaan, ook qua school en hoe ze in het leven staan. Maar als er smart doelstellingen in staan, dan willen wij best meetekenen, omdat wij het ook heel erg belangrijk vinden. Als de gemeente daar een rol in kan spelen, dat wij het college ook faciliteren. Maar het is zo'n vaag stuk, het is een experiment. En dan denk ik ook van, onderbouw dat dan ook met de resultaten in Dinkeland en Tubbergen. Want u moet ons proberen te overtuigen. Kijk, GBT is er toch wel een kruisje. Het is een GBT-wethouder. ChristenUnie vindt het belangrijk. Maar wij als oppositie willen graag door u overtuigd worden. Net zoals, daar weet u alles van, een verkoper die probeert zijn klant, toekomstige klant te overtuigen. Maar misschien moeten we dan wachten op de wethouder, dat hij ons kan overtuigen van nut en de noodzaak, voorzitter. Maar wellicht kan meneer Smelter al een voorantwoord op geven. Ik geef meneer Smelter in ieder geval de gelegenheid, maar ik hem ken het denk ik dat hij hetzelfde antwoord geeft dat hij net gaf. Maar ik laat het aan hem zelf over. Ja, dat heeft u goed voorzien. Want uiteindelijk ligt hier een voorstel van de wethouder in de raad, waarvoor hij goedkeuring geeft aan de hele raad. En ik zei het al, ik ben het wel met u eens als u specifiekere doelstellingen formuleert en wil vragen, ook aan de wethouder. En als u hem uitdaagt om dat te doen, dan ga ik zelfs nog met u mee. En daar ben ik ook redelijk objectief in. Maar dat moet wel een haalbare en ook specifieke doelstelling zijn die voor de gemeente ook invulbaar is. Maar nochtans, het is een stuk van de wethouder in de raad waarvan wij het kader weg hebben gegeven en vinden dat het scheidingsloket aan zich en de voorziening aan zich, dat het verdient om uitgerold te worden in een pilot. Dus veel verder dan dat ga ik nu ook niet meer beantwoorden. De rest laat ik graag aan wethouder Paters over, voorzitter. Helder. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smelt. Ik ga door naar de SGP-fractie, heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. We hebben met de kadernota ook al gesproken over dit onderwerp en toen lag het plan nog niet voor en daar debatteren we vandaag over, dus dat is goed. Het is ook niet, toen hadden we de inzet vooral over het loket. Nou, dat woord is vervangen door punt. De SGP-fractie is blij dat er inzet wordt gepleegd op deze problematiek, want dat speelt onder alle lagen van de bevolking. En helaas. Maar goed, ik was wel even benieuwd van wat doen wij nu al op het gebied van deze activiteiten en wat zal het scheidingspunt dan gaan doen? Biedt die dan ook meer service of ligt dat meer in het proces rondom die scheiding? En ik heb het net ook al gevraagd, twee punten, ook graag een reactie van de wethouder daarop. Natuurlijk moet je dat in een breder perspectief zien. De SGP ziet ook geen verbod op scheidingen. Daar is de praktijk weer barstig over en dat hoeft ook helemaal niet. Maar we hebben in de stukken wel gemist het moraal van het verhaal van die liefde en trouw. En dat vinden we toch wel een gemiste kans. En ik heb het wel gezien bij Zoetermeer, hè, dat geeft u ook aan in de stukken, hè, dat daar ook een scheidingspunt fungeert. En daar fungeert ook de praktijk voor hechte relaties. En die zitten ook vaak in het voortraject op die relatie. Om ook te proberen te voorkomen dat het zover komt. Want het heeft ook vaak te maken met opvoedingsondersteuning. En als daar in een eerder stadium dus al zorgen zijn en als daar hulp wordt geboden. Ja, dat biedt misschien perspectief dat een gezin niet
in de jeugdzorg terechtkomt als er kinderen bij betrokken zijn. Goed dat het kind centraal staat. En je hoort ook vaak dat, we hebben het net ook al over jeugdzorg gehad. Het is ook vaak, hoe moet ik dat zeggen, moeilijk om een kind die ontspoort in een eerder traject al de juiste hulp te bieden. Vaak moet een kind helemaal ontsporen, of die zit zodanig in de put dat er ook daadwerkelijk hulp is. Ik weet niet of de wethouder daar ook wil inzetten. En nogmaals, kind centraal goed, maar ook die preventieve aanpak die ook in Zoetermeer wordt aangeboden door de praktijk van hechte relaties. En daar willen wij graag een reactie op. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Jonker. Geef ik het woord aan de heer Paters. Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij met de inbreng van de verschillende fracties. En voor u ligt, en ik zeg dat nadrukkelijk, het pilotplan. En u heeft al gelezen wat wij uiteindelijk willen bereiken en dat we ook op dat moment willen bezien of we dit moeten omzetten in een vast traject, ja of nee. Met respect voor de bijdrage van de heer Veldmeijer, daar zitten zo ongelooflijk veel technische vragen in dat ik die nu niet ga beantwoorden. U kent het traject voor technische vragen en ik nodig u van harte uit om daarvan gebruik te maken. En als u dat traject niet kent of nog niet kent, dan is de griffier vast bereid u uit te leggen hoe dat werkt. Kijkend naar de doelstellingen die we hebben. En als je kijkt, en ik probeer in zijn algemeenheid te reageren, voorzitter, omdat een aantal zaken door alle inbreng genoemd is. Waarom kiezen wij ervoor om het te doen zoals we het nu doen? We hebben geleerd, we hebben gesproken met professionals. We merken ook, en dat is een van de redenen waarom we dit nu voorstellen, dat bij consulenten, bij verschillende punten, dat overal wellicht een beetje kennis zit, maar dat die niet gebundeld is. En dat is ook de reden, en dat staat ook op pagina 1, bij aanleiding en situatieschets, de tweede alinea, ik neem u even mee, onze gemeentelijke consulenten en partners in het voorliggende veld signaleren dat ouders en partners vaak niet weten wat ze moeten doen als ze willen scheiden. Kennis ontbreekt van zowel praktische als juridische zaken en ook zien professionals dat er niet altijd genoeg aandacht is voor de betrokken kinderen. En door dit pilotplan nu te doen en door dit nu een apart punt te noemen, want als het ergens ingebed zou kunnen worden, dan zou dat, en ik ben dat wel met mevrouw Uitslag eens, dan zou dat wellicht de voorkeur hebben. Maar waar zet je hem dan weg? En daar hebben wij ook wel naar gekeken van, is er nou iets waar die één op één past? En vooral dat één op één, omdat er toch ook heel vaak juridische kennis nodig is, en die schakelen we hier ook in. Dan, daar is wel een deel, bij het Centrum voor Jeugd en Gezin weten ze wel iets. Bij het zorginformatiepunt weten ze wel iets. Maar wij willen nou juist dat ene punt, die ene toegang, zodat mensen daar goed en snel ook geholpen kunnen worden op het moment dat het zover is. Dat is de reden dat we het nu doen zoals we het nu voorstellen. Het kan best zijn dat het werkende weg blijkt dat het toch ergens ondergebracht kan worden en dat het ergens wel zou passen. Maar op dit moment, ook kijkend naar de gesprekken die we gevoerd hebben met de professionals in het veld, die zich daarmee bezighouden, is ons gebleken dat er zoiets niet is en dat het ook niet ergens heel makkelijk uitgebreid zou kunnen worden bijvoorbeeld. Maar als dat zou kunnen, dan zou we nog kunnen overwegen om het ergens onder te brengen en dat is er op dit moment niet. Je ziet heel vaak hele specifieke gevolgen, hele specifieke problemen die ontstaan. En al werkende weg bleek wel dat de schuldenaanpak hier wel een hele duidelijke rol heeft. Daarom hebben we ook de middelen, zoals u leest op de laatste pagina van het pilotplan, hebben we die middelen daar ook aan toegevoegd. Armoede- en schuldenbeleid, zodat we die integraliteit wel zoveel mogelijk proberen te waarborgen. Uiteraard zal het zo zijn dat als er met een kind iets aan de hand is, als daar nadelige gevolgen zijn, dat onze jeugdconsulenten daar wel ingeschakeld worden. Dus dat we in die zin wel proberen de lijnen heel erg kort te houden om niet onnodig dingen op te tuigen die we niet nodig hebben. Want dat moeten we vooral zien te voorkomen en daarin vinden we elkaar heel snel. Dus de reden van het aparte loket heb ik u geprobeerd te schetsen.
En als je kijkt naar de doelstellingen en hoe smart je ze wil formuleren. Nou weet je, we hebben gezien dat in Dinkeland en Oldenzaal goede resultaten geboekt zijn. Maar betekent dat dan automatisch dat wat je daar ziet, dat we dat mogen vertalen hier naartoe? Of hebben we onze eigen gegevens nodig? Hebben we onze eigen traject nodig, ons eigen pilotplan, en daarom heet het ook pilotplan, om erachter te komen wat werkt nu het best voor Twenterand. De doelstelling, voorzitter, als u mij toestaat, die staat helder beschreven. En ook het resultaat op pagina 3, wat we uiteindelijk bereikt willen hebben aan het eind van de pilotperiode, ook dat staat wat mij betreft duidelijk beschreven. Je wil juist de ruimte om uiteindelijk, als je besluit van we gaan hiermee door, want het heeft effect, dan moet die zo smart mogelijk zijn, omdat die dan uiteindelijk ook in beleid moet landen. En dan, ben ik het met u eens, dan moet die zo smart mogelijk en dan moet die strakker geformuleerd zijn dan hij nu is. Maar we willen nu juist, werkendeweg, het beste gaan doen voor Twenterand en voor de inwoners van Twenterand. Dank u wel, meneer Paters. Ik heb even gewacht, meneer Veldmeijer, maar nu aan u de interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder die nam het weer in de mond. In Dinkeland worden goede resultaten bereikt. Maar dan zou ik aan de wethouder willen vragen, wat zijn goede resultaten? Of is dat ook te technisch? Meneer Paters. Je ziet dat daar negatieve effecten van vechtscheidingen, van echtscheidingen, beperkt worden. En dat is ook de reden, daar hebben we ons oor te luisteren gelegd van hoe hebben jullie dat vormgegeven, wat gaan wij dan daarin doen. En dat hebben we opgeschreven in dit pilotplan. Maar dat betekent niet dat als iets in Dinkeland werkt, dat je dan automatisch zegt van het werkt in Twenterand ook. Daarom stellen we u nu voor om het te doen middels de pilot zoals het nu beschreven is. Meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, er is 160.000 euro gemeenschapsgeld mee bemoeid. En als de wethouder of het stuk termen gebruikt als vaak of goede resultaten, dan vind ik dat je als wethouder ook de raad moet overtuigen en dan met cijfers komen. Wat zijn dan die goede resultaten? Want nu ga je straks tekenen voor een of ander vaag verhaal, waarbij we niet verder komen dan goede resultaten of vaak weten mensen niet wat ze moeten doen als ze willen scheiden. Ik vind dat heel magertjes als wethouder. Meneer Paters. Voorzitter, de heer Veldmeijer mag dat vinden en ik bestrijd dat ik bestrijd dat zo is. Want dat zou betekenen als uw logica, en ik probeer die te ontdekken, als ik die doortrek, dat als wij zouden opschrijven dat de resultaten in Dinkeland of Oldenzaal niet goed zijn, dat we dan bijvoorbeeld niet met een plan naar de raad hoeven komen voor bijvoorbeeld een pilot over het scheidingspunt. Die logica, die zie ik niet, die zal ik ook niet zien en die wil ik ook niet zien. Want de goede resultaten die daar geboekt zijn, die geven aan dat daar winst te behalen is voor onze inwoners, voor de kinderen van ouders die gaan scheiden. Dat is waar wij op inzetten. Dat is waarom we de pilots graag willen draaien. Dat vragen wij nu aan de raad om daarin mee te gaan. En dat die smarter kan, uiteindelijk in beleid, ja, daar zijn we het over eens. Maar als je hem nu heel smart formuleert, en ik zou willen zeggen van het aantal vechtscheidingen mag niet meer 100 zijn, maar moet 50 zijn. En dan? Dan zijn het er aan het eind van de periode 30. Is het dan mislukt? En dan zijn het geen 10 kinderen die problemen hebben, maar zijn het er 12. Is het dan mislukt? Het gaat erom wat we willen bereiken. En het gaat erom dat we daarom die gelden vragen en het gaat erom dat aantoonbaar, en dat heeft u gelezen, de relatie er is met schuldenproblematiek. En u heeft daar, meerdere mensen hebben daar in hun bijdrage, meerdere raadsleden hebben daar in hun bijdrage ook aandacht voor gevraagd. En het gaat erom dat we nu dit willen doen om uiteindelijk toe te komen naar beleid, wat landt en wat dan inderdaad smart geformuleerd moet zijn. Meneer Veldmeijer. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik snap de logica van de wethouder niet, want als in Dinkeland, Terberg slechte resultaten zouden worden behaald, dan zou ik dat niet vermelden. En dan zou ik überhaupt niet een soortgelijk project op gaan starten. En de kunst van het verkopen is ook af en toe wat weglaten. Daar weet men smelt ook alles van. En u moet ons iets verkopen. En u heeft totaal geen onderbouwing. En als ik het zo zie, is het gewoon echt experimenteren met 160.000 euro gemeenschapsgeld. En wij moeten maar afwachten wat er uiteindelijk uitkomt. En met smart formuleren. Ik zou dat juist
fantastisch vinden, ambitieus van u vinden en gedurfd vinden. Als u zegt, er zijn 100 scheidingen, ik noem maar wat, in Twenterand. En door dit scheidingsloket brengen we dat, die vechtscheidingen terug met 25%. Wij hebben ervoor gezorgd als gemeenschap met 160.000 euro dat 1 op de 4 vechtscheidingen wel goed is afgelopen. Dat is smart formuleren, maar omdat u totaal geen onderbouwing heeft, durft u dat ook niet. Want het is gewoon een experiment. Wij moeten hem afwachten wat eruit rolt. Meneer Paters? Ja, ik denk ook dat het daarom een pannoot is. Hè? Maar goed, ik laat graag aan de wethouder over. Maar... Oké, mevrouw Uitslag. Ja, ik heb naar aanleiding, dank voor uw beantwoording, wethouder. Maar ik ben er even over gaan nadenken. Ik heb toch nog wat, misschien dat u het wat kan verhelderen. Ik ben ook nog op zoek naar de samenwerking tussen de bestaande voorliggende voorzieningen die er nu zijn. Hoe zijn die tot stand gekomen? Zijn daar gesprekken mee gevoerd? Worden daar gesprekken mee gevoerd? Worden die meegenomen in deze pilot? Hoe kunt u dat duiden? Meneer Paters. Ja, er zijn een aantal sessies geweest met de consulenten, met mensen van de zorginformatiepunten, met professionals in het veld. En die hebben uiteindelijk geleid tot de inhoud van het pilotplan zoals die er nu ligt. En dat spreekt voor zich dat ondanks het feit dat we echt mensen gaan, die het punt gaan bemannen, zeg maar, of bevrouwen, bemensen zogezegd, dat de lijnen met de organisaties die we al hebben, die daarin hun rol kunnen vervullen, dat we die kort houden en dat we daar ook van willen blijven leren en dat dat een ongoing proces is, zeg maar. Dat spreekt voor zich, want het gaat niet zo zijn en dat we zeggen van nou oké, dit is het hokje en de rest doet niet meer mee, zeg maar. Absoluut niet. Ja, nog een aanvullende vraag. Zou het dan zo kunnen zijn dat deze pilot ook bedoeld kan zijn om... U zei net, hè, wij hebben de expertise nog niet in huis. Om dat uiteindelijk wel in huis te krijgen, zodat het scheidingsloket, hoe je het maar wil noemen, zichzelf weer op kan heffen? Zichzelf opheffen, dat weet ik niet. Maar het zou best wel kunnen zijn dat het aan het eind van het pilotplan blijkt van... Hey, lerend en kijkend naar de ervaringen die we hebben, kunnen we het wel ergens anders onderbrengen. En dan zou het best dat dezelfde mensen kunnen zijn, maar blijkt dat het toch ergens heel goed een plek zou kunnen krijgen. Dus het staat voor mij niet bij voorbaat vast dat na 2020 het blijvend een punt gaat zijn. En dat zou best ergens anders ondergebracht kunnen worden. Ja. Mevrouw Uitslag. Nog één laatste vraag. Is het de intentie van de wethouder om dit soort expertise in huis te hebben? Ben dat er? Of de intentie is om dit soort expertise per se in huis te hebben, dat weet ik niet. Want daarom zeg ik ook, het zou best kunnen, en dat blijkt dat het uiteindelijk ergens anders een betere plek zou kunnen krijgen. Maar als blijkt uit de pilot dat het in huis hebben van deze expertise de toegevoegde waarde heeft die wij nu verwachten en die wij u ook beschreven hebben, dan mag die wat mij betreft heel graag in huis blijven. Ja. Dank u wel, Wendel. Nog één opmerking, voorzitter, over... twee dingen. PvdA GroenLinks vroeg nog naar hoe zorgen we ervoor dat als we zelf schuldeisers zijn, dat we daar dan ook in mee bewegen. De aanpak van schuldenproblematiek, daar is dit ook een onderdeel van. Dus dat heeft zeker onze aandacht. En het zou natuurlijk van de zotte zijn dat als je... probeert negatieve effecten te voorkomen, dat je die aan de andere kant zelf versterkt doordat je als schuldeiser optreedt. Dus dat kan niet zo zijn, dat mag niet zo zijn. Dan is er door verschillende partijen wat gezegd over preventie. En ik vind dat best een hele moeilijke. Want er gebeurt in de landen links en rechts wel iets. De heer Jonker verwees daar ook naar. Maar ik wil u wel aangeven dat ik best worstel met de vraag van... Waar houdt preventie dan op? En waar, de heer Smelt noemde in zijn bijdrage het woord betutteling van overheidswegen. Waar houdt preventie op? Waar begint de betutteling? En ik vind dat
echt een hele moeilijke. En als er een eensluidende aanpak zou zijn die preventie mogelijk maakt, zonder dat je als gemeentelijke overheid ergens intreedt waar je eigenlijk misschien wel niet hoort, en ik formuleer hem voorzichtig zoals ik hem formuleer, dan vind ik dat best moeilijk. En dat is de reden dat we nu gezegd hebben, laten we het eerst doen zoals we het nu willen gaan doen, om de nadelige effecten van echt- en vechtscheidingen te voorkomen. Maar het kan best zijn dat werkendeweg er toch iets opduikt waar je zegt van nou, dit is een soort van, vergeef mij dat ik het zo zeg, een soort van afgebakende preventie. En dan zou die wellicht best kunnen. Maar ik vind hem nu nog te ingewikkeld, omdat ik bang ben dat je ergens intreedt waar je als gemeentelijke overheid geen rol hebt. Dat is de reden dat preventie, dat we dat nu niet gedaan hebben, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond of de behoefte is aan de tweede termijn. De heer Veldmeijer, de heer Reuskes. CDA-fractie. SGP. Ik begin met de heer Veldmeijer, PVV-fractie. Dank u wel, voorzitter. Laat ik als eerste zeggen dat ik de heer Paters een goede wethouder vind. Althans, wij vinden dat tot nu toe. Maar op dit stuk, ja, je moet af en toe ook een compliment uit kunnen delen. Niet alleen kritiek leveren. Maar op dit dossier schiet hij enorm tekort, vinden wij, voorzitter. Want als de wethouder ons wil overtuigen met termen als vaak weten mensen niet wat ze moeten doen als ze willen scheiden, en de resultaten in Dinkeland, Tubbergen en Oldenzaal zijn goed, maar hij kan dat niet nader duiden. En we moeten het doen met deze vage termen en we moeten hem geloven op zijn blauwe ogen. Dan vind ik dat hij op dit dossier enorm tekortschiet. Want ik vind op het moment dat jij 160.000 euro vraagt van de gemeenteraad, dan moet je dit soort termen ook kunnen onderbouwen. Je hebt 100, 200 ambtenaren tot je beschikking, dus die kun je inschakelen. En ik vind dat de wethouder tamelijk onvoorbereid dit dossier aan ons, bij ons verdedigt. En dat vind ik jammer. Dat is een goed recht, meneer Veldmeijer. Ik ga door naar de heer Reuskes, Partij van Arbeid, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik wellicht de wethouder een beetje willen helpen als het gaat om het misschien wat smarter te formuleren. Als je weet dat de kosten voor vechtscheiding, ik heb het net nog even opgezocht, bedragen landelijk al gauw 2 miljard, misschien zelfs wel meer. En als je door een analyse te maken, maatschappelijke kostenbaatanalyse, zoals dat zo heel mooi heet, zou je kunnen zeggen, als je niks doet, kost het ons die 2 miljard landelijk. En op het moment dat je door een informatiepunt in te schakelen voorkomt dat het gaat leiden tot vechtscheidingen met hoge maatschappelijke kosten, waarbij het gaat over jeugdzorg of beroep noem op andere voorzieningen die je niet altijd beheerst, kan dat kosten schelen. En dat is niet altijd direct te vertalen of direct uit te rekenen wat dat lokaal oplevert. Maar daar wil ik hem zeggen, van daar zou u misschien nog wel een toelichting op kunnen geven in het stuk. Wat maakt dat het wel dagelijks bijdraagt aan de vermindering van de kosten die lokaal in Twente Rand worden gemaakt. En wellicht dat daar straks bij de pilot of aan het eind van de pilot ook wel wat inzicht in gegeven kan worden van wat heeft het dan gekost. En je hebt daar hele mooie projecten voor waarbij je uit kunt rekenen wat kost het als we wel wat doen en wat kost het als we niks hadden gedaan. En dan zie je hele mooie verschillen. Maar ik geef u dat maar mee in de evaluatie om daarnaar te kijken. Waar ik nog één punt wilde noemen is dat gaat over preventie. Ik heb het zelf ook gezegd net als de heer Jonker. Het gaat er mij niet om apart preventief in te zetten op het voorkomen van scheidingen. Het gaat er juist om te kijken waar kun je, waar ouders, het gaat vaak over jonge ouders met jonge kinderen, in de knel komen te zitten en met elkaar ook gaan botsen. Hoe kun je daar via vroeg signalering, dat hebben we hier ook in Twente Rand, dat hebben we ook in Twente. Want als je daar op tijd bij bent, ik ben ervan overtuigd dat dat ertoe leidt dat scheidingen voorkomen kunnen worden. Alleen je kunt nooit die relatie één op één leggen. Ik vraag er alleen aandacht voor en ik zou willen dat we daarop blijven investeren. Dat is mijn oproep ook. Zonder dat ik daar
apart een preventieloket voor wil inrichten, een apart scheidingspreventieloket. Nee, ik wil graag dat we ook blijven investeren in vroeg signaleren en in het versterken van relaties waar ouders tegen problemen oplopen. Dat is mijn oproep om daar vooral ook aandacht aan te blijven geven. Dank u wel. Dank u wel, de rust is dan gegeven worden, mevrouw Uitslag, serie afgezien. En dank u, voorzitter. Ik heb nog even getwijfeld of ik wel of niet namens CDA zal zeggen in de tweede termijn. In ieder geval dank voor de duidelijke uitleg van de wethouder en hoe hij in het college hierin staat. We hebben heel veel gehoord over scheiding, over scheidingsloket, hoe je het maar wil noemen. Armoedebeleid hebben we het maar heel kort over gehad. En ik zou aan de wethouder willen vragen of hij nog zou kunnen duiden hoe hij dat ziet binnen datzelfde punt. Wat doet dan die medewerker? Wat kunnen we daarvan verwachten? Of hij dat nog iets nader kan duiden? Dank u wel, mevrouw Uitslag. Dan ga ik door naar de heer Elsinga van de GPT-fractie. Ja, dank u, voorzitter. Er bestaat een boek en het heet Scheiden voor Dummies, echt waar. Omdat ouders soms gewoonweg niet weten waar ze terecht kunnen. De heer Smelt die meldde dat ook wel, alleen niet dat boek. En dan gaat het vooral over mediation en advocaten. De focus op het kind wordt geen aandacht aan besteed. Er werd net een beetje gedaan door de heer Veldmeijer alsof we in de coalitie over gehad hebben van ChristenUnie. Hier hebben jullie ook een punt, leuk. Nee, zo is het helemaal niet gegaan. We hebben daar echt een discussie over gevoerd van wat willen we daarmee? En we zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ook gesproken met het werkveld. We hebben een stuk opgevraagd. Op een gegeven moment hadden we de wereld aan documenten. Daar hebben we gezegd van op een gegeven moment. Dit is gewoon heel erg belangrijk om dit gewoon eens een kans te geven. Om hier eens mee aan de slag te gaan. Het is absoluut de moeite waard. Vooral de koppeling met armoede en schuld in geld vonden wij een hele belangrijke en de moeite waard. Je kunt voorkomen en dat is beter dan genezen. Als we het over Twenterand hebben, met vechtscheiding, zijn het 20% van de gezinnen. Dat zijn 24 gezinnen. Gemiddeld gezin bestaat uit ongeveer 2 kinderen. We hebben dus over 48 kinderen per jaar en dat komt er dus elk jaar weer bij. De cijfers die voor het CBS zijn bijgehouden gaat louter over diegenen die zijn gehuwd. Hebben nog niet eens over samenwonenden of geregistreerd partnerschap. Dus het werkelijke aantal is ook nog hoger. Ook hebben wij gekeken, samen met de ChristenUnie, van wat ontbreekt er nu hier in Twenterand? Nou, we kwamen op een heleboel losse interventies. Sommige werden 1 keer gedaan, sommige 2 keer, sommige gewoon pilots of pilots probeersels van een maandje of 3 en dan was het voorbij. We kwamen aan bij Averdam, we kwamen bij maatschappelijk werk, we kwamen bij de GGD Twente, we kwamen bij Pink Cloud, kan ook nog online. We kwamen bij het Centrum Jeugd en Gezin voor de SGP, die doet ook een deel aan opvoedondersteuning. Die mens, we kwamen bij Yara B, platform scheiding en omgang. Het was zoveel, een paar kreeg er dik van. We hebben zoiets van, als wij al het overzicht niet kunnen zien, hoe moeten ouders dit dan zien? Dus het is gewoon heel goed dat dit gecentraliseerd wordt. En daarom hebben we gezegd van, dat we er gewoon voor moeten gaan. En het college is hier inderdaad mee aan de slag gegaan. Dus dat bedrag is ons de moeite waard. Het kost ons niks extra. 111.000 euro komt al van het Rijk, we zetten het alleen anders in. We hebben bij de kadernota 50.000 euro extra ingezet, bovenop het, wat er dus werkelijk apart in de begroting voor is, vrijgemaakt. We hadden ons eerst aangemeld voor het eerste agendapunt, dat gaat over het sociaal domein. Uiteindelijk heb ik tegen een raadsgriffier gemaild naar overleg met mijn fractielid die over dat onderwerp gaat. Schrap ons daar maar, wij zeggen het wel bij dit onderwerp, want het gaat over, want dat was het onderwerp van de PvdA GroenLinks, het verbeteren van de toegang. Zo'n scheidingsloket, zo'n scheidingspunt is het extra verbeteren van de toegang. Het zijn mensen die misschien normaal niet zouden komen, die nu wel komen. Binnenkort hebben we ook nog een meldpunt eenzaamheid. Dan heb je weer een extra verbetering van de toegang. Plus wat er in het document vermeld wordt. Dus er komt alleen maar wat bij en dat is een goede zaak. Dus daarin staan we achter en we zijn ook heel benieuwd hoe dat straks gaat uitpakken. Dus met andere woorden, het smart formuleren van het pilot, moet dat voor ons... Afsluitend, voorzitter. Nee, dat hoeft voor ons niet. Kijk, je kunt allemaal cijfers noemen. Ik noemde net al een paar. Maar het allerbelangrijkste is, en dat staat ook op pagina 3. Dat is naaststellen, ook vertellen. Het gaat om het verhaal. Hoe komt het? Dat is veel belangrijker. Cijfers zijn maar cijfers. Elke jaarrekening zien wij die staartjes weer. Ja, het zegt niks. Het is belangrijker wat het verhaal achter de cijfers is.
En daarom vinden wij het vertellende verhaal veel belangrijker. En het gaat om Twenterand. Ik noemde net al iets over Tubbergen. Zijn we eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in. Het is een hele andere gemeente. Wat zijn Dinkeland, Tubbergen doen of laten. Wij moeten kijken naar Twenterand. En dat is qua problematiek vanuit het verleden. Is dat heeft een hele andere achtergrond. Dus je hebt toch wel vaak te maken met onvergelijkbare zaken. Ja, voorzitter, ik wens de wethouder hier veel succes toe. Het is iets nieuws. Het is maar een pilot. En straks zullen we wel zien wat eruit komt. En dan kunnen we daar vragen over stellen. En als het goed is, wordt dan in beeld van over hoeveel mensen hebben we nu, wat zijn nu de vragen, wat is de monitoring. Dus tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Enscha. Ik zie de heer Veldmeijer. Een rondje maken? Nee? Oké. Okay. Ben Adder, er zijn al een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Ik wil u graag de gelegenheid geven. Voorzitter, dank u wel. En dank voor de opmerking in tweede termijn. En zoals de heer Elsgaard beschreef, het is inderdaad een pilotplan waar we echt hoge verwachtingen van hebben. Maar waar we wel moeten zien waar we uiteindelijk uit kunnen komen. De vraag van mevrouw Uitslag over de financiële kant en de schuldhulpverleningskant van dit pilottraject. De financieel preventiemedewerker, u heeft daar het een en ander over gelezen, wat die wil gaan doen. En het is juist bedoeld om daar waar je aan van alles en nog wat moet denken. En heel vaak bij een scheiding in een armoedeval komt, is dat juist iemand die je op weg kan helpen in het woud van gemeentelijke regelingen die er zijn. Zodat iemand je bijna bij de hand neemt en zegt van, hey, je hebt twee kinderen. Weet je dat je een sportabonnement vergoed kan krijgen? Weet je dat de meedoenregeling er is? Weet je dat dit er is, dat er is? En dat je niet achteraf tot de conclusie komt van, hey, er waren nog allemaal dingen die het mij makkelijker hadden kunnen maken. En door dat juist te doen en door daarop te wijzen, kunnen we ook zorgen dat kinderen mee blijven doen. En dat is vaak financieel, dat weet u ook, vaak financieel gerelateerd. En dat kinderen juist niet ineens meer van alles niet kunnen, omdat het geld er niet is. En dat willen we juist voorkomen. Dus vooral mee blijven doen, zich kunnen blijven bewegen. En die financieel preventiemedewerker die heeft daar echt een rol in om dat op te pakken. En samen met het gezin, samen met ook met andere consulenten wellicht, ook met een jeugdconsulent, maar vooral helpen en heel concreet helpen. Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond of er behoefte bestaat om dit onderwerp nog na te agenderen. Ik kijk, nee, dan gaan wij dit afsluiten. Dan gaan we door naar punt 3. Onderwerp 3. Dan gaan we naar de knelpunten toegang jeugdzorg. Hierbij is de Partij van de Arbeid GroenLinks de indiener en ik verzoek de heer Reusers om zijn eerste bijdrage te doen. U hebt daar 4 minuten voor. Dank u wel, voorzitter. Die 4 minuten die zal ik niet gebruiken, voorzitter. Aanleiding voor dit agendapunt was voor de Partij van de Arbeid GroenLinks de raadsinformatiebrief van 3 juni over de knelpunten in de jeugdzorg die we hebben gekregen. En die raadsbrief was alarmerend. Wachtlijsten met toegang tot de jeugdzorg, onderbezetting in de teams en een hoge werkdruk. Reden genoeg voor ons om dit te agenderen. 2 weken geleden hebben we een nieuwe brief gekregen. Die staat weliswaar op de volgende aanmeldformulier. Wij zouden ons natuurlijk weer willen aanmelden, maar dat gaan we niet doen. Dus we pakken die brief er nu meteen maar bij. Want we zijn inmiddels geïnformeerd over de maatregelen die zijn getroffen. En die ertoe moeten leiden dat er tot betere dienstverlening gekomen gaat worden. Een betere beheer van de wachtlijsten en tevredenheid bij de medewerkers en die cliënten. Goed om dat te lezen en goed om te lezen dat zo voortvarend opgepakt is. Dus complimenten wederom daarvoor dat zo gaat gebeuren. En dat ook de eerste resultaten te laten zien. Maar mijn vraag is, en ik ken de praktijk, ik werk dagelijks in de praktijk. Wat gaat u doen om dat zo te houden? Want ik ga wel aan, die praktijk die is weer bastig. De werkdruk is echt hoog. De casuïstiek die op consulenten afkomt, die is niet alleen maar meer van een enkelvoudige vraag, maar die zijn vaak complexer. En daar waar in het verleden werd doorverwezen naar jeugdzorg, wordt er nu eerder opgepakt in het voorveld door de jeugdconsulenten. Dan trek je
Daar doe je dan een groot beroep op. Dus ik ben benieuwd wat u gaat doen, nu u die maatregel heeft getroffen, om te voorkomen dat u volgend jaar, januari of juni, opnieuw moet melden van jongens, we hadden het heel mooi opgepakt, maar het gaat weer de verkeerde kant op. Dus nu borging vind ik heel erg belangrijk en ik ben benieuwd wat u daar gaat aan doen. Tot slot, ik weet het, dit werk is niet makkelijk en het vraagt heel erg veel van de consulenten. Dus ik zeg ook, ik wil eigenlijk vanaf deze plaats toezeggen dat ik veel waardering heb voor het werk wat die jeugdconsulenten uitvoeren met de partners. Want dat mag hier wel eens gezegd worden, die mensen verdienen alle lof en alle steun. Want we willen het juist in het voorveld oppakken en oplossen. Maar we moeten ze daar wel alle steun bij geven. Dus vandaar de vraag die ik net als kernvraag stelde en graag een antwoord op zou willen hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Ruskens. Ik ga door naar de ChristenUnie-fractie, mevrouw Wilderink. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad ons aangemeld voor dit debat, naar aanleiding van de brief van juni en de brief die daarna kwam. En ook wij zijn natuurlijk blij met de acties die genomen zijn door de wethouder. We zijn ook heel blij met de eerlijkheid die in de eerste brief naar voren kwam, waarin heel duidelijk werd gezegd dat er een probleem was, dat er knelpunten waren, dat er zorgen waren over het oppakken van de jeugdzorgcasuïstiek en dat de jeugdconsulenten onder druk stonden. Dat was ook de reden waarom wij vorig jaar, of in 2018, een motie hebben ingediend en hebben gezegd, er moet iets gebeuren aan de voorkant van de jeugdhulp. Want daar moeten wij met elkaar gaan kijken hoe we preventief kunnen zijn, hoe we zorg wegzetten, et cetera. En het lijkt erop dat daar onvoldoende middelen in eerste instantie voor beschikbaar waren gesteld. Dus blij om te horen dat daar nu acties op zijn ingezet. Wat ons echter nu nog puzzelt, is de manier waarop verwoord is hoe die acties zijn ingezet. De wethouder zegt van de knelpunten zijn onder controle, we hebben de goede dingen gedaan, we hebben extra personeel aangenomen. Maar onze vraag is, en ook mede naar aanleiding van het debat wat we hiervoor hebben gevoerd, waarin werd gezegd dat het percentage jeugdhulp in Twenterand in vergelijking met andere gemeenten gewoon hoog is, is het nu voldoende? En leveren we nu voldoende ondersteuning en leveren we voldoende know-how en professionalisering voor onze werkers? Is er genoeg aandacht voor hen? Is er genoeg ondersteuning? Kunnen zij voldoende scholing krijgen? En als we allemaal nieuwe mensen aannemen, hoe wordt dat dan geborgd? Nieuwe mensen moet je inwerken. Is daar voldoende tijd en ruimte voor? Of is het qua aantal voldoende, maar wordt de werkdruk daardoor voor de anderen niet minder? We hebben gehoord dat er inderdaad, en dat schrijft u ook in de brief, veel verloop is geweest, veel druk is ontstaan door de hoge werkdruk, dat het ook tot ziekteverzuim heeft geleid. Dus we willen inderdaad, net als wat de PvdA-fractie, GroenLinks-fractie aangeeft, voorkomen dat we volgend jaar opnieuw moeten constateren dat het nog niet is opgelost. Dus we zijn benieuwd hoe de wethouder gekomen is tot de maatregelen en hoe dat geborgd wordt dat we op die manier voorkomen dat we in een soortgelijke situatie terechtkomen. Dank u wel, mevrouw Wilderink. De PVV-fractie had zich aangemeld, maar de heer Veldmeijer is op dit moment niet aanwezig. Dus ik ga gewoon door naar de wethouder. Aan u het woord, de wethouder. Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij met de erkenning dat we de goede dingen gedaan hebben. Ik wil u wel zeggen dat toen wij de brief van 3 juni stuurden, dat we dat met de grootst mogelijke tegenzin deden. Maar we hadden wel onze actieve informatieplicht en daarom hebben we de brief gestuurd zoals we hem gestuurd hebben. En daarin ook niet terughoudend geschreven wat er aan de hand is. Dat heeft ook geen zin, want de problemen waren er zoals zij waren. Dan doe je een aantal dingen. Dan kijk je waaruit bestaat dan die wachtlijst. Wat kunnen we daar aan doen? En is het, even heel plat slaan, het opentrekken van een blikconsulent, is dat dan voldoende? En dat is deels voldoende. Want deels zijn het dingen op de wachtlijst die heel snel weg te werken zijn. En dat hebben we uiteraard ook gedaan. En daarnaast, en dat ben ik met u eens, zijn we ook bezig om te investeren in onze mensen. En om te kijken hoe houden we nou onze mensen vast? Hoe zorgen we er nou voor dat het verloop en niet meer is. En hoe houden we de werkdruk laag? En dat zijn maatregelen. Dat is een continu proces. Kan ik hiertoe zeggen dat er nooit een wachtlijst meer zal zijn? Nee. En ik denk dat u dat ook beseft dat dat niet kan. Maar wat ik wel aan wil geven is dat we toen wij de brief sturen,
Wachtlijst hadden van 74. Dat is best fors, dat is heel erg fors zelfs. En dat wij nu de wachtlijst met, volgens mij 80-90% teruggebracht hebben. En dat met al die mensen contact geweest is. En ik heb even gewacht tot de heer Veldmeijer binnenkwam, maar laat ik zeggen dat wij niet mensen afvoeren van de wachtlijst op het moment dat we daarmee gesproken hebben. Zo werkt het niet. Van we bellen u en dan gaat u van de wachtlijst. Zo is het niet. De mensen die nu nog op de wachtlijst staan, daar is contact mee geweest. Een eerste contact van wat hebt u nodig, welke acties moeten we ondernemen. De mensen die van de wachtlijst af zijn, die zijn toegeleid naar de zorg die ze moeten hebben. En dus dat verschil moet je heel duidelijk maken. En dan is wat er nu nog staat, is acceptabel klinkt eigenlijk zo fout. Hè? Want je vindt een wachtlijst niet acceptabel, dat willen we met z'n allen niet. Daar doen we elke dag onze keiharde best voor om dat te voorkomen. Maar in het besef dat er altijd iets van een wachtlijst zal zijn, omdat elke consulent nou eenmaal zijn eigen caseload heeft, is wat er nu is acceptabel. En proberen we onze medewerkers te trainen. Als die training nodig hebben, dan is daar een mogelijkheid voor, dan is er ruimte daarvoor. Juist ook om te voorkomen dat ze opnieuw verzuipen. Om te voorkomen dat ze opnieuw kopje ondergaan, maar ook om te voorkomen dat ze zo ineens weer weggaan. Omdat er toevallig een of ander bureautje staat met een auto en werkveld allemaal. Dus wij doen er alles aan, primair, secundair, om onze mensen hier te houden. En ik heb echt het gevoel dat we met de consulenten die we er nu bij hebben, dat we de boel onder controle hebben en houden. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ik zie de heer Russers naar de interruptiemicrofoon open, dus ik neem aan dat hij u nog wat wil vragen. Meneer Russers. Dank u wel, voorzitter. Goed om te horen hoe de wethouder wil werken aan de borging van de huidige ondersteuning en de manier waarop hij dat wil doen. Ik denk dat het heel belangrijk is om consulenten aan je te binden. Ik weet dat ook uit de dagelijkse praktijk, hoe lastig en hoe moeilijk dat is. Dus alle waardering daarvoor. Ik zit nog even te kijken naar de raadsinformatiebrief die u gestuurd heeft, die nog op de lijst staat. Want daar gaat het eigenlijk over, hè? Want dat is uw antwoord op de raadsinformatiebrief. U geeft aan bij het beoogde effect. En dan gaat het niet alleen meer over de consulenten, want die wilt u graag hebben dat die formatief op orde is en dat er beheersbare wachtlijst is. Dat geeft u net aan. Maar u geeft ook aan dat het beoogde effect is tevredenheid onder onze klanten. Ik ben even benieuwd hoe u dat wil gaan doen. En ik vraag een toezegging, maar dat kan in de hele mooie brief waar we het al eerder over gehad hebben, in het informeren over het sociale domein. Hoe u de uitkomst, of die ons over de voortgang wilt blijven informeren via die raadsinformatiebrief. Maar ik ben wel even benieuwd hoe u de tevredenheid onder klanten wilt gaan meten. Of ik de toezegging kan doen dat we u blijven informeren, ik denk dat dat niet nodig is. U heeft gezien dat op het moment dat het nodig is, dat vanuit onze actieve informatieplicht wij u daarover informeren. Daarom hebben we ook de brief gestuurd zoals we die nu gestuurd hebben. En ik wil voorkomen dat we brieven sturen om het brieven sturen. Dat lijkt me niet handig, lijkt me ook niet zinvol. En de tevredenheid onder je inwoners. Je probeert, dat doen onze consulenten, om die zorg te krijgen die nodig is. En die een jeugdige nodig heeft. En niets is frustrerender. En die verhalen en die geluiden heb ik ook zelf uit de eerste hand helaas moeten horen. Niets is frustrerender voor de jeugdige, voor een gezin, als er binnen een half jaar consulent nummer 2 of 3 op de stoep staat. Of erger. Waarbij ik niet wil zeggen dat het erger is, maar dat is heel frustrerend. Want je hebt een probleem. Je moet vertellen wat het probleem is en in een gezin moet je dat vertellen. En niets is frustrerender dan dat je dat voor een tweede of een derde keer moet doen. Dat is ook wat wij willen beogen met die borging. Dat onze jeugdigen erop mogen rekenen, voor zover wij dat in onze macht hebben, dat ze de begeleiding krijgen van steeds dezelfde persoon. Want uiteindelijk, en dat weet u ongetwijfeld ook uit uw dagelijkse praktijk,
is het opbouwen van een vertrouwensband. Daar begint alles mee. En als die band niet de kans krijgt om te groeien, dan zijn we op de verkeerde weg. Dus dat is ook de reden dat wij die tevredenheid bij onze inwoners ook willen. En we zijn continu in gesprek met onze inwoners. We vragen ook van, gewoon heel eerlijk, wat vindt u ervan? En daar acteren we op, daar proberen we op te acteren. En dat is ook de reden dat we nu ons uiterste best doen om dat team wat we nu hebben, wat een goed team is, om dat bij elkaar te houden. Dank u wel. Oké, meneer Russen, verder geen... Ik kijk even rond. Eerste behoefte aan de tweede termijn? Nee, oké. En ik concludeer dan dat we dit ook gewoon met deze afdoen. Dank u wel voor uw inbreng. Ik ga door naar punt 4. Waarvan mevrouw Appema inmiddels ook binnen is gekomen. Welkom. Punt 4, afdoening motie, weg met afsluitboete voor verwijderen gasaansluiting. Een onderwerp wat door de PVV, de heer Veldmeijer, is ingediend. En ik geef u dan nog graag het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de PVV heeft de brief van Cotec om twee redenen geagendeerd. 1. Het geeft de waanzin van de energietransitie maar weer eens aan, namelijk dat mensen die niet mee kunnen de rekening moeten gaan betalen. En 2. In de motie van GBT, ChristenUnie, VVD, SGP en Partijen van de Arbeid GroenLinks staat een onwaarheid in de constateringen. We komen hier later op terug. Voorzitter, uit de brief van Cotec valt te lezen dat zij van mening is dat de kosten voor het afsluiten van de gasafsluiting kosten zijn die verbonden zijn aan de energietransitie. Het een is het gevolg van het andere. En de PVV is het hier natuurlijk mee eens. Mensen die van het gas af willen, krijgen meestal subsidie en zullen de kosten van het afsluiten van het gas, wat ons betreft, moeten meenemen in hun overwegingen en het dus zelf ook moeten gaan betalen. En als steeds minder mensen op gas zijn aangesloten door de overheidsdwang en de netbeheerder deze kosten voor zijn rekening zou moeten nemen, dan zullen de overgebleven aangesloten huishoudens hiervoor opdraaien. En wat ons betreft is dit onacceptabel. Meneer Veldmeijer, interruptie van de heer LZH, GBT-fractie. Ja, dank u voorzitter. De heer Veldmeijer zegt dat wij opdraaien voor de duurzame energie, zal ik maar even zeggen, de windmolens, de zonnepanelen, gasafsluiting. Nou, er is van het weekend een Europese commissie die heeft een onderzoek uitgebracht over een periode van 3 jaar. En wat blijkt, aan duurzame energie wordt zo'n 1,1 miljard gesubsidieerd. En aan de fossiele brandstoffen, waar we dus nu allemaal mee te maken hebben, te gas, nou, we kunnen het allemaal wel verzinnen, 2,4 miljard. We geven dus veel meer uit aan fossiele brandstoffen dan aan duurzame energie. Terwijl u met dit verhaal komt. Meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, zou ik mijn collega willen vragen, aan welke subsidies zitten er op fossiele brandstof? Er worden legio's genoemd, aanleg van gasleidingen, investeringen, de subsidies aan de landbouw, de tuinbomen vooral, die krijgen een korting op het aardgas. Kerken, dorpshuizen, die krijgen een korting ook op de gas, op de energierekening. Het is een ontelbare lijst. Maar altijd, het is nog dubbel zoveel dan de duurzame energie. Meneer Veldmeijer. Ja, dan zou ik mijn collega willen aanraden om eens te googlen en eens te gaan kijken wat de opbrengsten zijn van fossiele brandstoffen. En dan zal hij zien en lezen dat er zoveel is, voorzitter, dat wij dankzij de opbrengst van fossiele brandstoffen het zo goed hebben in Nederland. En dat we mede daardoor een ontwikkeld land zijn geworden. Nou, duurzame energie zoals het op dit moment in de energietransitie wordt uitgegoten, dat kost alleen maar geld en dat draagt nauwelijks iets bij aan de energievoorziening. Ja, voorzitter, hier wordt alleen maar de opbrengst nog weer even genoemd. U hebt het steeds over wat het kost. En ik stel daar tegenover wat de fossiele brandstoffen kosten. U heeft het over een hele lange historie, want dan moet u die kosten ook nog eens allemaal bij elkaar optellen. Want dat geld is er niks voor niks gekomen. De gasleidingen en al die fabrieken, die liggen er niet zomaar. De energiecentrales ook niet. Die zijn allemaal gebouwd van ons geld. Uiteindelijk betalen we overal aan mee. Of het nou de fossiele brandstof is, of het de duurzame energie. Het kost gewoon geld. Nou, als meneer Alsinga, ik zou toch adviseren, ga eens googlen. Ga eens een kostenbatenanalyse maken.
En dan zult u zien dat bij fossiele brandstoffen de baten het honderdvoudige zijn van de kosten. En met de energiegekte is dat net andersom. En als ik tijd heb, zal ik hem dadelijk even een artikeltje doorgeven of doorzetten over McKinsey, die een rapport geschreven heeft over de energiewende in Duitsland. En die voorspelt binnen 5 jaar enorme storingen in het energienetwerk van het grote voorbeeld, zeker van deze wethouder, Duitsland. Goed, voorzitter. Ga verder. Maar in de Tweede Kamer is een motie aangenomen die regelt dat 50% van de gasaansluiting voor rekening van de aanvrager komt en 50% voor rekening netbeheerder. Maar die netbeheerder gaat die 50% gewoon verdisconteren in hun tarieven. En zo betalen Henk en Ingrid nog steeds 50% van de afsluitkosten van Ronald Jan en Estelle. Maar gezegd moet ook worden dat de definitieve uitwerking van de motie nog niet heeft plaatsgevonden. Maar mocht het zo zijn, voorzitter, dat de mensen die dadelijk gewoon aan het gas moeten blijven zitten, 50% van die afsluitkosten moeten gaan betalen, van die mensen die aan de warmtepompen gaan en zo, omdat die netbeheerders dat toch gaan verdisconteren in tarieven, dan wil de PVV dat deze mensen gecompenseerd worden door de gemeente. Immers, de energienota bestaat over meer dan 50% uit netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie en over die energiebelasting en die ODE wordt nog eens BTW geheven. Belasting over belasting. En dit kan dan mooi betaald worden uit het geweldige zonnepark Oosterweilanden. En wij zullen hier bij het eerstvolgende raadsvergadering met een motie komen die dit gaat regelen. Graag een reactie van de wethouder. En voorzitter, dan naar de toen al overbodige motie, wat een toezegging was al voldoende voor de PVV, van 21 mei 2019. Die motie heette, of heet, want hij bestaat nog, weg met de afsluitboete voor verwijderen gasaansluiting. En in de constateringen staat, voorzitter, dat het laten liggen van de gasaansluiting niet gevaarlijk zou zijn. Hier zou geen bewijs voor zijn, aldus de indieners van de motie, want de geschillencommissie zou dat beweren. Maar deze commissie zegt blijkbaar juist het tegenovergestelde, als we de netbeheerder mogen geloven. Nou, dat zijn wat ons betreft de experts, dus die zullen we ook geloven. En niet de indieners van de motie. En deze geloven ook, omdat na 12 maanden, voorzitter, de gasaansluiting definitief verwijderd moet worden. En de PVV vindt het dan ook kwalijk dat de indieners van de motie zich bediend hebben van een suggestieve constatering die blijkbaar niet op waarheid is gestoeld. En we roepen de partijen dan ook op om voortaan slechts zaken in een motie te verwerken die feitelijk juist zijn. Tenminste daar waar het gaat om vermeende feiten. Want wellicht hebben partijen nu getekend voor die motie met een onjuiste bewering en die zouden dan wellicht die motie niet gesteund hebben. En dit moeten we natuurlijk voorkomen. Dit wilden we even gezegd hebben, voorzitter. Maar het belangrijkste is, mensen die straks aan het gas blijven, die moeten wat ons betreft gecompenseerd worden via dat zonnepark Oosterweilanden. Daar komen we mee met een motie, want die mensen betalen zich al blauw aan de energierekening. En die betalen al die energietransitie voor die mensen met warmtepompen. En graag een reactie van de wethouder. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Maar de heer Elsinga wil graag een interruptie bij op uw inbreng brengen. Meneer Elsinga. Ja, voorzitter, de heer Veldmeijer die gelooft gewoon wat hem uitkomt. Hij gelooft dus kennelijk wat een Cortex zegt. Het is gewoon een uitspraak van de geschillencommissie. Die kun je vinden op de website. Daar is ook een apart bericht van gemaakt. Tro heeft bij de zitting gezeten. Die heeft daar ook een heel stuk over geschreven. En dat heeft ruim €600 afsluitboete voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen. Mag dus niet. Volgens, en zo schrijven ze bij die zitting, de meter en de gasbuis mogen blijven liggen, zegt de commissie. Simpel gezegd, afdoppen is genoeg. Dat staat hier. Dan heb ik hier de uitspraak van deze commissie. En die zegt, volgens de commissie maakte de netbeheerder onvoldoende aannemelijk dat het volledig weghalen van de aansluiting en de meterinrichting de enige mogelijkheid is om veiligheid te waarborgen. Dat is dus niet zo. Dat zegt die geschillencommissie. Dus wat daar staat, dat klopt voor 100%. En ik neem aan dat u dat gecheckt heeft, die uitspraak. Even help mij. Ja. Nee, ik ga af, zeg ik eerlijk, op Cotec, waar staat, anders dan door uw raad aangenomen motie stelt,
heeft de geschilderde commissie niet beslist dat verzegelen een permanente veilige oplossing is. En de commissie heeft juist het standpunt van de netbeheerders onderschreven dat permanente verzegeling niet veilig is. En dat de enige wel veilige optie is het verbreken van de aansluiting op het gasnetwerk. En ik denk ook dat de logische gevolg daarvan is dat na 12 maanden inderdaad afgesproken is met partijen dat die gasafsluiting definitief verwijderd moet worden. En voorzitter, nogmaals, dan leest hij weer voor wat de CoreTech vindt. Dat is helemaal niet relevant. Want toen ik die motie indiende namens de partijen en namens GBT, dat heb ik het gedaan met de uitspraak van de geschillencommissie Energie. En die schrijft daar gewoon simpel dat zij daar een andere mening voor hebben. Ik snap er ook wel. CoreTech begint erover, als we iedereen gaan afsluiten, dan is dat 93 miljoen euro. Je gaat toch niet op één dag iedereen afsluiten? Zij moeten zich gewoon op de toekomst voorbereiden, misschien wel op waterstofgas. Waarom moet je die leiding weghalen als je straks misschien waterstofgas hebt? Laat die leiding er toch rustig liggen. Er is helemaal niks mis mee. En die motie wat ik noemt, die komt 3 dagen na deze motie. Dus je heeft het allemaal over achterhaalde gegevens. Die conclusie trek ik ook, dat klopt. Meneer Elsenrijk, ik neem aan dat u namens GBT inbreng naar u het woord. Inderdaad, voorzitter, ik had net zo goed kunnen laten blijven staan. Ja, de ontwikkelingen met betrekking tot de duurzame energie die zijn vergelijkbaar met een smartphone of je mobiele telefoon. Als je hem hebt aangeschaft, is een dag later alles alweer achterhaald en je krijgt bijna al binnen een week de eerste update. De brief van CoreTech die is samen te vatten als, we wachten eerst een landelijke regeling af, een uniforme werkwijze, tenminste zo vat ik hem op, en als de wethouder vindt dat het anders is, dan hoor ik dat daar wel. En daarna gaan wij met z'n allen een beleid voeren wat dan hetzelfde is, en die 50-50% die wordt dan genoemd. Voor Twenterand zou dat betekenen 654 euro gedeeld door 2, dus dat betekent diegene die de gasafsluiting wil laten verwijderen, 320. En dan weet je. Maar nogmaals, voorzitter, voor GBT vinden wij het verwijderen van de gasmeren en de leidingen helemaal niet nodig. En we willen dat, omdat de geschillencommissie dat ook ergens onderschrijft, dat de wethouder dat toch met de volgende vergadering met CoreTech nogmaals weer aanhaalt. Ook voor die ontwikkelingen met waterstofgas. Alleen gasdruk eraf halen, verzegelen, afdoppen en leiding laten liggen voor de toekomst is veilig genoeg en kan gewoon. En het kost ook verder helemaal geen geld, alleen die afsluitkosten 135 euro. Dus we willen nogmaals verzoeken om dat namens de Raad, en ik weet niet of alle partijen daarmee eens is, maar in ieder geval namens GBT, nogmaals te benadrukken, ook naar de toekomst te kijken. In de toekomst, waterstofgas. Dus vorige week is er een waterstoffabriek geopend in Zeeland, in Goeree, Overflakkee, of is dat Zuid-Holland? Er was altijd vergissing mee welke provincie dat precies was. Maar daar is men begonnen met de eerste waterstoffabriek. Zeer interessant. En we hebben daar een zonnepark Oosterweilanden liggen. We hebben een bedrijventerrein. Maar ja, ik wil ook niet alles voor de voeten wegmaaien van de heer Laarman, maar die heeft daar een idee over. Dus dat zien we dan straks wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Anschaar. Dan kijk ik naar de heer Ruskers van het Partij van Arbeid GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de motie en het antwoord van het CoreTech hebben wij een aantal vragen voor de wethouder. Allereerst in de raadsinformatiebrief staat dat het college deze motie heeft ingebracht in de algemene vergadering en dat daar vervolgens een brief op is gekomen. Ik ben benieuwd wat de wethouder in die aandeelsvergadering heeft gedaan. Want als hier een meerderheid van de raad vraagt om die motie uit te voeren, dan ga ik er ook vanuit dat hij zich daar hard voor gemaakt heeft en wellicht ook medestanders heeft gezocht om te kijken of er ook andere gemeenten zijn die wellicht op dezelfde manier daarover denken en hoe die discussie verlopen is. Dus ik vind nu de raadsinformatiebrief mij te weinig bieden om daar te kunnen duiden wat u met die motie gedaan heeft. Dus graag een reactie daarop. En vervolgens het antwoord van CoreTech ben ik benieuwd hoe het college dat antwoord duidt en ook een navolging van het GBT. Heb ik een vraag van, als u kijkt naar het antwoord van CoreTech, vindt u dan dat er een opgave ligt voor de gemeente om vervolgens lokaal wat te gaan doen? Of vindt u dat dat op rijksniveau ligt? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Ruskers. Dan geef ik het woord aan mevrouw Abela. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor de vragen die gesteld zijn.
Als ik even met de laatste vraag begin van de heer Reusken. U vraagt van wat is met de motie gedaan. Nou is de motie niet bij de stukken gevoegd, dus ik heb niet de exacte tekst van de motie. Maar de opdracht van de motie was in ieder geval om het standpunt van de meerderheid van de raad in te brengen in de aandeelhoudersvergadering. Namelijk dat de raad moeite heeft met die afsluitboete. Het werd ervaren als een boete. Dat is gedaan. We hebben dat ingebracht in de aandeelhoudersvergadering. En vervolgens is daardoor de directeur, die dan onze gesprekspartner is daarop gereageerd. Vervolgens is uitgelegd hoe het zit in het wereldje van het netwerk. En is toegezegd dat er middels een brief richting de gemeentes antwoord zou komen op de vragen die de motie hebben opgeroepen. Nou, dat is gebeurd. Dus die brief die hebt u ook vrij snel ontvangen en die is u ook aangereikt door ons college. En ook in de andere gemeentes is hetzelfde gebeurd met de brief. Als ik kijk naar de bijdrage van de PVV, dan moet ik vaststellen dat daar niet zozeer vragen gesteld zijn, maar meer dat er eigenlijk een stelling is ingenomen. En de heer Veldmeijer geeft ook aan dat hij met de volgende raadsvergadering met een motie wil komen die eigenlijk aangeeft dat het duurzaamheidsfonds, waarvoor uw raad de kaders nog zou moeten vaststellen, dat hij daar vast een voorschot op wil nemen door aan te geven wat volgens de PVV de duurzaamheidsfonds voor gebruikt zou moeten worden. Ik heb niet helemaal de planning in beeld rond dat duurzaamheidsfonds. Het zou kunnen dat het nog net dit jaar aan uw raad aangereikt kan worden, maar ik denk eigenlijk dat het begin volgend jaar wordt, voorzitter. Dus ik kan het niet helemaal inschatten, maar ga er maar vanuit begin volgend jaar dat wij dan in de raad zullen spreken met elkaar over de kaders van het duurzaamheidsfonds. En uiteraard staat het u vrij om nu alvast aan te geven wat u vindt dat daarin zou moeten. GBT die vraagt om nogmaals onder de aandacht van Kogas te brengen dat vanuit de Raad van de Gemeente Twenterand de moeite blijft bestaan om kosten voor de afsluiting te betalen. Dat zal ik doen, of dat zullen wij laten doen. U hoort het dan weer terug wat de reactie is. En u geeft aan dat u heel veel waarde hecht en veel waarde ziet in ontwikkelingen rond op het gebied van waterstof. Nou, ik wacht graag uw bijdrage bij het volgende debat af daarin. En de laatste vraag van de heer Reusken. U geeft aan, of eigenlijk vraagt u, waarin ligt een rol van de gemeente en waarin ligt een rol van de Rijksoverheid. Nou, u hebt gezien dat in de brief van COTEC ook gezegd wordt dat er eigenlijk door de netbeheerders gewacht wordt op besluitvorming door de minister. Dat is een belangrijke. In de energiewet zijn heel veel dingen geregeld rond het netwerk. En dat betekent dus dat ook de minister iets moet uitspreken, onder andere over dat punt van de veiligheid, het afdoppen, bijvoorbeeld die risico. Dus dat is ook iets wat de netbeheerders met de minister zullen bespreken. Dus dat wachten wij af. Daarin ligt geen taak voor ons als gemeente. Waar wij natuurlijk als gemeente via ons aandeelhouderschap wel scherp op zullen zijn, dat is de verdeling van de kosten rond die energietransitie. Dus dat is wel een punt van aandacht en dat blijft ook zo voorlopig. Mevrouw Appelma, er is een interruptie van meneer Elzica. Ja, dank u, wethouder. Ja, u zei even van die gasafsluiting en over de betaalbaarheid. Het gaat ons meer om te pleiten om die gasaansluiting gewoon met de leidingen te laten liggen. Om dat nu in ieder geval daarover te hebben. Dat we dat het belangrijkste vinden, want die motie van de Tweede Kamer die wordt op een gegeven moment denk ik toch uitgevoerd van die 50-50. Maar voor ons betreft hoeft dat niet in orde te zijn, omdat die leiding, dat je die gewoon kunt laten liggen. Omdat het bewezen is dat het qua veiligheid niet zoveel uitmaakt. Dat was even wat ik even aan wilde halen. Wethouder.
Voorzitter, misschien is het goed om even aan te geven dat het niet zozeer gaat over het verwijderen van gasleidingen die bijvoorbeeld in de straat liggen. Maar als het gaat over het afdoppen, dan is het over het laatste stukje gasleiding van het huis richting de gasleiding in de weg. Daar gaat het over. He, dus ik heb geen enkel signaal dat Cotec bezig is om gasleidingen te verwijderen uit onder de straten, zeg maar. Ik denk ook dat, dat zij dat ook niet zullen doen, omdat met name de netbeheerder ook heel erg focust op groen gas. En ook waterstofgas is zeker een optie die zij meenemen daarin. Dank u wel. Dan is de interruptie van meneer Ruggers. Dank u wel, voorzitter, om een tweede termijn te voorkomen. De wethouder heeft bijna alle vragen van mij beantwoord. Ik heb nog eigenlijk één vraag openstaan. Dat heeft ook al verband met de inbreng van de PVV. Vindt de wethouder als vervolg op van waar liggen de verantwoordelijkheden en wie moet waar uitspraken doen? U zei net al iets over het Rijk en de minister die wat moet zeggen over de kosten. Maar vindt u dat de gemeente bij zou moeten dragen daar waar mensen kosten maken of daar waar mensen meer kosten moeten maken, dat de gemeente dat zou op lokaal niveau zou moeten vergoeden, los van waar dat uit betaald zou moeten worden? Ja, voorzitter, met hetzelfde gemak kan ik de vraag terugstellen aan de heer Reuske, want eigenlijk is het een politieke vraag, hè, wat u zegt, dus ik ga daar zeker nu geen uitspraak over doen. Het is een politieke vraag, ligt bij u. De wethouder, daar kun je over mening van verschillen. Ik vind ook dat als het een politieke vraag is, dat een wethouder of een college daar een standpunt over kan innemen. En als ze daar een standpunt over hebben, dat kenbaar kunnen maken. Maar ik begrijp dus dat op dit moment het college daar geen standpunt over heeft. Wethouder, nou, u was duidelijk. Ja. Ja, helder. Ik kijk even rond, is de behoefte aan de tweede termijn? De heer Veldmeijer. Zou u dan ook aan willen geven, meneer Veldmeijer, over de motie in een eerstkomende raadsdebat, of dat u wilt wachten op de duurzaamheid, maar ik ga vanuit dat u dat ook al zou willen doen. Ja, voorzitter, gezien de toezegging, het was toch min of meer een toezegging van de wethouder, denk ik dat het handig is om die motie pas in te dienen of dat een amendement wordt, dat weet ik nog niet, wanneer die gegevens bekend zijn. Dank u wel, dus dat is in ieder geval helder. Dan gaan we dit onderwerp afsluiten op dit moment. Ja, dank u wel. Dan hebben we het volgende onderwerp, concept strategisch beleidsplan Twents. Ik heb een vraag aan de aanwezigen. Ik heb inmiddels gezien dat de familie Dekker, die voor het volgende onderwerp zijn aangemeld, binnen is. Ik zou even voorstellen om dat onderwerp even voor te halen. Als u daar geen bezwaar tegen heeft, vind ik wel net zo netjes dan hoe de mensen niet daarop zorgen. Ja, als iedereen zich daarin kan vinden. Ja. Dan ga ik door naar punt 6, situatie anders onderneming Dekker, VOF. Daar heeft de familie, daar zijn twee namen die zich, er zijn insprekers, er zijn twee namen geschreven. Ik weet niet of wat de bedoeling is, u hebt 5 minuten. Als u beide in wil spreken, u ieder 2,5 minuten. Maar ik weet niet wat de keuze is wat u gemaakt heeft. Ik weet dat de griffier daarover dat aan u door heeft gegeven. Maar ik kijk u even aan, wat is de bedoeling? Gaat een van u twee het verhaal doen? Sorry? Oké, nou ja, goed. Ik moet de tijd strak in de gaten houden, anders gaan we presidenten scheppen die daar krijgen we later alleen een probleem mee, want dan krijgen we hele verenigingen en buurtverenigingen, noem maar op. Ik bedoel, nou goed, dat is u uitgelegd. Dus ik wil u graag uitnodigen om gebruik te maken van die microfoon. Ja. Als het goed is, ligt een kaartje. Meneer Reuskes, als u even wil assisteren, u bent er heel goed in. Voorzitter, geachte raad, zoals we hebben kunnen opmaken uit de raadgerichte brieven, hebben we uw medewerking nodig om 6 maal per jaar het ingezamelde puin te mogen breken. Op onze bedrijfslocatie aan de Achter-S in Den Ham. We zijn een familiebedrijf dat al meer dan 75 jaar bestaat. Is gestart door mijn vader, waar ik vanaf 16e heb gewerkt. En mijn zoon inmiddels ook in het bedrijf is. Heb deel van uitmaakt, al die jaren zijn we gevestigd op onze locatie aan de Achter-S. En hebben we heel veel diensten geleend aan de bedrijven. Inwoners aan de gemeente destijds Den Ham, zoals verdere andere werkzaamheden, strooiwerkzaamheden, vuilstortbeheer, afdekken van vuilstort, sloopschool, gewoon, overslag, grofvuil, inclusief puin.
Het innemen van grond, bouw- en sloopafval, puin- of groenafval en oud ijzer en opslag en handel in zand, grond, grind, granulair, asfalt, klinkers. Bestrijdingsmateriaal doen we dus al jaren en nog steeds. En als ieder ander bedrijf moeten wij ook echter alert blijven op technische mogelijkheden voor een optimale bedrijfsvoering. De concurrentie slaapt ook niet, zie andere gemeenten, Tubbergen, Dalsen, Rezen. Gezien de huidige regelgeving en wat er nog staat aan te komen, moeten wij zorgen voor een functionele en effectieve bedrijfsvoering. Ook wat betreft de verwerking van het ingezamelde puin. We willen de verwerking van het ingezamelde puin dan ook graag wijzigen. Niet meer eens laden, transporteren en weer granulaat aanvoeren en weer lossen. Maar op onze locatie incidenteel breken met een mobiele breker en dat maximaal 6 keer per jaar. Een mobiele breker is dus geen vaste brekerbestel. Eén en ander betekent ook aanzienlijk minder transporten. Een wijziging van het verwerkingsproces, dus ingegeven door de huidige technische mogelijkheden en met een positieve bijdrage aan het milieu, CO2, woon- en leefklimaat, andere nuttige, duurzaam hergebruik van grondstof. Zoals u reeds hebt kunnen zien, heeft de buurt geen bezwaar tegen genoemde wijziging van de verwerking. Inmiddels hebben we ook ruim 10 bedrijven de gebruik gemaakt van onze diensten en steunbetuiging aan ons verzoek ondertekend. Die zullen we versterken. Wij vragen dan ook dringend om uw welwillende medewerking aan ons verzoek. En heb ik tenslotte nog een opmerking die me echt van het hart moet. Bij het eerder contact werd door de gemeente onder andere de opmerking gemaakt dat ik blij mag zijn dat we nog kunnen en mogen blijven zitten op onze locatie. Een opmerking die binnenkomt als een klap in het gezicht. En met die weef geraakt, hoe moet ik blij zijn? Het klinkt veel meer als een dreiging dan ernstig teleurgesteld. Ik ben ernstig teleurgesteld voor een bedrijf met 75 jaar bestaansrecht. Door niet mee te werken van een oplossing wordt het bedrijf in feite op slot gezet, waardoor het uiteindelijk in een sterrenwijze moeder terechtkomt. Welke en wiens belang hierbij wordt gediend, ontgaat mij. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Dekker. Ik geef dan het woord aan de heer Luttighol. Ja, klopt. Ja? Nog even een aanvulling daarop, nog wat toelichten over de procedure. Het verzoek om de breekwerkzaamheden toe te staan is echt comfort uit de ontwikkeling. Vanuit het om een volledig dienstenpakket te kunnen bieden aan klanten en ook een efficiëntere werkwijze te kunnen hanteren voor Dekker. Dat is echt van belang voor het voortbestaan van het bedrijf. En dit komt ook omdat het incidenteel breken in de omliggende gemeenten, plaatsen zoals in de gemeenten in Tubbergen, Dalsen en ook Rijzen wel wordt toegestaan. Ook om het concurrentie die mag die mogelijkheden wel. En om de klanten te behouden is het van belang om ook zelf die werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het verzoek aan de raad is gedaan omdat ook tijdens eerdere overleggen met de gemeente nog niet de gewenste medewerking is verkregen. En helemaal duidelijk waar het er precies in zit, dat is niet helemaal duidelijk gemaakt. De oorzaak lijkt te liggen in de eerdere procedure die is geweest voor het wijzigen van het bestemmingsplan in 2017. En destijds is ook het verzoek gedaan en uiteindelijk is daar ook een zienswijze ingediend. En die zienswijze is eigenlijk op onjuiste motivatie is die verworpen. Vanuit Dekker is toen de keus gemaakt en de prioriteit gegeven aan de toewijzing van de bedrijfsbestemming in het bestemmingsplan. Dat heeft toen de voorrang gekregen boven de mogelijkheid om te kunnen breken op de locatie. En dat is ook de reden waarom toen de zienswijze verder niet is verder opgepakt en ook geen gebruik is gemaakt van het inspreekrecht op dat moment. Dan nog even kort toe te lichten waar dan mogelijk de onjuiste informatie over is ontstaan. Het gaat, wat de heer Dekker ook aangaf, over maximaal 6 keer jaarlijks breken op de locatie. Het zal alleen in de dagperiode zijn. En daarbij wordt gebruik gemaakt van een mobiele installatie. Dus geen vaste installatie die op het terrein aanwezig is. Het zal maximaal gaan om 12.000 ton puin jaarlijks. En geen 100.000 ton waar toen in 2017 over is gesproken. En ook het incidenteel breken van puin, dus passend op de huidige locatie,
In het huidige bestemmingsplan zijn daar al wat voorwaarden opgenomen dat het mogelijk zou kunnen worden gemaakt. En ook de mogelijkheid om het bestemmingsplan aan te passen, dat zit ook nog in artikel 441 van het bestemmingsplan. En tot slot is ook het breken van puin niet genoemd in het overzicht van strijdig gebruik op de locatie of in het bestemmingsplan überhaupt. De voorkeur van Dekker is om de breekwerkzaamheden op basis van het huidige bestemmingsplan te kunnen uitvoeren. Dit is de meest snelle procedure en er kan ook zo snel mogelijk worden begonnen met de werkzaamheden. Mocht het toch nodig zijn dat het bestemmingsplan hiervoor moet worden aangepast, dan is Dekker daar ook welwillend in om daarin mee te werken en ook daar de nodige onderzoeken voor te verlenen. Nou, er zijn al wat onderzoeken geweest, er is een akoestisch onderzoek al uitgevoerd. En ja, daaruit blijkt ook dat het passend is. Ook in de bijlagen bij de brief die wij hebben verzonden. Ja, er zit toch wel de nodige motivatie bij waarom het naar ons gezien passend moet zijn. Het is vandaar ook het verzoek om medewerking. Dankjewel, meneer Lurikhoff. Ik kijk even rond of er vragen zijn die gesteld worden. Meneer Alsiga, ik maak even een lijstje huisjes, meneer Huisjes. De heer Veldmeijer en de heer Elsinga. Ik stel voor dat de vragen worden gesteld aan de Lutnikov. Meneer Elsinga, nu. Ja, dank u voorzitter. Ik zie een handtekeningenlijst hè, voor diegenen die ermee eens zijn. Maar diegene die bezwaar heeft gemaakt tegen een puinbreking, die heeft geen handtekening gezet. Hoe verklaart u dat? Dat is vraag 1. De gemeente heeft u in de afgelopen 19 jaar meerdere malen verzocht om aan te stoppen met puinbreken, met zeven, met het inzamelen van huishoudelijk afval. Waarom heeft u daar niets mee gedaan? Bent u toch gewoon doorgegaan? En waarom vraagt u geen bedrijfskavel aan op een geschikte bedrijventerrein om deze werkzaamheden uit te voeren? Dat kan in Twenterand. En de ene keer is sprake van 6 keer maximaal puinbreken en de andere keer wordt 12 keer genoemd in de documenten. Wat is het nu? En hoe ziet u voor zich dat weer dat soort aantallen, ik noem maar wat 6 keer, hoe moet je dat controleren in de praktijk met een boa? Hoe ziet u dat voor zich? Dat waren de vragen, voorzitter. Meneer, ik hoop dat u ze 3:30 kunt onthouden, maar anders dan herhaalt de heer Elsinga ze wel. Aan u graag het woord. De wijze van controleren is vrij eenvoudig. Zowel in het bestemmingsplan of in de milieuvergunning die daarbij zal horen, is eenvoudig een voorschrift op te nemen dat de breekwerkzaamheden voor die tijd gemeld moeten worden en aangekondigd moeten worden. Op deze manier is het te handhaven dat er maximaal 6 keer jaarlijks wordt gebroken. Het gaat inderdaad om 6 keer in het jaar en niet 12 keer. Waarom er geen andere locatie wordt gekozen. Wat de heer Dekker ook al aangaf, het bedrijf is al 75 jaar gevestigd op de huidige locatie. Het is waarschijnlijk best mogelijk om alles te verplaatsen. Maar goed, wie gaat dat betalen? En ook op de huidige locatie is het passend naar onze mening. En we hebben nog steeds geen goede motivatie gehoord waarom het op de huidige locatie niet kan. Dank u wel. Nee, van de hand hier. Nee. Dat was de gemeente heeft u in de afgelopen 19 jaar meerdere malen verzocht gemeente te stoppen. Dat was al bij de gemeente Nam met de brief van Meulman. 2 keer ook vanuit de gemeente Twenterand. Je hebt onlangs nog een brief gekregen, niet zo lang geleden, 14 juli, hè, 2014. Ik heb die brief hier. Er worden 6 illegale activiteiten worden daar geconcentreerd en gevraagd om per 1 september van dat jaar ermee te stoppen. En u bent er toch mee doorgegaan, dus ik vraag aan u, waarom bent u er toch mee doorgegaan? Hoe serieus neemt u dan de gemeente, is dan de vraag natuurlijk. En nogmaals, ik zie een handtekeningenlijst. En diegene die bezwaar heeft gemaakt tegen het puinbreken, trillen in het huis en zo, die heeft geen handtekening gezet. Hoe verklaart u dat? Het is niet duidelijk wie dat is geweest. De handtekeningen zijn verzameld van de omgeving. Even kijken. Er is contact geweest met de handhaver, die is op bezoek geweest. En op basis daarvan zijn ook op dat moment de werkzaamheden gestaakt. In het verleden is vanuit Dekker ook een melding, of een aantal keren een melding ingediend voor het mobiel puinbreken. En die is toen ook altijd goedgekeurd.
En ten aanzien van het 7, volgens het bestemmingsplan staat er de functie is toegewezen om onder andere grond te mogen zeven. Dus ik zou niet weten waarom het 7 niet zou mogen worden uitgevoerd op de locatie. En voorzitter, nog één keer, grond 7 is wat anders dan punt 7. Heeft op een heel ander effect. Dus het gaat om het punt 7. Er staat in die brief van 14 juli staat stapsgewijs een aantal 6 overtredingen. Die staan er gewoon in en die heeft u al die tijd niet beëindigd. Dat staat er gewoon. U zegt van, u hebt toestemming gekregen van gemeente. Dan staat dat recht tegenover die documenten die ik heb gekregen waar gewoon het niet mag. Kunt u dan bewijzen dat het allemaal wel mag? Hebt u schriftelijke documenten waarin u toestemming heeft gekregen om te mogen puinbreken in het buitengebied? Dat zou raar zijn, want de raad heeft meerdere malen, 2005, 2018, vorig jaar nog, bepaald dat het gewoon niet mag. Het past niet in het buitengebied, u moet naar de industrieterrein. Ja, om ons even kort voor u te zeggen, we hebben Heijn Heun, dus de kwestie gaat, die hebben wij beperkt. Terwijl die vaste rechten had, die hebben wij beperkt om niet puin te mogen breken. Zou dat wel vreemd zijn? Dat uw vraag is helder, meneer Schaar. Meneer Luttingholt. Ja. Het is een locatie in het buitengebied. Het heeft wel de bestemming bedrijf. Dus hetzelfde als een bedrijventerrein. En nou, op basis van de beschrijving van het bestemmingsplan is opgenomen het innemen, opslaan van onder andere puin. En eventueel naar bewerking daarvan het duurzaam weer inzetten van dit puin. Dat is op dit moment de beschrijving in het bestemmingsplan. Nee, alleen ik heb geen expliciete vraag, maar ik wou even mijn waardering uitspreken voor de heer Dekker. Ik zag dat hij emotioneel werd en ik weet hoe moeilijk hij het vond om hier te spreken. Dus daar wil ik hem toch een. Want het is niet voor iedere inwoner, ook niet als je in het bedrijfsleven zit, altijd makkelijk om hier te staan voor de gemeenteraad en in te spreken in de microfoon. Dus ja, ik wilde mijn waardering daarvoor uitspreken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stoutmeijer. Het is normaal niet de bedoeling, maar ik denk dat ik kan het wel leren waar u inbreng is. Meneer Huisjes. U stelt, u verwerkt al jaren puin. Hebt u daar in het verleden ook een blijvende vergunning voor gehad? En zo ja, wanneer is die dan ingetrokken? Of wanneer houdt dat op? Want nu vraagt u opnieuw een vergunning aan. Maar is er die in het verleden ook geweest? Er is geen. Er is nooit eerder een blijvende vergunning aangevraagd en ook niet verleend. Wel is er een aantal keren een melding voor mobiel puinbreken. En dat is echt de mogelijkheid om een bepaalde dag om dan puin te breken. En die is ook een aantal keer is die verleend. Meneer Huisjes, dat was uw vraag. Dank u wel, meneer Luttingholt. Dan gaan wij over tot het debat. Dank u wel. Ik heb gezien dat de inbreng van de heer Dekker al naar de griffie is gegaan. En als u. Ja, prima. Dan gaan we dat bij de stukken doen. Ik kijk even rond. Het onderwerp is aangemeld door de heer Veldmeijer van de PVV-fractie. Dus ik geef u het eerste woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. De motor van de werkgelegenheid in Overijssel en ook in Twenterand is het midden- en kleinbedrijf. Vanuit Zwolle is er veel aandacht voor het MKB, omdat zij ook voor de meeste banen zorgen. We moeten dus, als we werk belangrijk vinden in onze gemeente, voor onze inwoners, zuinig zijn en trots zijn op onze bedrijven. En in een tijd waarin veel middenstanders, kleine ondernemers het moeilijk hebben vanwege bijvoorbeeld de internetverkopen, de btw-verhoging en de alsmaar stijgende energiekosten, en de grotere bedrijven geconfronteerd worden met allerlei klimaat- en milieumaatregelen die ze door moeten voeren in hun processen, moeten we juist nu achter onze ondernemers gaan staan. Ze hebben het al moeilijk genoeg vandaag de dag. Zo ook het bedrijf Dekker. Dekker is een bedrijf dat al 75 jaar gevestigd is in Den Ham. En wanneer de wethouder eens de moeite zou nemen om verder te lopen dan de voordeur, zou hij zien dat het bedrijf er binnen, maar ook buiten, spik en span uitziet. Er ligt veel puin, zand, grind enzovoort. Maar het is op een zeer keurige, professionele manier opgeslagen. Om de omgeving niet tot last te zijn, wordt het droge puin ook nat gehouden. En zo zijn er nog meer maatregelen genomen door dit bedrijf om de omwonenden
te ontzien. En voorzitter, op dit soort bedrijven moeten we zuinig zijn. Bedrijven die oog hebben voor de omgeving. En voorzitter, ik zei het al, het bedrijf bestaat reeds 75 jaar. En in deze jaren, deze periode, heeft het bedrijf steeds moeten inspelen op nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen. Om het hoofd boven water te houden. Want stilstaan is achteruitgang in het bedrijfsleven. Klanten, opdrachtgevers veranderen. En die hebben in de loop der jaren natuurlijk ook andere behoeftes gekregen. En nu vandaag de dag willen klanten, opdrachtgevers zaken doen met bedrijven die zoveel mogelijk handelingen verrichten, waardoor zij minder facturen hebben, minder leveranciers, ook nog eens leveranciers waarmee ze zaken willen doen die milieubewust opereren en die zich bezighouden met, en dat moet de wethouder aanspreken, duurzaamheid, circulariteit. Want dit straalt ook op hen als opdrachtgever af. Maar voorzitter, waarom zitten we hier vanavond? Eerst de huidige situatie. De firma Dekker haalt puin op, slaat het op eigen terrein. Hierna moet het weer vervoerd worden naar een ander bedrijf waar het puin gebroken wordt. Vervolgens moet het weer opgehaald waar het puin en granulaat weer op het eigen terrein gestort wordt. De cyclus is dus ophalen, storten, wegbrengen, laten breken, ophalen, storten. Er worden dus behoorlijk wat kilometers gemaakt in dit proces. Benzine, overlast omwonenden, belasting wegdek, uitstoot, moet de wethouder ook aanspreken. Het hoort er allemaal bij. En om minder benzine te gebruiken, minder vervoersbewegingen te maken, minder overlast voor de omwonenden te realiseren, minder het wegdek te belasten, minder CO2-emissie te genereren en om een gezondere exploitatie te realiseren, kan Dekker het beste het puin op haar eigen terrein breken. Met een mobiele breker en dus niet met een vaste breekinstallatie zoals de gemeente wellicht denkt. En geen 100.000 ton puin per jaar, maar slechts 12.000 ton per jaar. Maximaal 6 keer per jaar zal er puin worden gebroken. Maximaal 6 keer per jaar. Er is dus sprake, voorzitter, van een win-win situatie. Goed voor het milieu, goed voor de omwonenden, goed voor het bedrijf en goed voor de gemeente, want u weet wel, werkgelegenheid. En voorzitter, de omwonenden zijn akkoord. En in buurtgemeenten zijn er bedrijven in het buitengebied die 12 keer per jaar puin mogen breken. En de gemeenteraad heeft blijkbaar de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor dit bedrijf. En natuurlijk, de firma Dekker had destijds in moeten spreken in de raad, toen het erover ging. Maar niet iedereen is even goed in het behartigen van de eigen belangen. Niet iedereen staat altijd vooraan, voorzitter. En de Partij voor de Vrijheid is trots op dit bedrijf en wil graag dat Dekker 6 keer per jaar het opgehaalde puin op het eigen terrein kan breken. En aan de andere partijen vragen wij steun en van de wethouder willen wij graag weten wat wij als raad kunnen doen om een ontheffing te verlenen. Het liefste hebben wij dat u vanavond een toezegging komt of in ieder geval een afspraak maakt en over het terrein heen loopt, als het maar geregeld wordt. En voorzitter, we hebben de kwestie Konijnenberg gehad. We hebben een schoenenzaak in Den Ham die gaat sluiten vanwege de internetverkopen. En laten we in, ja, ik wou een woord gebruiken wat door de ChristenUnie of de SGP niet zo gewaardeerd is. Maar laten we alsjeblieft zorgen dat we werkgelegenheid houden en dat we eerlijke concurrentie voorstaan. Want op het moment dat het elders wel mag en hier niet, dan zorgen we ervoor dat dit bedrijf uiteindelijk zijn deuren moet sluiten. En dat willen we niet. Dus vandaar dat we aan de wethouder het verzoek doen, zorg ervoor dat dit bedrijf gewoon datgene kan doen wat ze moet doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Ik ga door naar de ChristenUnie-fractie, de heer Huisjes. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de fractie van de ChristenUnie heeft een bezoek gebracht aan dit bedrijf. Ondanks dat ik het bedrijf wel kende, was het goed om er even rond te lopen. Naar aanleiding van dit bezoek en gesprek heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld. Onder andere waarom het niet mogelijk is om puin te breken. Omdat de wet het niet toestaat. In het besluit mobiel breken, bouw- en sloopafval, artikel 3 lid 3, staat het is verboden om met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken
dat afkomstig is van buiten de locatie of de inrichting waar de mobiele puinbreker in werking is. We hebben afgelopen voorjaar spraken weer met elkaar over het erfentransitiebeleid. Binnen dit beleid is veel maatwerk mogelijk. Indien men schuren sloopt, is het mogelijk om op locatie al het puin met een mobiele puinbreker te verwerken. Nu komt het voor dat er op één locatie niet genoeg sloopmeters zijn om weer iets terug te kunnen bouwen. Men mag dan de schuren van twee locaties samenvoegen om toch aan de voorwaarden te voldoen. Wij vragen ons af, geldt dit ook voor het samenvoegen van het puin? Mag men dit samenvoegen en dan mobiel laten breken? Nu weer terug naar de situatie Dekker. Ze willen puin van derden op hun erf mobiel laten breken. Dit is dus geen puin afkomstig van één locatie. Maar het is ook geen locatie met een vaste puinbreker. Het zit er ergens tussenin. Puinbreken op locatie van sloop vereist bij mijn weten geen certificering. En een locatie met een vaste puinbreker daarentegen heel veel. Dekker vraagt om er tussenin te mogen zitten. Welke certificering is hij daarvoor nodig? Mag de gemeente de eis nastellen? Kan hij eraan voldoen? Dit zijn enkele vragen die bij ons opkomen en waar we graag het debat aan gaan met de raad. Want dit zou verwerkt kunnen worden in een partieel bestemmingsplan. En dan moeten wij ons eerst afvragen of dit wel past en wenselijk is binnen in het buitengebied. Het buitengebied dat in de eerste plaats bedoeld is voor agrarische activiteiten en natuur en recreatie. Tot zover. Dank u wel, meneer Huisjes. Ik zie de heer Jonker naar de interruptiemicrofoon lopen, dus ik denk dat hij een vraag of wel opmerking naar u heeft. Meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Eén vraag aan de woordvoerder van de ChristenUnie. Bent u bereid om medewerking te verlenen als er zo'n partieel bestemmingsplan herziening komt? Want er zijn wel degelijk, heeft de raad mogelijkheden, ook wij hebben daar vragen over gesteld en dat kregen we als antwoord te horen. Bent u daartoe bereid om toch te zoeken naar een mogelijkheid om die activiteiten daar toch te kunnen laten plaatsvinden? Meneer Huisjes. Ja, voorzitter, ik merk uit de stukken dat het hier gaat om een nieuwe, niet buitengebied gebonden activiteit in het buitengebied. Daar zullen we dan met onze fractie over moeten spreken of dat wel of niet mogelijk is in het buitengebied. Meneer Jonker. Dank u wel. Het is altijd goed om dat in de fractie ook te bespreken. Maar bent u bereid om te zoeken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden? U hebt net ook de inspraak gehoord. Het zijn niet geen bedrijfsvreemde activiteiten in het buitengebied. U hebt ook de brief van Cumula gelezen. Er worden 6 argumenten genoemd waarvan dit er één is. Dit bedrijf zit er 75 jaar, verwerkt puin. Maar het is nu alleen nog niet formeel geregeld. Maar er zijn mogelijkheden toe en daardoor is de vraag, staat u daar positief tegenover? Meneer Huisjes. Ja, dit bedrijf verwerkt al heel lang puin. Toch als ik de stukken nalees, ik kan het nergens weer vinden dat het vergund is op deze plek. Dat het ooit vergund is geweest op deze plek. Dan denk ik van, hebben ze al die jaren dat zomaar gedaan? En wil men het nu achteraf legaliseren? Wij zullen ons daarover moeten beraden. Dank u wel, meneer Huisjes. Ik zie meneer Veldmeijer, u hebt nog een interruptie naar meneer Huisjes toe. Ja, oké. Meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde van een van de insprekers toch duidelijk dat in het verleden wel met een mobiele breker is gewerkt. En dat daar vanuit de gemeente wel toestemming voor is gekomen. Dus dat even ter overweging wanneer het in de fractie gaat bespreken. Ja, goed advies, hè, meneer Huisjes. Ik kijk even naar de wethouder. Oh nee, sorry. Ja, hier was al, meneer Jonker, sorry. Ik zou u bijna vergeten. Meneer Jonker van de SGP-fractie. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, dit debat had eigenlijk niet moeten plaatsvinden. Ja, zult u misschien zeggen, dan had u zich niet moeten aanmelden. Dat klopt. Maar ik heb me wel verdiept in de stukken. Waar hebben we het hier eigenlijk over? Daar heb ik me werkelijk afgevraagd. Hebben we het hier over een ondernemer die koste wat kost zijn gelijk wil behalen? Is hij aan het doordrammen om naar de raad toe te gaan? Of hebben we het over een falende relatie tussen burgerbedrijf en overheid? Voorzitter, we zijn beperkt in onze spreektijd, maar we moeten ons daar niet in verbijten. Dat levert mijns inziens niets op. Maar het heeft mij wel verbaasd wat hier allemaal gebeurde, vooral ook in de onderlinge communicatie. Voorzitter, wat wil de raad dan wel? Versterken van het economisch klimaat. Verbeteren van de relatie met inwoners. Bedrijven waarbij de gemeente drempels verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert. Energiebesparing en verduurzaming. En dat doen we op een collegiale wijze. Met beide benen op de grond en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Dan hebben we het inderdaad ook over de bestuurstijl. Dan gaat het erom hoe je met elkaar omgaat. In die bestuurstijl zijn we vernieuwend, creatief, consistent en rolvast. Ook al kan de concrete invulling best per onderwerp of persoon verschillen. Ons gezamenlijke doel is om Twenteland nog beter te maken. Het zijn allemaal teksten vanuit het coalitieakkoord. Laten we dat in praktijk brengen. En laten we die handschoen oppakken. Ik kan hier als eenmansfractie pruttelen wat ik wil. Maar laten we met elkaar gaan kijken wat er wel mogelijk is. Ik ben ook zeer benieuwd hoe de GBT hierin staat. De heer Laaman is ook ter plekke geweest. Maar laten we alstublieft met elkaar kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Bent u daartoe bereid, zo vraag ik het, mijn collega's. Dat moet mogelijk zijn. Nog los gezien van het feit of je nu voor of tegen bent. We hebben vooraf, naar aanleiding van dit debat, vragen gesteld. In de beantwoord ging het over de wenselijkheid. Maar ook dat het om een keuze gaat. Ik ben blij dat het college ook in haar beantwoording de ruimte laat aan ons als raad. Want, letterlijk, het is, de raad is leidend en het college is volgend. Het college geeft ook aan dat er mogelijkheden zijn door bijvoorbeeld het bestemmingsplan partieel te herzien. Ook via een omgevingsvergunning zouden er mogelijkheden zijn. Ik kan de argumenten over en weer gaan herhalen, dat doe ik dus nu niet. We hebben de inspraak gehoord, we hebben de teksten gelezen. Dat kan ook niet vanavond met de beperkte tijd. Maar ik wil de wethouder wel vragen. De brief van Cumla van 8 augustus, die staat ook bij de stukken. Staan hier onjuistheden in? Graag uw reactie. De SGP is voorstander om een zwaardere milieucategorie niet te verlenen. Maar dat wordt hier ook niet om gevraagd. Maar de SGP ziet wel mogelijkheden om dit bedrijf duurzaam en circulair te laten ondernemen. Sterker nog, laten we dit juist stimuleren. Het gaat niet alleen om Dekker, maar ook om Den Ham, de buurt, de ondernemers die van de diensten van Dekker gebruik maken. Laten we ons inzetten voor een sterk platteland die leefbaar blijft. Voorzitter, wat is het probleem hier? Laten we de mooie teksten van het coalitieprogramma waarmaken. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker. Ik kijk even naar de wethouder Koster, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet het even doen zonder te stukken, want ik heb geen toegang tot IBAP's. Maar dat is op zich denk ik geen bezwaar. Het gaat hier over activiteiten van bedrijven dat reeds 75 jaar is gevestigd aan de Achterhes. En laat ik één ding duidelijk zeggen. Wij zijn blij met bedrijvigheid in de gemeente Twenteland. En die bedrijvigheid willen we ook graag stimuleren en faciliteren. Maar het is natuurlijk ook zo dat dat binnen bepaalde kaders gebeurt. En er is al gezegd vanavond, we zitten in een snel veranderende samenleving. En 75 jaar geleden keken we wellicht anders aan tegen het buitengebied dan heden ten dagen. Dat maakt dus een duidelijk verschil. In 1999 was in het toegeldende bestemmingsplan, staat Dekker uiteraard ook al op de desbetreffende plek, is er een herziening geweest van het bestemmingsplan. Nee, in 2004 moet ik zeggen. Waarbij
de activiteiten die in 1999 golden in het bestemmingsplan onder de loep zijn genomen. En daar gold een overgangsrecht. En het overgangsrecht dat hield in van bestaande activiteiten kunnen voortgang vinden, maar die worden niet uitgebreid. In 2017 heeft er opnieuw een herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden. En dan heb je wederom overgangsrecht. Maar het kan niet zo zijn dat overgangsrecht op overgangsrecht op overgangsrecht, dat het elke keer maar doorgaat. In 2014 heeft de firma Dekker een brief gekregen van de gemeente, waarin dat ook uitdrukkelijk is uitgelegd, welke activiteiten kunnen wel en welke activiteiten kunnen niet. Een van de activiteiten die toen niet meer onder het overgangsrecht viel, was het breken van puin. Als je nu kijkt, heden te dagen, van hoe kijken we naar het buitengebied? Dat moet een plek zijn voor recreatie, in ieder geval niet voor bedrijfsmatige activiteiten, als daar zijn puinbreken. Je zou jezelf kunnen afvragen dat de activiteiten die Dekker op dit moment daar uitvoert, overigens wat binnen het bestemmingsplan kan, wat ook valt onder het overgangsrecht, of je dat heden ten dagen nog zou moeten willen. Het antwoord daarop is eigenlijk nee. Want uw raad heeft in 2017-18 daarover gediscussieerd. En daarin zijn ook gewoon andere zienswijzen richting buitengebied geformuleerd. Maar Dekker zat daar, dus die mag daar ook blijven. Toen die herziening kwam van het bestemmingsplan in 2017, toen dat in uw raad aan de orde is geweest, is er ook wederom een zienswijze ingediend door Dekker om het breken van puin te kunnen faciliteren. Daar is een ambtelijke reactie op gegeven en vervolgens is die zienswijze verworpen en is het bestemmingsplan door uw raad vastgesteld. Dat zijn de kaders op basis waarvan ik met de firma Dekker gesprekken heb gevoerd. In eerste instantie, vorig jaar al, toen ik hier aantrad, kwam deze casus al vrij vlot op mijn pad. Er werden vragen over gesteld. Ik heb het uit laten zoeken. Ik heb een raadsfractie daar ook over geïnformeerd, wat de mogelijkheden waren niet. En aangegeven dat binnen het bestemmingsplan, het thans geldende bestemmingsplan, net vastgesteld, begin vorig jaar, dat het niet mogelijk was. Daar werd geen genoegen mee genomen. En dat kan. Hè. Dus uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de firma Dekker mij heeft gevraagd om eens bij hem langs te komen. Om met hem te verkennen wat de mogelijkheden waren. Ik heb aangegeven dat die mogelijkheden binnen de thans geldende kaders van het bestemmingsplan, zoals die door uw raad is vastgesteld, dat er geen mogelijkheden waren. En dat ik derhalve ook geen reden zag om ter plekke mij daar op de hoogte te stellen. Uiteindelijk hield dit zodanig aan, hij wilde met mij in gesprek en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik meen in juni of juli, een gesprek heb gehad. En daarin heb ik andermaal proberen, kennelijk niet afdoende, want ik hoorde zojuist tijdens het inspreken dat er onduidelijkheid over bestond, heb ik andermaal geprobeerd in het bijzijn van zowel een medewerker RO als onze jurist, om aan te geven waar de grenzen lagen van wat kan er wel op het perceel en wat kan er niet. Maar kennelijk is het zo dat het antwoord nee, dat dat kennelijk geen antwoord is en dat het ook geen acceptabel antwoord is. U heeft mij gevraagd, wat is er dan wel mogelijk? Nou, wat er mogelijk is, dat is duidelijk. U kunt als raad besluiten om inderdaad een partiële herziening van het bestemmingsplan, om daarvoor te kiezen. En vervolgens te zeggen van, nou, op basis daarvan maken wij deze activiteit wel mogelijk. Dat is aan uw raad. En als u die kaders gaat bijstellen, dan kan ik niet anders dan die kaders ook te gaan volgen. En dan zullen wij in het voorkomende geval dat dit zou gaan gebeuren, daar ook op gaan acteren. Ik wil u er dan wel echt op wijzen dat op dit moment de milieucategorie die van toepassing is op de uitoefening van de huidige bedrijfsmatige activiteiten die er plaatsvinden, is de categorie 3.2. Het breken van puin valt onder categorie 4.2. Dat is absoluut niet toegestaan in het buitengebied. Op het moment als uw raad besluit om dit via een partiële herziening toch mogelijk te maken,
wijs ik u erop dat dit leidt tot een precedentwerking, waardoor wij ook als gemeente overige bedrijven die een dergelijk verzoek gaan doen in het buitengebied niet kunnen weigeren. Dat is compleet strijdig met de wijze waarop u ook als raad te kennen hebt gegeven hoe u tegen het buitengebied aankijkt en welke activiteiten daar kunnen en mogen plaatsvinden. Ik wil in het kader van die milieucategorie 4.2 wil ik u er ook op wijzen dat bijvoorbeeld een bedrijventrein als Oosterweilanden de maximale milieucategorie kent van 3.2. Dus zelfs op Oosterweilanden zou je daar het puin nog niet kunnen breken. Daarnaast is het zo dat in het verleden wij ook bij soortgelijke bedrijven ook gesprekken hebben gevoerd die tot gevolg hebben gehad dat dergelijke bedrijven zich niet binnen onze gemeente hebben gevestigd, maar die activiteit naar elders hebben verplaatst. Dus dat gezegd hebbende, raad ik uw raad ten zeerste af om deze activiteit middels een partiële herziening mogelijk te maken. Er is een interruptie van de heer Veldmeijer van de PVV-fractie. Meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, de laatste zin. Ik wil vragen of de wethouder zijn laatste zin nog even kan herhalen, want die heb ik blijkbaar niet goed gehoord, denk ik. Wethouder. Ik raad het uw raad ten zeerste af vanwege de precedentwerking en vanwege het feit dat ook de activiteit vallend onder de milieucategorie 4.2 in het buitengebied, raad ik u af om als raad te komen tot een partiële herziening van het bestemmingsplan, waardoor de activiteit wel mogelijk zou worden gemaakt. Want dat leidt tot zeer ongewenste gevolgen. Overigens moet ik ook zeggen dat mocht het zo zijn dat uw raad daartoe toch zou besluiten, dan kom ik ook nog in conflict waarschijnlijk met de provincie, want in het kader van de omgevingsvisie van de provincie past deze activiteit ook niet in het buitengebied. Dus valt er nog wat een en ander uit te leggen. Meneer Veldmeijer. Ja, dan wil ik graag aan de wethouder vragen, als dat in strijd is met de provinciale omgevingsvisie. Toevallig zitten we daar deze maand over te praten. Er staan wel meer krankzinnige dingen in over koeien die meer mogen grazen in de wei. Dus ik trek me daar niet zoveel van die provinciale omgevingsvisie. Als dat zo zou zijn dat het in strijd is met die omgevingsvisie provinciaal, hoe kan het dan dat andere gemeentes binnen Overijssel blijkbaar die vergunning wel verlenen aan dit soort bedrijven en zelfs tot 12 keer per jaar puin laten breken? Wethouder. Dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden, maar zoals ik al heb gezegd, de aanleiding, en we praten hier over Twenteland, we praten hier over een specifieke casus, Dekker. Ik heb ook aangegeven dat er in 2004 een herziening is geweest van het bestemmingsplan, waarbij er speldatum is genomen 99, de toen geldende activiteiten. Dan kom je in overgangsrecht. En dan zijn er ook strijdige activiteiten die wel vallen onder het overgangsrecht, die kunnen voortgezet worden. Ja, ik kan u geen antwoord geven waarom dat in Tubbergen wel kan, maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat overgangsrecht wellicht daar misschien een rol heeft gespeeld, maar dat durf ik niet te zeggen. Meneer Veldmeijer. Ja, dan wil ik aan de wethouder vragen, en ik hoop op een toezegging, of hij bereid is om met gemeentes die binnen Overijssel, waar blijkbaar wel een vergunning is verleend aan soortgelijke bedrijven, om met die gemeentes eens te gaan praten. En dan willen wij als partij, en wellicht is de meerstuin, weten of dat inderdaad te maken heeft met overgangsrecht of met andere regels binnen die gemeente. Dat zou ik graag als toezegging willen hebben, of de wethouder bereid is om dat eens te achterhalen en met die bevindingen terug te komen naar de raad. En B, wil ik de wethouder vragen wat nu feitelijk het bezwaar is, behalve dan dat hij zegt, voorzitter, dat er dan een precedentwerking ontstaat, wat het echte bezwaar is, behalve dat dan, van het 6 keer per jaar puin breken. Als daardoor minder kilometers moeten worden gereden, minder CO2-uitstoot, dat een bedrijf circulair aan het opereren is. Meneer Veldmeijer, ik denk dat u die toezegging, op die toelichting niet op te doen, hebt u bij uw inbreng al gedaan. Ik denk dat het de vraag van de wethouder helder is. Ik wil de wethouder vragen of hij het ermee eens is, laat ik het anders formuleren, ja. Voorzitter, dat wanneer dit bedrijf puin kan breken op het terrein,
dat het goed is voor het milieu, goed is voor de circulaire opgave die veel partijen hebben, goed is voor het wegdek, goed is voor de CO2-uitstoot, goed voor de omgeving, minder kilometers, minder benzineverbruik, etc. Is de wethouder het daarmee eens dat op het moment dat het bedrijf deze werkzaamheden wel kan verrichten, dat het eigenlijk een win-win situatie is? Heldere vraag. Meneer Wethouder. Laat ik beginnen met de eerste vraag. U vraagt een toezegging om bij gemeenten in Overijssel te gaan checken in hoeverre dat er sprake van overgang is. Deze wethouder doet die toezegging niet. Ik ben ook niet voornemens om dat te doen. Ik houd mij aan de kaders die u als raad heeft gesteld en die zijn voor mij leidend. En als u het interessant vindt om wellicht te komen tot een partiële herziening, staat het u vrij en vind ik het ook uw taak om daar onderzoek naar te doen. En ongetwijfeld via uw partijlijnen zult u dat zeker helder kunnen krijgen. De tweede vraag, of ik het met u eens ben, of dat, die vraag is helemaal niet opportun. Die vind ik helemaal niet aan de orde. Waar het om gaat is dat hier een activiteit wordt aangevraagd die niet past binnen de kaders die het bestemmingsplan door uw raad in 2018 vastgesteld past. En ik wijs u er alleen maar op dat op het moment als u komt tot wijziging, een partiële herziening, waartoe dit gaat leiden. Meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, ik voel een enorme woede opkomen. Dan. En zelfs als dit zo doorgaat, een motie van wantrouwen hoor. Want we hebben hier te maken met een bureauwethouder die vanaf zijn bureautje dit soort zaken gaat benaderen. En ik totaal ondernemersvijandelijk. En ik kom met goede argumenten waarom dit goed zou zijn voor heel veel zaken, milieu, omwonenden, et cetera, et cetera. En daar gaat hij niet op in. Maar waar ik ontzettend boos over ben, dat deze wethouder gewoon weliswaar een afspraak maakt met de ondernemer, maar van tevoren al weet dat hij totaal geen bewegingsruimte heeft. En ik vind het van de gekke dat een wethouder niet gaat informeren bij collega-gemeentes die wel een vergunning hebben verleend, waarom zij dat wel hebben gedaan. Ik vind dat, dan ben je je baan niet waard, vind ik. Hier zijn de laatste woorden niet over gesproken. Sorry hoor. Sorry. Om met de woorden van onze burgemeester te spreken, u gaat ook vrij geworden, de wethouder ook. En het is aan hem om die keuze te maken. Ik geef het woord aan meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Wat je niet kunt ontzeggen is dat de wethouder wel duidelijkheid biedt vanavond. Maar of dat inderdaad de gewenste duidelijkheid is, daar kunnen we met de raad over van gedachten wisselen, dat heb ik net ook in mijn inbreng gezegd. Maar de vraag is, het gaat om de kaders, specifiek geval, geen precedentwerking. Maar we moeten niet te veel kijken, alleen naar dit specifiek geval. En er staat het gewoon in het bestemmingsplan dat deze activiteit in feite wel past. Het op- en overslaan van diverse stoffen en goederen voor duurzaam hergebruik, zoals bouw en bouwafvalstof, zoals ongebroken puin, bouw- en sloopafval, welke vrijkomen van buiten de inrichting en welke rechtstreeks of na behandeling. En het gaat in mijn inziens nou over die behandeling. En inderdaad, de milieucategorie is te zwaar. Dat gaat over 100.000 ton. Het gaat hier niet over 100.000 ton, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Het gaat om 6 keer en dat is 12.000 ton. En het enige probleem wat je dan hier nu hebt is geluid. En ik heb net ook de inspreker gehoord, zijn nog toe bereid om stukken aan te leveren of daar een aanpassing aan te doen. En ik zou daar specifiek toch nog wel een reactie van de wethouder op hebben van als er dan toch wettelijk die mogelijkheid wel is, opgezien bestemmingsplantekst daar, hè, in artikel lid 5, ja, dan is er maar een hele kleine aanpassing nodig. Want het wordt nu gedaan van, wat hier gebeurt is heel, heel raar. Dat werk ik van mij. Wethouder? Ja, de heer Jonker doelt op een formulering in het bestemmingsplan waar hij ook een technische vraag over heeft gesteld en die hem ook als zodanig is beantwoord. En dan gaat het over de expliciete formulering
In de bestemmingsomschrijving van de ter plaatse van dekken toegestaan activiteiten wordt weliswaar gesproken over onder andere ongebroken puin, dus naar aanleiding van buiten de inrichting welke rechtstreeks of na behandeling duurzaam hergebruikt. En dat kun je lezen als het breken van puin. Maar, en dat is hem ook zo beantwoord, dus, maar ik wil dat in openbaarheid nog wel even toelichten, wordt dit voorafgegaan door de expliciete formulering het op- en overslaan van diverse goederen en stoffen. En die woorden zijn leidend in de mogelijkheden die in dezelfde zin worden beschreven. Op het terrein is dus op- en overslag mogelijk van onder andere elders behandeld, lees, gebroken puin. Als bewerken van puin op het terrein ook was toegestaan, dan was de desbetreffende zin begonnen met het op- en overslaan en bewerken van. Toelatingsplanologie. Maar u heeft de tekst ook voor u liggen. En ik kan daar niet meer van maken. Meneer Jonker. Ja, voorzitter. Ik begrijp het niet. Die vraag heb ik niet gesteld. Ik heb alleen gevraagd vooraf aan dit debat. Wat zijn de mogelijkheden? Daar heb ik keurig netjes antwoord op gehad. En wat de argumentatie is om het niet te doen. Daar heb ik antwoord over gehad. En dat gaat over de wenselijkheid en dat gaat over een keuze. Maar in de brief van Kumela staat gewoon, is niet passend op de huidige locatie. Maar nu krijgen wij dus echt een comma kwestie. Maar er staat gewoon of na behandeling duurzaam hergebruikt kunnen worden. Dus in mijn optiek zou dat wel passen, maar dat het alleen op het gebied van geluid een probleem is. En dat zou in mijn zinziens opgelost kunnen worden. Maar goed, daar moeten we bij de raad zijn, maar ik heb die vraag ook gesteld aan de collega wethouders, of aan de raadsleden. Dus, ja, om te voorkomen dat we nu in een technische discussie belanden waar u beide van mening verschilt, denk ik dat verstandig dat we gewoon vervolgen. En ik geef mevrouw Uitslag nu even het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste termijn heeft de heer Jonker van de SGP gevraagd van zijn wij als raad voorstander van denken in oplossingen en niet in problemen. Nou, dat is in ieder geval goed om aan te geven dat CDA daar natuurlijk zeker voor staat. Dat we het ook jammer vinden dat de wethouder, en ik zeg niet dat de wethouder zegt dat hij niet denkt in oplossingen, maar dat hij misschien niet iets meer wil meebewegen, dat even gezegd hebben. Maar om het beeld goed helder te krijgen, om goede afwegingen te kunnen maken, hebben we nog één vraag. Wat is er in de periode 2017-2019 gebeurd? Is daar daadwerkelijk, zijn daar activiteiten geweest op het terrein? Welke? Het heeft met name te maken met presidentwerking. Wethouder. Ja, ik begrijp de vraag niet zo goed. Wat u nu eigenlijk wilt weten. Ja. Dan geef mevrouw Uitslag nog één keer de kans om het nog iets duidelijker te vragen. Ja, ben ik. De vraag is of er inderdaad in die periode toestemming is gegeven om puin te ruimen. Voorzitter, ik kan het antwoord, ik weet het antwoord niet, maar wat ik u wel kan zeggen is dat de firma Dekker in juli 2014 al een brief heeft gekregen. En dat ging ook met name over het overgangsrecht. En daar stond onder andere in dat een aantal overtredingen waren. En dat, ik citeer nou even uit die brief. De onderstaande activiteiten zijn in strijd met de bestemming transportbedrijf en vallen niet onder het overgangsrecht. Deze activiteiten zijn ook niet vergund in voorgaande milieuvergunningen. De activiteiten leveren een overtreding op van artikel 2.1 lid 1 onder C WABO. Nou, in combinatie met artikel 6.1 van het bestemmingsplan buitengebied herzien in 2005. En dienen te worden beëindigd. Dan staat er een opsomming. En het laatste aandachtstreepje, daar staat het breken dan wel zeven van puin. Tussenhaakjes, gebruik is niet continu voortgezet, overgangsrecht vervallen. Wij verwachten dat u deze strijdige activiteiten voor 1 september 2014 heeft beëindigd. Die brief heeft de firma Dekker op 3 juli 2014 gekregen van de gemeente Twenterand. Als u mij nu vraagt, heeft de gemeente nadien
vergunning verleend. Ik kan u daar het antwoord niet op geven, maar ik wil daar graag uw schriftelijke antwoord op geven. Maar dit is wat ik u ervan kan zeggen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat dat wel heel essentieel is. Want in de periode, als daar inderdaad in de periode 2017, als ik het goed heb, ik doe het even uit mijn hoofd, 2019, toch toestemmingen zijn verleend. Dan denk ik dat we daar iets wel essentieels hebben over hoe gaan we hiermee verder om. Dus ik zou daar wel graag de beantwoording van willen hebben als dat kan. Er werd al die toezegging beantwoorden. Die toezegging was al gedaan, mevrouw Uitslaan. Meneer Veldmeijer, ik hoop dat u iets afgekoeld bent, dat uw boosheid nu wel iets gezakt is. Ja. Ik geef u met opnieuw de gelegenheid. Politiek is ook een stuk passie, voorzitter. Maar wat mijn collega van het CDA zegt, dat vind ik wel heel essentieel. En ik vind het wederom schokkend dat we hebben een raadsdebat dat een wethouder niet paraat heeft of er vanaf 2014 inderdaad vergunningen zijn verleend voor mobiele bruiker. Ja, dan kun je geen fatsoenlijk debat voeren, voorzitter. En ik adviseer toch de wethouders, meneer Paters vanmorgen ook al, om toch beter voorbereid met de raad het gesprek aan te gaan. Want op deze manier is het heel moeilijk om een fatsoenlijk raadsdebat te voeren. Dat gezegd hebben de meneer Huisjes. Hier even op doorgaan. Sinds 2014 mag het niet meer. Is daarop gehandhaafd? Ben Oudo. Daar ga ik wel van uit, ja. Als deze brief door de teamleider handhaving is verzonden, dan mag ik aannemen dat daar ook op gehandhaafd is, ja. Meneer Huisjes. Oké, ik kijk even rond of er behoefte is aan de tweede termijn. Meneer Veldmeijer wil toch nog een interruptie hier vragen. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik vind het weer zo'n kleuterschoolantwoord. Daar ga ik vanuit dat er gehandhaafd wordt. Dat kan toch niet? U gaat het debat in met ons. U moet op de hoogte zijn van dit soort simpele feiten. A, zijn de vergunningen verleend en B, is er gehandhaafd. Hele simpele vragen die wij als raad kunnen stellen. Het wordt tijd dat de wethouders de raad wat serieuzer gaan nemen. Dit kan gewoon niet. Ja, voorzitter, de suggestie dat ik uw raad niet serieus zou nemen, die werp ik verder van mij. Maar het is natuurlijk wel zo dat in elke casus kun je vragen stellen waarop je je als wethouder in een debat niet voorbereidt. Want hoe is het gezegd, één kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. Overigens is dat een kwalificatie die ik zeker niet aan uw raad wil meegeven, in tegendeel zelfs. Ik ben in ieder geval blij dat ik dat even toevoegd heb, meneer Kort. Ja, maar ik geef maar even aan dat ook in een debat je nooit weet welke vragen er komen. Dus niet alle antwoorden hebben paraat. Ik vind in het kader van transparantie vind ik het ook wel belangrijk dat je ook in staat bent om aan te geven van dat heb ik nu even niet paraat, maar daar kom ik op terug. Kultmeijer. Ja, voorzitter, het is, we zijn gegaan van 0,8 FTE naar 1 punt FTE. Het is uw fulltime baan. U heeft 200 of 100 ambtenaren tot uw beschikking. En wij mogen dat van u verwachten. En dan ga ik u een tip geven. Want zo bereid ik ook vaak debatten voor als je een debat voert. Dan ga je ook vragen stellen, vragen formuleren die de oppositie of raadsleden kunnen stellen. En dan kun je het antwoord op voorbereiden. Zo werken heel veel mensen. Hè? Ik verwacht van een wethouder die fulltime dit vak uitoefent, verwacht ik een stukje professionaliteit. Veel meer dan die nu laat zien in ieder geval. Uw standpunt is duidelijk, meneer. Maar de wethouder heeft gereageerd. Meneer Jonker wil ook nog wat toevoegen. En voordat we nu een functioneel gesprek met de wethouder gaan voeren, lijkt me wel sterk dat we ons bij het onderwerp houden, meneer Jonker. Maar ik ga ervan uit dat u dat ook doet. Dankjewel, voorzitter. Nog even een vraag aan de wethouder. Toen u pas aantrad, kwam dit dossier al vrij snel op uw bureau terecht. Heeft u in dat dossier ook fouten ontdekt dat zegt van nou, binnen dit huis moeten we hier beter mee omgaan of kunnen we daarvan leren? Of
in dat traject? Want ik heb ook wel in mijn bijdrage in de eerste termijn net gezegd van over de communicatie en mijn teksten over de coalitieakkoord. Daar wil ik graag ook een reflectie op van hoe gaan we met zo'n ondernemer in Noord om? Beraldo. Ja, voorzitter. Ik denk dat het helder is, hè, en dat heb ik ook eerder verwoord, dat voor mij de kaders die u als raad hebt gesteld en een bestemmingsplan wat op dat moment geldend is, dat dat voor mij de leidraad is waarbinnen ik opereer. En als er aanleiding is en als je mogelijkheden ziet om dingen die inwoners of bedrijven graag willen, ga je kijken waar zijn de afwijkingsmogelijkheden en waar kun je dingen wel mogelijk maken. Want dat is uiteindelijk wel de insteek. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je een individueel bedrijf hebt, het kan niet zo zijn dat je bij de ene dit doet en bij de andere dat doet. Dat leidt tot volledige willekeur. En dat is dus ook het punt waardoor, waarom ik ook stellig heb vastgehouden aan de kaders die het bestemmingsplan daarin stelt. Want daar waar je het ene bedrijf zegt, het kan niet en u moet maar die activiteit ergens anders doen, kun je niet zeggen als het een kleine bedrijf is of het is iemand die, van, nou in uw geval doe ik het wel. Nee, het gaat ook over rechtsgelijkheid, zodat burgers ook zekerheid hebben dat de overheid in gelijke gevallen gelijk handelt. En dat is het uitgangspunt geweest in de overleggen die ik heb gehad. En ik heb niet gezien, terugkomen op uw vraag, of er in het dossier sprake was van onjuistheden of onjuist handelen vanuit de gemeente. Meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw antwoord. Ik bied toch wat mogelijkheden om toch te kijken naar mogelijkheden die er wel zijn. Hè, maar daar moeten we straks in de tweede termijn ook onze collega's op bevragen. Maar ik wil wel onderstrepen dat gelijke gevallen, gelijke behandeling, dat dat voorop moet staan. Maar dat we hier wel een individuele casus hebben die we ook niet zo één op één met andere gevallen in de gemeente die zijn geweest kunnen vergelijken. Dat wil ik nog even onderstrepen. Dank u wel. Dat heb ik bij deze gedaan. Beldert, dank u wel. Ik kijk even rond of er behoefte is aan de tweede termijn. Meneer Elzinga, zie ik, en de heer Veldmeijer en de heer Jonker. Nee? Dan begin ik met de heer Elzinga. Ja, dank u voorzitter. De vraag van de heer Jonker van SGP was of GBT bereid is voor een partiële herziening van de bestemmingsplan. Dat was eigenlijk de vraag. Hè? Wat was dan de vraag? Stel hem dan maar een keer. Voor mij was het mogelijkheden of onmogelijkheden om daar naar te kijken. En dat is een partiële herziening van het bestemmingsplan. Meneer Jonker, geef ik even de gelegenheid om zijn vraag helemaal duidelijk te stellen. De vraag is niet alleen partiële herziening. Er zijn mogelijkheden. Maar ik zou graag uit de hitte van het debat, wat vanavond toch al her en der escaleert, graag als raad ook de koppen bij elkaar steken waar wij de mogelijkheden en de onmogelijkheden zien voor dit bedrijf. En ik ben begonnen met bijdragen met hele mooie teksten uit het coalitieakkoord. En als we dat als uitgangspunt nemen, en dan kun je het met elkaar oneens zijn wat het wenselijk is, maar ga dat gesprek met elkaar op argumentatie aan. En dat kan vanavond op hoofdlijnen, maar dit geval, omdat dit al zo lang loopt en door het zou ik bijna haast zeggen, vind ik het van belang dat we als raad de koppen bij elkaar steken en eens kijken van waar gaat het hier over en welke mogelijkheden bieden. En als er uiteindelijk geen mogelijkheden zijn, hebben we dat afgewogen en zo be it. Maar daar hebben we er alles aan gedaan als raad om dat gesprek te kunnen voeren. Met alle respect, uw vraag is heel simpel. Is GBT-fractie bereid om daarin mee te denken? Dat is een concrete vraag. Meneer Antiga. Voorzitter, voor diegenen die het niet weten, vlak na de verkiezing heeft de heer Jonker mij al benaderd. Toen kwam hij met een envelop om naar die mogelijkheden te kijken. En toen heb ik al tegen hem gezegd, we hebben net een raadsbesluit genomen met elkaar. Toen hebben wij gewoon gezegd, dit past niet in het buitengebied. Wilt u er nog eens wat dieper naar kijken? Dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb allemaal documenten opgevraagd. Die gaan terug tot 1999, tot de gemeente Den Ham. En toen was ik er wel uit. De mogelijkheden zijn er gewoon niet. Het gaat om de kern van de zaak. En de kern van de zaak is,
Wil je puinbreken toestaan in het buitengebied? Nee, GBT wil dat niet toestaan. En het zou heel inconsequent zijn als we dat nu ineens wel zouden toestaan. We hebben vorig jaar, na een heel lang traject, ik denk over 3,5 jaar die het college heeft gehad met Hein Heun, we hebben een ernstige beperking opgelegd. Ze mochten geen puin meer breken. Er moesten hoge muren komen van de PVV en CDA, nog 4 meter, want er moest nog veel meer gebeuren. Daar hebben wij van gezegd, daar staan we niet toe. Heun heeft 2 locaties in het buitengebied. Ik zeg het u maar vast. Die hebben me gisteren gebeld. Die zeggen, als dit doorgaat, dan kom ik meteen met een aanvraag. En dan begin je dus al, dan krijg je dus al. Hè, want dan moet je ook, net wat de wethouder zegt, tegen hun zeggen, ja, ik kan niet tegenhouden, want we doen het ook voor Dekker. En we hebben nog een stuk of 10 handelsondernemingen en loonwerkersbedrijven in ons buitengebied. Wat gaan we dan nemen met het buitengebied? Je haalt de hele visie van het buitengebied haal je onderuit. Meneer Jonker. Nou, kijk, we moeten het niet groter maken dan het is. Want u doet net alsof er hele grote activiteiten gaan plaatsvinden. Dat is niet het geval. Dan zou ik nog maar na de onderzoek doen waar de mobiele puinbreker is en hoeveel geluid dat maakt. En wat dat nou voor effect heeft om de omgeving. Ik snap werkelijk het probleem niet. Maar nogmaals, het gesprek heeft niet plaatsgevonden met de raad. En inderdaad, we hebben elkaar al eens een keer eerder over gesproken. Maar toen de brief voor de vakantie, het verzoek van de heer Dekker naar de raad kwam, van de Griffie, was uw reactie binnen een uur tijd zo en zo en zo is het geval. Is dat in uw fractie besproken al, binnen dat uur tijd? We hebben bij de fractie, sorry voorzitter, ik moet voor u praten. De kwestie die speelde van Dekker, hebben wij al voor die tijd al in die fractie besproken. Ik ga niet tot elke detail bespreken wat ik allemaal met iedereen bespreek, want een fractievoorzitter komt meer in gesprekken dan met een ander. Zo werkt het nu eenmaal. Dus, en hoe ik dat binnen mijn fractie bespreek en hoe ik het doe en wie wat doet, dat is aan ons, dat is niet aan u. En het antwoord wat wij aan u hebben gestuurd, wat ik heb gestuurd, is precies hetzelfde antwoord wat de heer Dekker maanden daarvoor van mij heeft ontvangen namens de fractie. Is precies hetzelfde antwoord. Ik heb alleen de aanhef veranderd. Kunnen we wel toesturen, kunnen we gewoon zeggen, één op één is ongelijk. Dus Dekker heeft helemaal geen andere informatie gekregen van mij en u, die informatie was precies gelijk. Het was gewoon kopiëren plakken. Maar die informatie die heb ik inderdaad wel van u gehad. Maar er is ook een reactie op gekomen van de heer Dekker. En ook met zijn adviseur. Er waren dus onjuistheden die u toen instelde in die brief. Dat is dus weer legd. Ik weet niet of u dat ten gehoor is gekomen. Maar daar waren allemaal argumentatie. U had het over een vaste puinbreker. Nou, dat gaat niet over een vaste puinbreker. Het gaat over een mobiele puinbreker en dat soort zaken. Maar ik voel... Meneer Jonker, ik voel het al een beetje ongemakkelijk. Meneer Jonker en meneer Eltga, ik denk toch. Kijk, we hebben het nu over stukken die hier niet op tafel liggen. Nee, maar goed, maar ik begin daar niet over. Ik ga hier wel op reageren. En het enige wat ik hier. Meneer Jonker, even. Ja. Ik wil wel graag dat we het ons bij de kern van de zaak. Uw vraag was heel simpel: is de GBD-fractie bereid om met de raad mee te denken of er andere oplossingen zijn? Meneer Eltga, van Helder, dat wil die niet. Ja. Ja, daar moet u het mee doen. Ik denk, maar anders gaan we een herhaalde zetting doen. Uw vraag was helder. Het antwoord van meneer Elsinga, en daar gaat hij zelf over, was ook helder. Hij wil namens zijn fractie niet kijken of er andere opties zijn. Ja, dat snap ik. Als ik daar nog even op mag reageren, voorzitter. Dan snap ik al die teksten van het coalitieakkoord niet. Hoe gaan we dat in praktijk brengen? Die ondernemers die in nood zitten om daar met een goed gesprek met collega-raadsleden in gesprek te gaan. Op juiste argumenten. Ik maak mij oprecht zorgen en boos. Want wat doe ik hier er nog toe? Als we zo weggezet worden door één partij die de meerderheid hier in de raad heeft, doe ik één oproep om samen met collega-raadsleden hier inhoudelijk een goed gesprek over te gaan. En dan mag de heer Elsinga mag zeggen, wil ik niet toe bereid. Dat zei dat maar duidelijk. Maar het spijt mij ten zeerste. En dat gezegd hebbende, houd ermee op. Maar het doet mij echt pijn om dat wij niet in staat zijn met elkaar de koppen bij elkaar te steken om daar nog een keer met elkaar op te reflecteren. Dat wil ik gezegd hebben. Dat maakt me echt oprecht boos. Dank u wel, voorzitter. En voorzitter, wilt u nou de Robin Hood spelen of zo? U voor de burger en tegen de boze grote gemeente. Meneer Eltga, meneer Eltga. We hebben gewoon een mening gegeven van onze fractie en die is helder.
dat we op een ordentelijke manier met elkaar communiceren. Ja. De betoog van de heer Jonker was helder. Ik zit helaas op een andere stoel. Ik kan nu niet reageren zoals ik graag zou willen. Maar u zult begrijpen dat ik daar ook een mening over heb. Wij zullen helaas, dankzij de GBT, nooit gekozen worden als meest ondernemersvriendelijke gemeente. Zoals Rijsselholte wel hoog gekozen is. Maar goed, die pampert zijn ondernemers. Wij jagen ze de grenzen uit. De gemeentegrenzen. Ik wilde toch aan mijn collega van GBT vragen, voorzitter. Hij zei, op het moment dat we dit gaan wijzigen, dan is dat inconsequent beleid. Nou, laten we het. We hebben de affaire Konijnenberg gehad. Die is ook weggejaagd. Binnenkort voorspel ik u een ruimere retailagenda vanuit de provincie. En waarom, voorzitter? Omdat er nu eenmaal ontwikkelingen zijn in de markt. Online verkopen, et cetera, et cetera. En dit is ook een ontwikkeling, namelijk de opdracht aan bedrijven om circulair te opereren. Nou hebben we een bedrijf die circulair gaat opereren en dan kan het weer niet. Dat noem ik inconsequent beleid. En ik zou ook aan mijn collega van de GBT willen vragen, ligt Hein Heun in het buitengebied? Meneer Altinga. Voorzitter, ik heb net al aangegeven dat hij meerdere locaties heeft met grote schuren met opslag. Dus hij zal ook gewoon puin in het buitengebied gewoon kunnen opslaan en later een aanvraag indienen om het te bewerken. Dat kan niet, dat is geen enkel probleem. Dus ik zal maar eens gaan kijken bij hun. U noemt, het voortbestaan van het bedrijf wordt hier genoemd. U noemt het ontwikkeling, dat we daar moeten toestaan. GBT heeft hier vaker in deze raad al gezegd, ook met een bedrijf uit Friezeveen, het willens en wetens uitvoeren van illegale activiteiten zullen wij nooit belonen. En dat is hier ook gebeurd. Wij zullen dat nooit belonen. Simpel. En u doet dat wel. En u bent de partij van law and order. Hè? Hard aanpakken als het regels overtreden worden. U bent helemaal geen partij van law and order. U bent voor wegkijken. Dan ga ik mijn collega, als u me toestaat, voorzitter, even uit de droom helpen. Er mag geen detailhandel verkoop plaatsvinden op bedrijventerreinen. Het stikt ervan. En waarom? Want het wordt gedoogd door heel veel ondernemers verkopen aan particulieren die op bedrijventerreinen zitten. En dat wordt gedoogd. Maar wij hebben Konijnenberg in de media gegooid. Ja, en dan ligt dat bedrijf onder een vergrootglas. Hadden we het klein gehouden, zat dat bedrijf er nog, want het wordt gewoon gedoogd. En deze mensen hebben in het verleden ook een vergunning verleend. We weten het niet, want de wethouder heeft zijn kennis niet paraat. U zou eerst eens met uw wethouder om de tafel moeten en hem eens een keer opvoeden om fatsoenlijke debatten te voeren met informatie die wij nodig hebben. Voorzitter, hier komt maar u vergelijkt appels met peren wat dat betreft. Want u beticht nu een ondernemer die al 75 jaar bestaat van illegale praktijken alsof het een criminele organisatie is. U bent de partij van Law. Daar maak ik bezwaar tegen. U bent de partij van Law en Orde, zegt u. Dus u staat illegale activiteiten gewoon toe. Als we dat iedereen toe laten staan, dan wordt het een zootje in het Twenterland. En dan wordt het een zootje in het buitengebied. Maar als u dat allemaal wilt toestaan, zeg het maar. Als u dat allemaal wilt toestaan, dan zeg het maar. Maar u moet niet met Konijnenberg aankomen. Die kwestie staat volledig los van deze zaak. Heren, ik kap met deze handel, want dit, wij komen zo verder niet verder. Of we schorsen nu, of ik vraag ieder gewoon zich te houden aan het onderwerp. Voorzitter, ik was gewoon bezig met tweede termijn en ik word onderbroken. Dus ik ben nu even aan het woord, ja? Met alle respect. Ik vraag van iedereen dat we op een normale, ordentelijke manier. Er zijn woorden gezegd, u hebt zich uitgesproken, helder, voor iedereen verstaanbaar, van beide kanten. Ik roep u allemaal op om tot orde te over te gaan en inderdaad ons beperken tot de onderwerpen. En ik verzoek de heer Elsen verder te gaan met zijn betoog. Maar dan ook inderdaad bij het onderwerp blijven. Ik moet best bij het onderwerp blijven, voorzitter. Alleen als ik die opmerkingen zo net hoor, er zitten een aantal dingen die zitten hierin verwerkt. Dan lopen ze toch weer naar de microfoon en dan is het allemaal niet goed. Ik denk dat wij... Ik sta iedereen toe, meneer Elsen, duidelijk zijn geweest. Voor u, als andere collega's aan het woord zijn, krijgt u ook gelegenheid om te interpreteren. En dat geldt ook voor anderen. Ik heb alleen een verzoek gedaan dat we het op een ordentelijke manier doen. En als wij van de discussie willen wisselen over autoriteiten en democratische besluitvorming, zijn er andere gremia's waar we met z'n allen over kunnen hebben. Ja, dat snap ik, voorzitter. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden als wij een mening hebben, dat je op zo'n manier wordt aangevallen. Iedereen mag een eigen mening hebben in deze raad en onze fractie ook. Dus
GPT waardeert insprekers, zoals altijd, maar dat wil dus niet zeggen dat wij daar mee eens moeten zijn en dat het ook het enige echte verhaal is. En daarom doe je ook dossieronderzoek en dan ga je kijken wat is er nou in het verleden eigenlijk gebeurd. En dat begint in de gemeente Den Ham. In maart 2000 vraagt Dekker een milieuvergunning aan, onder meer vanwege het vergroten van het terrein in de oostelijke richting en uitbreiding van werkzaamheden. Puinbreken of zeven van puin is niet aangevraagd. Het college legt de milieuvergunning voor en terreinzagen. Enkele maanden later, drie omwonenden dienen een zienswijze in. Ze geven aan dat Dekker ook puin breekt. Ze schrijven, het komt voor dat grote bokken puin en asfalt op het terrein van Dekker worden gebroken. Dit leidt tot voelbare trillingen in het huis. Is dit wel toegestaan? College is verrast. Burgemeester Mulman laat weten, het bewerken van grote brokken puin en asfalt is in strijd met de verlening vergunning. Kortom, illegaal. In de bijlage bij de milieuvergunning schreef Dekker ook dat hij huishoudelijk afval in beslag neemt en dat het daar tegen storting, tegen betaling gestort mag worden. Ook dat is niet toegestaan. In 2005 is het bestemmingsplan buitengebied nogmaals vastgesteld. Daar is geen zienswijze verder ingediend door Dekker. Puinbreken en zeven blijft niet toegestaan en dat gebeurt ook vorig jaar nog in deze raad. Precies hetzelfde verhaal. Er is geen enkele partij die hier iets over heeft gezegd. Dekker heeft ook geen zienswijze ingediend bij de definitieve ontwerp van het besluit van het plan. We hoorden net eens over het brief, waarin nog eens duidelijk aangegeven dat er 6 constateringen zijn geweest die niet toegestaan zijn en dat die per 1 september 2014 moeten stoppen. Kortom, wat nu te bedden gebracht wordt, is niks nieuws. Ook de geluidsnormen niet. Er worden brongegevens gebruikt die 7 dB lager zijn dan het gemiddeld waar in Nederland wordt van uitgegaan. Er wordt ook niet uitgegaan van welke puinbreker het is, want elke puinbreker heeft weer een ander geluid teweeggebracht. Dus de geluidsonderzoek, daar kunnen we niet zoveel mee. Kortom, we blijven net zo consequent als vorig jaar. Er is niets veranderd, dus we blijven tegen het verder uitbreiden van werkzaamheden en ook tegen het puinbreken. Het zou vreemd zijn als wij puinbreken in het buitengebied zouden toestaan. Het is zelfs op enkele bedrijventerreinen niet eens toegestaan. Vanwege de zware milieucategorie, we hoorden de wethouder net ook al vertellen. En op een bedrijventerrein mag in principe meer dan een buitengebied. Daarnaast hebben we een jaar geleden ook Heinheun ernstig beperkt bij het breken van puin. Wat voor één geldt, geldt ook voor de ander. Heinheun is naar een industrieterrein in Enschede gegaan, omdat hij daar als enige in de buurt kon puin breken. Het gaat het GBT dan ook om het algemeen belang. En dan hebben we hier in deze raadzaal meerdere malen uitgesproken dat wij het willens en wetens uitvoeren, ondanks waarschuwingen van de gemeente, illegale activiteiten niet gaan belonen. Ook al duurt het nog zo lang. Voorzitter, dit was het. Meneer Oudveld, dank u wel. Dan ga ik door naar de volgende inspreker, meneer, of inspreker. Ik kom er zo van leven. Meneer Veldmeijer, aan u het woord, voor het tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als wij het willen regelen, dan kunnen we dat regelen. Maar goed, GBT wil niet, dus dan valt er weinig te regelen, want ze hebben de meerderheid. En ik trok net al de vergelijking met de omgevingsvisie in de provincie. Door ontwikkelingen, door internet, door bedrijven die ook steeds meer via webshops spullen gaan verkopen, krijg je detailhandel op bedrijventerreinen. Dat is een ontwikkeling die kunnen wij niet tegengaan. En ik ben er haast van overtuigd dat een nieuwe omgevingsvisie die regeltjes veel ruimer worden, omdat we mee moeten gaan met de tijd. Nou, in die sfeer, politiek bedrijven is ook een visie hebben. Nou, die ontbreekt hier al voorkomen. Dit GBT en dit college, dat zijn bureaucraten die zich aan regeltjes houden. En op het moment dat je zo'n bedrijf bezoekt en je loopt de terreinen over, dan krijg je gevoel voor dat bedrijf. Maar deze wethouder komt niet verder dan de voordeur. Ja, en dan bouw je ook niks op met ondernemers. Maar in die geest van een ruimere retail-omgevingsvisie moet er nu ook gehandeld worden. We vragen van bedrijven nogmaals om circulair te ondernemen. Een bedrijf doet dat met zo min mogelijk overlast. En vervolgens jagen we nogmaals het bedrijf, desnoods de provincie maar uit. En ik vind het heel triest te moeten constateren, voorzitter, dat de
wethouder niet eens bereid is om met buurtgemeentes en andere gemeenten in Overijssel te gaan praten van waarom mogen bedrijven bij jullie 12 keer puin breken in het buitengebied. Hij wil dat niet. En waarom? Omdat hij zich wil houden aan de regeltjes en geen maatwerk wil leveren. En die precedentwerking, ja, dat gebeurt met verkoop, ik zei het ook al, van detailhandel op bedrijven, treinen nu ook al, over illegaal handelen, zeg ik tegen mijn collega Elsinga, dan wordt er door heel veel bedrijven, worden de illegale activiteiten ontplooit. En dat komt ook omdat het nu niet goed geregeld is. Ja, dan gaan ook ondernemers gaan toch aan particulieren verkopen. Dat hou je niet tegen. En het wordt gedoogd, ook door dit college. We hadden het over rechtsongelijkheid of rechtsgelijkheid. Op het moment dat het in andere gemeentes wel mag, buurtgemeentes, en bij ons mag het niet, ja, dan heb je ook rechtsongelijkheid bij bedrijven. En ik vind het toch ook heel triest te constateren dat GBT, ja, geen ondernemerspartij is. Dus de woorden die zij in het coalitieakkoord hebben opgeschreven, dat was gewoon verkiezingsretoriek. Meer kan ik er niet van maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Dan ga ik door naar meneer Jonker. Ja, voorzitter, het meeste is al wel gezegd. Kijk, elke partij gaat over zijn eigen standpunten. Dat moeten we ook vooral zo houden. Maar ik hou wel een klein beetje een kater aan over. Los van het feit wat je er ook van vindt, het gesprek is niet mogelijk. Die constatering moet ik helaas doen. Nogmaals, betreuren wij. En het is niet zo dat we regels hebben vastgesteld. Die moeten we ook handhaven, dat klopt. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden die ook vanuit het veld worden aangedragen. En ja, wat faciliteren wij dan nog als gemeente? Welke gemeente willen wij zijn? En dan moet ik helaas constateren dat wij geen ondernemersvriendelijke gemeente zijn. Dank u wel. Mijn excuus. Ik stel voor dat we inderdaad dan naar de raadsvergadering doorschrijven op 24 september. Maar wel met het advies. Mocht u specifieke vragen hebben, want vanavond zijn er aardige vragen gesteld, waar de wethouder geen vanuit antwoorden waard, stel ze als u die voor de tijd, voordat we dezelfde discussie krijgen over 2 weken. Dat zou wel een aanbeveling zijn. Dank u wel. Ik bedank de familie Dekker en de ondersteuning voor uw aanwezigheid. U zult begrijpen dat het onderwerp nog niet afgesloten is, van 24 september gaan we hiermee verder. U bent dan weer, net zoals altijd, maar dan in specifiek van harte welkom. Dank u wel. Het is inmiddels 11 uur. Er zijn nog 2 onderwerpen te bespreken, maar ik stel toch voor met uw welnemen dat we ze toch behandelen. Het ligt aan u, meneer Russer, u zegt van doorpakken, maar het ligt aan u. Ik sta niet. Sorry, ik. Nee. Ja, we hebben helemaal regels binnen deze gemeente die we aan ons aanhouden. Maar u staat u vrij om raadsleden in de tussentijd te benaderen. En u kende de standaard, zult u er ongetwijfeld gebruik van maken. Ja? Dank u wel. Ik stel voor dat we toch de 2 onderwerpen die we nog hebben staan, toch behandelen. Met uw welnemen. Want anders dan. En de heer Reusjes maakt dat de opmerking zo, de schijnbeweging zo van tempo maken, maar daar bent u zelf van. Ik ga door naar punt. Ik zal even kijken. Punt 5. Concept strategisch beleidsplan Twents. Dus. Zijn er 2 fracties hebben zich daar aangemeld: de GBT-fractie en de VVD-fractie. Meneer Lamman, ik ga u in deze het woord. Er staan 5 minuten voor, maar u mag het ook korter doen. Dat gaat wel lukken, voorzitter. Wat nu voor ligt is het punt
Dat gaat over het strategisch beleidsplan. En wat vindt de gemeente Twenteland als aandeelhouder van dit beleidsplan? We hebben kennis genomen van het beleidsplan en de brief die het college als reactie op dit plan heeft opgesteld. Twenteland wordt net als andere gemeentes, de gemeente Eldendoorn, Rijsselholten, Wierden, Terbergen, Denkeland en Lossen, niet aangesloten op het warmtenet, welke Twents wil uitrollen in de directe omgeving, om warmte die vrijkomt bij het verbranden van vuil, de woningen en bedrijven te gaan verwarmen. Nou, op zichzelf is het logisch dat Twenteland hier niet aan deel kan nemen, want de afstand is gewoon te ver en dan zouden we alleen maar koud water krijgen. Maar met welke alternatieven heeft Twents als duurzaamheidsbevorderaar voor Twenteland? Men wil wel zonnepanelen plaatsen op grond van Twenteland, maar het college ziet dit als een concurrent voor haar eigen gemiddelijke en lokale zonnepark, welke zij kent, maar dus maakt in de brief. Maar welke alternatieven zijn er dan wel om een actieve substantiële bijdrage te leveren aan de duurzame regionale energievoorziening? En hier hebben wij wel een idee over. Nou, in tegenstelling van wat er eigenlijk in het beleidsplan staat, zijn er voor ons dus wel degelijk mogelijkheden om waterstof te gaan produceren. Nu het elektrisch netwerk van Enexis niet voldoende capaciteit heeft om nog meer zonnepanelen te plaatsen, kan met waterstof een installatie deze groene energie wel omzetten in waterstof en hiermee onze huizen verwarmen of brandstof dienen voor de auto's. Het netwerk wordt niet overbelast. We hebben naast ons zonnepark voldoende ruimte en water, dus op zichzelf een geschikte locatie om dat hier te gaan doen. En volgens ons liggen hier dus ook kansen voor Twents om samen met Koolgas, waar we dus ook aandeelhouder van zijn, hier en in andere plattelandsgemeentes te kunnen verduurzamen en aan een duurzaamheidsdoelen te kunnen voldoen. Nou, we hoeven dan ook eigenlijk niet meer van het gas af, want we gebruiken ons gasnet dus voor waterstof. Onze vraag is dus, is het college bereid om dit eens onder de aandacht te brengen bij Twents? Omdat er toch, we moesten een visie geven op daarop van, nou, neem dit ook eens mee in de reactie op Twents van, wij zien wel mogelijkheden om waterstof in Twenteland te gaan produceren en wij nodigen u van harte welkom, want wij hebben hier ruimte en water en energie. Dus wij hebben alle facetten aanwezig. Een volgende vraag is nog, Twents die heeft aan de hoofdactiviteit is het verbranden van afval en krijgt nu diverse nevenactiviteiten, zoals de mestvergister, het zonnepark, het warmtenet en hopelijk ook de waterstof. En al deze activiteiten vallen die nu allemaal onder hetzelfde bedrijf Twents, of worden deze activiteiten ook onder aparte BV's gebracht? Wanneer een van die activiteiten, dus de mestvergister, zou dus niet lopen en zou veel geld gaan kosten, ja, dan draait het hele bedrijf, gaat er vliezen mee draaien, maar dek je dat af in een aparte BV, dan op een gegeven moment dan is het toch op, dan gaat het niet meer geld kosten dan in die BV zit. Dat was mijn vraag. Wethouder, en opmerking. Dank u wel, meneer Laman. Dan ga ik door naar de VVD-fractie, de heer Kobus. Ja, dank u, voorzitter. Ik zal het kort houden. De voorgestelde reactie op het conceptbeleidsplan Twents, zoals het college die hier voorstelt, dat heeft onze instemming. En zoals het college aangeeft, is het inderdaad onduidelijk wat dit beleidsplan voor bijdrage heeft aan de zogenoemde minder stedelijke gemeenten. Wat ons eigenlijk getriggerd heeft van of en zo ja, welke mogelijkheden er dan de komende jaren nog wel zijn om aan die duurzaamheidsdoelstelling te kunnen voldoen. Uit diverse berichten is ook gebleken dat het huidige energienet en vol zit. Diverse initiatieven kunnen daardoor niet meer worden uitgevoerd. Diverse regio's zitten vol. Wat betreft de mogelijke leveringen en teruglevering op het net. En volgens wij begrepen hebben, geldt dat ook voor Twenteland. Nou hebben wij al een zonnepark in ontwikkeling dat er gelukkig dan al wel op kan. Maar dan zit het volgens mij wel eens een beetje vol. Kan de wethouder hierop een toelichting geven van hoe die stand in Twente dan is en of we in Twente überhaupt dan nog wel aan die duurzame eisen kunnen gaan voldoen? Dan hoor ik net van de heer Laman al een paar opties. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de visie van de wethouder daarop is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kobus. Ik geef het woord aan mevrouw Habbema.
Voorzitter, dank. Dank ook aan de fracties voor de vragen en het agenderen van dit onderwerp. Goed om te horen dat u de brief die het college aan Twents heeft gestuurd, hè, eigenlijk als zienswijze op het strategisch plan, dat u die ondersteunt. Want het college heeft inderdaad ook bij Twents ook aangegeven dat daar waar wij Twents als onze duurzaamheidsbevorderaar zien. En dat is een visie die eigenlijk ook tot stand is gekomen toen bleek dat de Twentse gemeentes Twents niet wilden verkopen. En toen is er ook door de Twentse gemeentes gezegd en uitgesproken en ook door Twenterand ondersteund dat wij dan Twents ook gaan gebruiken en zien als onze duurzaamheidsbevorderaar. Dus in dat licht past ook de reactie die het college heeft gedaan over het strategisch beleidsplan van Twents. En goed te horen dat deze twee raadsfracties die brief ook ondersteunen daarin. Het is inderdaad waar dat een warmtenet met de warmte die Twents produceert, dat dat lastig is voor een gemeente als Twenterand. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk meer is, maar het is in ieder geval wel lastig vanwege de afstand. Welke alternatieven zijn er dan wel? Nou, u hebt ook gezien dat in het strategisch beleidsplan Twents met name wil inzetten op zonneparken. Daarvan heeft het college ook gezegd van dat vinden wij een minder goede optie, ook vanuit concurrentieoverwegingen. Zonneparken is iets wat door de markt ook wordt opgepakt en het zou niet zo moeten zijn dat het bedrijf waar je aandeelhouder van bent, dat die een soort voorrangspositie daarin krijgt. Buiten dat is het ook zo, en de VVD die legt daar ook terecht al de aandacht op, dat er sprake is van netwerkschaarste. Het is een onderwerp wat u waarschijnlijk ook hebt gevolgd in het nieuws, wat in de Tweede Kamer ook uitgebreid besproken is met minister Wiebes. Gemeente Twenterand is een gemeente die inderdaad last heeft van netwerkschaarste. Dat betekent dat nieuwe initiatieven niet door de netbeheerder meer in behandeling worden genomen. Ik heb u in een vorig debat daar een toezegging op gedaan dat ik u middels een raadsbrief daar nog over nader zou informeren. Dat is nog niet gebeurd omdat wij nog in gesprek met Enexis zijn om te kijken waar dan eventueel wel ruimte gevonden kan worden. Maar die toezegging die staat en die informatie krijgt u zo spoedig mogelijk. De heer Laarman die zegt ook al terecht, Twents zet op diverse andere activiteiten in, mestvergisting, zonneparken. En u vraagt ook of risico's die daarbij gelopen worden ook voldoende afgedekt worden. Nou, dat vertrouwen hebben wij als aandeelhouder wel. Hè, want naast dat wij als aandeelhouder van Twents letten op duurzaamheidsdoelstellingen, letten wij ook op de financiële resultaten van een bedrijf als Twents. En wat wij zien en is Twents heel goed in staat om die risico's op een adequate wijze af te dekken. Ik ben zelf als wethouder, maak ik deel uit van een klankbordgroep duurzame investeringen voor Twents. En dat is eigenlijk een klankbordgroep van een aantal aandeelhoudende gemeentes die met Twents specifiek kijkt naar investeringen die gedaan kunnen worden op het gebied van duurzaamheid. Een van de onderdelen die daarbij besproken wordt is het duurzaam afvangen van CO2 en daar een nuttige toepassing voor bedenken. Een van de andere initiatieven die Twents op dit moment aan het verkennen is, is een pyrolyse activiteit, dus het maken van olie uit hout. Zoals u weet wordt er bij Twents ook heel veel afvalhout aangeboden. Dus dat is ook een van de activiteiten die Twents bezig is te ontwikkelen. Dus deze gemeente die volgt ook mogelijkheden voor duurzame investeringen zeer nauwlettend. En wij dragen daar ook actief in bij. Op dit moment zijn er nog geen andere initiatieven
voor Twents mogelijk. Waterstof is zeker een onderwerp wat regelmatig ook aan de orde komt. Dus Twents weet ook dat wij vanuit Twenterand dit een zeer wenselijke ontwikkeling zouden vinden om daar de mogelijkheden voor te verkennen. Maar op dit moment hebben wij van onze aandeelhouderschap nog niet de ruimte gevonden om daar met Twents verder in te komen. Maar besproken is het zeker en het blijft ook besproken wat ons betreft. Voorzitter, dat is wat mij betreft de beantwoording op de vragen van deze twee fracties. Dank u wel. Ik kijk even rond of er behoefte is een tweede termijn. Nee, dan dank ik de wethouder voor uw bijdrage. Dan gaan we door naar het laatste onderwerp. Even doorbladeren. Dat uitvoeringsovereenkomst exploitatie, het punt 2019. En overeenkomst bestuurlijk achtergestelde geldlening tussen de gemeente Twenterand en het punt. Ingediend door de PVV-fractie, de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij stoppen jaarlijks 100.000 euro extra in het punt. En ook nog eens een achtergestelde lening van 32.000 euro. En met het punt is afgesproken dat zij op deze renteloze lening een bedrag van 600 euro per maand kunnen missen. Want zou het bedrag hoger zijn, dan komt de liquiditeitspositie onder druk te staan, als ook de exploitatie. Kan de wethouder dit eens toelichten? Is het werkelijk zo erg gesteld met het punt dat men niet meer kan terugbetalen, en nogmaals, het gaat ook nog eens om een renteloze lening, dan 100 euro per maand? De PVV vindt dit zorgwekkend. Kan de wethouder ons een kijkje laten nemen in de financiële positie van het punt? Wat is er veranderd het afgelopen jaar? Welke vorderingen, welke ontwikkelingen zijn er geweest het laatste half jaar? Welke omzetgroei kan hij met ons delen? En kan de wethouder ons ook vertellen of het waar is dat de Raad van Toezicht een andere samenstelling heeft? En tevens of er een onderzoek is afgerond naar het mogelijk verpachten van het horecagedeelte? En wat voor onderzoek, als het zo is geweest, wat voor onderzoek is dat geweest? Is dit wel grondig gebeurd? We hebben dit namelijk, beide zaken, de wisseling van de Raad van Toezicht en een eventueel onderzoek wat is gedaan naar mogelijke pachts voor de horeca, hebben wij van inwoners moeten horen. En als dat klopt wat er gezegd wordt, waarom hebben wij dat niet vanuit het college gehoord? Kunt u ons ordentelijk informeren over deze twee zaken? En hoe kan het dan dat wij ondernemers spreken die wel willen, maar niet benaderd zijn? Of die hun interesse hebben getoond in een eerder stadium, maar nooit meer iets van de gemeente hebben gehoord? Voorzitter, en wij krijgen ook signalen uit de samenleving dat het punt niet het maximale uit de mogelijkheden haalt. De kwestie met de scholen die wel van het theater gebruik maakten, maar hun consumpties in hun eigen school nuttigden, is hier een treffend voorbeeld van. Waarom, als het budget van scholen niet toereikend zou zijn om een kopje koffie te nuttigen, waarom is de koffie dan door het punt niet tegen kostprijs geserveerd? Want je hebt dan 200 mensen in het punt, potentiële klanten of gasten zoals dat heet in de horeca, die je op dat moment wel even in de watten kunt leggen. En dan doe je dat weliswaar tegen kostprijs, maar je moet dan altijd verder denken. Het is ook een kwestie van netwerken. Maar dan moet je ze wel actief bewerken. En dat gebeurt niet. En waarom niet? Waar is dat gochme bij het punt? En in de Raad van Toezicht zou expertise zitten op dit vlak. Waar blijkt dit dan uit? En zo horen wij meer verhalen over het punt. Namelijk partijen die niet doorgaan omdat het punt geen rommel wil in het theater. Ik treed hier niet in details voor de Raad, maar ik wil het graag met de wethouder wel één op één doen. Het lijkt me wel zo netjes. Kortom, geld krijgen is leuk, voorzitter, maar het punt moet er wel alles uit de kast halen om het te verdienen. Hoe denkt de wethouder hierover? En voorzitter, aan de hand van de antwoorden hopen we meer duidelijkheid te krijgen en zullen wij wellicht wat verdiepende vragen stellen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Kijk naar de GPT-fractie, de heer Elsegaan. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, we hebben ons aangemeld niet omdat wij meteen als een signaal of een gerucht horen uit de gemeenschap dat er meteen dan naar een raadsdebat moet of zo, want het
Het college komt bij de Kamer in orde met een voorstel en dan zal alles afgewogen en meegenomen worden, dus dan zien we dat wel. Het was alleen wat in de toelichting stond van de PVV, en dat was ook al eerder gezegd, er staat dat die externe horecapartijen dat het niks heeft opgeleverd. En mijn informatie is gewoon anders, dat het namelijk gewoon nog loopt en dat het nog niet duidelijk is. Het is natuurlijk een verantwoordelijkheid van die stichting, het is niet van de gemeente. Maar ik zou de wethouder vragen van, klopt dat, dat het niets heeft opgeleverd of loopt dat gewoon nog? Want ik heb dan informatie van een horecaondernemer die het idee heeft dat het nog loopt. Dus vandaar even, voorzitter. Dank u wel, meneer LTK. Ik kijk even naar de wethouder. Ik kort aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp vanavond is bestuurlijke overeenkomst, achtergestelde lening tussen de gemeente Twentland en Punt. En deze overeenkomst is tot stand gekomen naar aanleiding van het feit dat vorig jaar bij de kadernota uw raad heeft besloten om 100.000 euro ter beschikking te stellen van het punt voor 2019 en een achtergestelde lening van 32.000 euro. De uitwerking daarvan is dus dit verhaal en dat is wat u via de raadsbrief heeft doen bereiken. De PVV stelt dat die aflossing minimaal is en vraagt zich af, kan het punt niet meer betalen? Ik kan u zeggen, ik heb dat vorig jaar ook bij de begrotingsbehandeling gezegd en ik heb het ook dit jaar bij de kadernota nog weer gezegd. Het onderwerp punt 2019 is voor mij het jaar om te kijken in hoeverre die exploitatie verbeterd kan worden. En daar zitten wij bovenop. En ik heb met zekere regelmaat heb ik overlegd met de Raad van Toezicht. De ene keer komen zij hier in het huis, de andere keer ga ik daar naartoe. Het laatste overleg dateert van eind mei. En inderdaad, er is een onderzoek, ook op aanraden en ook op verzoek van uw raad, om te kijken van kunnen we die horeca ook extern plaatsen, kan daar een externe partner op. Dat heeft de Raad van Toezicht op zich genomen en daar is ook een onderzoek gestart. En ik heb op 23 september heb ik wederom een gesprek met de Raad van Toezicht. En daarbij zijn dan de onderwerpen die wij bespreken, overigens zijn dat terugkerende onderwerpen, dat is die exploitatie, hoe staat het daarmee? Inclusief de horeca en ik ben met u even nieuwsgierig wat de resultaten daarvan zijn. Ik weet dat er sowieso met vier partijen gesprekken zijn geweest. Maar wat uiteindelijk concreet de resultaten daarvan zijn, dat hoop ik daadwerkelijk in eind september te horen. Kun je zeggen of er omzetgroei is? Zoals gezegd, de exploitatie in zijn algemeenheid, die bespreken wij. Men blijft op dit moment binnen de begroting, althans het was in mei was dat nog zeker het geval. En om de activiteiten, juist vanwege het feit om ook andere dingen te gaan ontplooien, moet er natuurlijk wel geld zijn. En door deze achtergestelde lening en die overeenkomst zodanig te maken dat men een periode heeft om dat terug te betalen, renteloos, 106,67 euro inderdaad per maand. Maar dat geeft wel het punt de mogelijkheden om ook op een ander terrein activiteiten te ontwikkelen die ook geld meer in het laadje kunnen brengen. Zoals gezegd, 2019 wil ik toch echt gebruiken als een overgangsjaar, dat heb ik meermalen gezegd, om in ieder geval bij de kadernota 2021, dus volgend voorjaar, bij uw raad terug te komen en daar ook met structurele voorstellen te komen en ook aan te geven van nou, wat heeft het nou allemaal opgeleverd. En ik ben blij met de Raad van Toezicht. De PVV-fractie vroeg van, is er een wisseling geweest in de Raad van Toezicht? Bij mij weten niet. Waar misschien op gedoeld wordt is het volgende, namelijk dat, en daarover heb ik uw raad overigens geïnformeerd. Het college heeft destijds de heer Van Hoek als vertegenwoordiger van het college afgevaardigd in de Raad van Toezicht. De heer Van Hoek heeft aangegeven, hij fungeert als voorzitter van de Raad van Toezicht, dat hij dat tot een bepaalde periode zou doen. Toen hij aangaf dat hij daarmee zou stoppen, hebben wij als college vervolgens een nieuw lid voorgedragen namens het college. Dat was de heer John Wessels.
Die heeft zitting genomen in de Raad van Toezicht. En vervolgens is, en wellicht is dat waar u op doelt, is de voorzittersrol overgenomen door mevrouw Span. En bij mijn weten zijn er geen nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Ja, en voor het overige ben ik toch van mening, wij hebben destijds gekozen om de exploitatie van het punt onder te brengen bij een stichting. En de stichting is in die zin autonoom. En daar waar er problemen zijn, hoop ik A, ten eerste dat de horen van onze vertegenwoordiger in de Raad voor Toezicht, in de persoon van de heer Wessels, dat hij mij daarop attendeert. Maar tegelijkertijd, in de gesprekken die ik heb, de regelmatige tweemaandelijkse gesprekken die ik heb met de Raad voor Toezicht, zijn dit constant onderwerpen die we, waar we de meetstok of de pijlstok insteken en kijken van hoe staat de vlag erbij. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond, meneer Veldmeijer, tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Een hele twee vragen. U zegt laatst contact dateert van mei. Dus dat betekent dat er in juni, juli, augustus, nou eind september heeft u weer een afspraak. Dat er bijna 4 maanden niks is gebeurd. Geen controle is geweest, geen gesprekken geweest. Dus mijn eerste vraag is aan de wethouder. Hoe vaak heeft u met de Raad van Toezicht om de tafel gezeten? Want 2019 is dan het jaar om te kijken of er omzetgroei is en dergelijke. Maar hoe vaak heeft u tot en met nu met de Raad van Toezicht om de tafel gezeten? En klopt het dat u dan over, zeg in oktober, komt met nadere informatie over dat horecaonderzoek? En wellicht dat u al wat kunt delen met de Raad over de ontwikkelingen binnen het punt? Dank u wel, meneer Veldmeijer. Ik kijk even naar de wethouder. De vragen zijn lekker helder, maar ik weet niet of u daar... Voorzitter, ik zou mijn agenda moeten raadplegen hoe vaak ik overleg heb gehad. Maar ik, als ik even terugkijk, denk ik dat ik zeker 3 keer bestuurlijk overleg heb gehad dit jaar. Daarnaast vinden natuurlijk ook ambtelijke gesprekken plaats. Dus als de heer Veldmeijer prijs opstelt, wil ik met alle plezier even een overzichtje maken waarin de contacten zijn. Maar goed, het lijkt mij een beetje overbodig. Maar goed, ik geef alleen maar aan dat wij bij regelmaat contacten hebben met het punt, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Om nou te zeggen van wat de resultaten zijn van onderzoek, het lijkt mij gewoon niet verstandig, voorzitter. Want telkenmalen, wanneer het punt aan de orde komt, zijn er discussies over ze doen het wel goed, ze doen het niet goed, er gaat veel geld in. En daar ben ik, met het laatste ben ik het helemaal mee eens. Maar de kwalificatie, of ze het goed of niet goed doen, laten we nou gewoon de rust, en daar heeft het punt behoefte aan, ik heb daar ook behoefte aan, om de rust, vanuit de rust te gaan werken aan verbetering van de exploitatie en de winstgevendheid van het punt. Ik moet zeggen dat een aantal zaken stemmen met een grote tevredenheid. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen Theater Turf en Stichting Theater Twenteland. Daar hebben ze onlangs een prima presentatie gehouden in het punt. Dus dat zijn wel activiteiten die in gang worden gezet en die tegelijkertijd daarin ook omzet kunnen genereren. Dus ik heb er gewoon behoefte aan dat het punt en de directie en de Raad van Toezicht gewoon in alle rust aan die verbetering van de exploitatie kan gaan werken. En nogmaals, voorzitter, ik heb u andermaal wil ik aangeven dat ik volgend jaar bij de kadernota met structurele voorstellen kom. Dank u wel, wethouder. Heer Veldmeijer, even een interruptie. Dank u wel. Ja, het ging mij met name ook om het onderzoek naar het mogelijk verpachten of verhuren of welke constructie er dan ook uit zou voortvloeien van de horeca. U heeft deze maand nog een gesprek bij het punt. U zegt, de wethouder zegt dat hij ook benieuwd is naar hoe dat onderzoek is verlopen. Wil hij dat met de raad delen medio oktober? Dat is eigenlijk de vraag die wij gesteld hebben, voorzitter. Wethouder.
Ja, voorzitter. Ik zit een beetje te aarzelen, want ik wil uw raad natuurlijk volledig informeren over alles wat ik doe en de kennis die ik heb over zaken. Maar goed, aan de andere kant is het wel zo dat ik er niet zoveel behoefte aan heb om uiteindelijk over het al dan niet, hè, want ik weet niet wat eruit komt, maar over het al dan niet verpachten van die horeca, om daar dan vervolgens weer een uitgebreide raadsdebat over te gaan voeren. Nogmaals, ik wil het totaal pakket. En daar is het al dan niet verpachten van de horeca, is daar een onderdeel van. Dat wil ik graag volgend jaar bij die kadernota met u als raad bespreken, in zijn volle omvang. En dan gaat het niet alleen over die horeca, het gaat ook over andere dingen. En die wens heb ik eigenlijk. En dat maakt ook dat ik een beetje aarzel om die toezegging te doen. Sorry, ja. Ik hoor mezelf beter. Ik kan me voorstellen namelijk dat dit is een onderwerp wat heel lang speelt, wel of geen horeca. De beide fracties hebben ook aangegeven dat zij bekend zijn met mensen die dus wel aangeven hebben dat het zou misschien kunnen volstaan om te zeggen van dat er wel of geen opties zijn. Ik ben met u eens, ik moet oppassen dat we nu weer straks een hele discussie gaan krijgen. Maar omdat er toch raadsbreed behoefte is om duidelijkheid te hebben van of er wel of geen opties zijn voor het uitbesteden van de horeca, zou ik toch aan te bevelen om te zeggen, geef dan in ieder geval een tipje van de sluier op dat onderwerp. Maar ik laat het nu over, maar ik denk dat dat wel een behoefte vult die raadsbreed aanwezig is. Ja, want anders moeten we de schriftelijke vragen over gaan stellen en dan komt het antwoord ook. En ik wil de ambtenaren, u kent mij ook niet opzadelen met onnodige vragen. Dus vandaar dat ik u vraag, u heeft toch een gesprek, er zijn vragen gesteld door GBT en door de PVV. En het is juist de horeca die zorgt dat het punt in problemen nog steeds is. Dus die informatie is wel heel belangrijk voor de raad. En wij beslissen ook over het geld wat daar naartoe gaat. En ik vraag u niet een heel gedetailleerd rapport, maar gewoon op basis van uw gesprek wat u straks heeft met het punt, om ons, dat mag summeren, dat mag kort, te informeren wat voor onderzoek er nou precies heeft plaatsgevonden. Ja, voorzitter, als het inderdaad zo is dat die wens raadsbreed leeft, dan wie ben ik om daar nee tegen te zeggen. Dus ik zal na afloop van het gesprek van de 23 zal ik daar een reflectie op geven, mits dan ook helder is en de Raad van Toezicht dan ook dat onderzoek helemaal heeft afgerond en dat daar ook conclusies uit te trekken zijn. Dus op het moment als het nog loopt, Dan wil ik u daar ook wel over informeren, overigens. Mocht het tot een conclusie leiden, dan wil ik die conclusie met u delen. Ik dank u voor de toezegging. Ik denk dat dat inderdaad een behoefte vervult. Dan sluit ik dit onderwerp ook af. En dan wens ik u allen, ondanks dat het toch iets laat is geworden.